Maar heel veel mensen die leven aan de buitenkant een mooi leven, hebben een mooie auto. Maar op het moment dat jij van ochtends tot avonds reactief werk aan het doen bent, brandjes aan het blussen bent, alles gaat mis. Mm -hmm. Geloof me, die auto die zit lekker, maar je hebt de hele dag en nacht kopzorgen. Ik heb langzaamaan geleerd om zo snel mogelijk een echt product te lanceren, wat je eigenlijk in één keer razendsnel succesvol kan maken. Dat is namelijk zo min mogelijk tijd en moeite erin steken. Maar super realistisch zijn. En nou ga ik je vertellen hoe jij razendsnel een miljoen kop kan halen, zonder dat je één vinger hoeft uit te steken. Welkom bij de Lotgenoten-podcast. Mijn naam is Jaro, naast mij zit Koen. En deze week hebben wij wederom een speciale gast zitten. Iemand die jullie eerder gezien hebben, nu ongeveer een jaar geleden. Twaalf maanden. Twaalf maanden geleden. Dar, welkom terug. Ja, graag gedaan heren. Ongelooflijk uh, blij dat ik hier weer kan zijn. Wij Thanks ook. for the invite. Ja, ja, ja. ja altijd hè. Ja. Ja, daar. Uh, de vorige podcast veel losgemaakt. Veel mensen zeiden mij, uh, wie is die gestoorde gast? Uh, daarna kreeg ik vaak de vraag, uh, heeft hij tussen de podcast door nog even een puntje genomen? Uh, nou, daar gaan we straks nog dieper op in of dat zo is of niet. Maar uh, heel veel mensen zeiden wel, alles wat hij zegt snijdt ongelooflijk hout en interessant wat hij aanhaalt. Uh, wij spraken tot die tijd veel ondernemers over hun beginjourney, uh, over welke businessmodellen je kunt doen. Eigenlijk vaak fase 1 van het ondernemen. Jij was een van de eerste die eigenlijk zei: van ja, superleuk, hè, dat eerste. En uh, je hebt nu je dropship store of, of je, je marketingbureau opgezet. En je hebt een paar klantjes en er komt 10k binnen. Maar nu ga je ineens werken. En nu heb je vijf man op kantoor zitten. En nu wil je eigenlijk pas echt aan de slag gaan. En welke processen komen daarbij kijken? Nou, we hadden in die tijd. werkten wij volgens mij met één editor samen op ZZP-basis. Nou, inmiddels hebben wij een heel team van editors. Iemand vast in dienst, et cetera. Dus wij zijn er ook wat meer ingegroeid. Uh, met ons heel veel mensen uit ons netwerk. waar jij ook een hoop mensen van geholpen hebt. En um, ja, ik vind het leuk dat je terug bent, man. Het is voor ons relevanter dan ooit. En ik denk voor veel van onze luisteraars ook. Dus uh, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Um, en ook echt, het was een ongelooflijk interessante ervaring om uh, op jullie podcast te komen en ook uh, uh, op, jullie, op jullie events te spreken. Uh, zeker ook omdat het na die podcast is het echt storm gaan lopen. Dat is echt letterlijk ontploft. Uh, alleen al die podcast heeft denk ik iets van meer dan 300 nieuwe klanten uh, opgeleverd. Dat was echt insane. Ik heb ja, echt een nice. half jaar lang zes, zeven dagen in de week gewerkt. Maanden achter elkaar en ongelooflijk mooie bedrijven geholpen. Miljarden bedrijven, zelfs een paar. En uh, ja, honderden miljoenen bedrijven, tientallen miljoenen bedrijven. Het is dus echt fantastische, fantastische ervaring. En nogmaals bedankt, dus super graag. En daarom wilde ik ook vandaag extra mijn best doen om super veel waarde toe te voegen aan jullie. En uh, natuurlijk ook iedereen die, die luistert en die kijkt. Want ja, ik vond het echt een amazing experience. En uh, we zijn ook helemaal naar het volgende niveau aan het gaan. Mm -hmm. En um, dan wil ik jullie natuurlijk ook naar het volgende niveau brengen. Ja. Yes. Dus, uh, dus uh, hey ho, let's go. Ja, man, top. Ja. Het ja. eindigt hier niet, zeg maar. Ja. Nou, Voor iedereen op. die uh, ja. nu denkt: van uh, ja, ik heb vorige keer geluisterd, ik heb geen mensen in dienst, ik schakel uit. Want dat is heel erg waar jij mee bezighoudt. Van oké, okay, je ja. hebt nu een team, je hebt een aantal mensen in dienst. Hoe ga je nu. Eigenlijk nieuwe systemen bouwen, zodat je niet per se zelf altijd alles hoeft te doen. Hè? Want ja. dat is pas echt een bedrijf. Ik heb het daar ook ja. wel vaak mensen. En dan ben je echt een ondernemer. Als ja, je precies, dat bent is van de processen van bedrijven die exact. zelfsturend zijn met, ja. met mensen. Ja. In plaats van een soort van uit de kluit gewassen, ZZP'er die zichzelf nog steeds een ongeluk werkt. Ja. Um, voor alle mensen die dat nog niet hebben, is denk ik ook wel interessant om naar die eerste stap te gaan. Want je bent zelf ook ooit. Alleen begonnen. Je bent ja. niet geboren met vijf man in dienst. Nee nee, ik, ik ben uh, helaas niet. Uh, mijn ouders die hadden geen huishouden of butlers of een uh, familiekantoor, helaas. zoals je dat dan merkt als ja. je met uh, echt succesvolle mensen praat. Hè, die gaan er een familieadvocaat... En, en dat soort dingen. Nee, absoluut niet. Ik, uh, ik kom echt van uh, van nul, 100% zelf mee. ik ben ook echt niet een man die in één keer succesvol is geworden of zo. Ik heb, ik ben sinds ik zes ben ondernemer. Officieel daarvoor had ik eigenlijk al stiekem bedrijfjes, maar dat was op naam van mijn ouders mm. en Um, dan moest je allemaal samen naar de KVK en al die onderdelen. die toestemming geven en al die onderdelen tekenen en zo. En, en kijk, de, de eerste, uh, nou ja, zeg acht, tien jaar. Van dat, ik, dat ik ondernemer wilde zijn. Ik wilde als, als kind al ondernemer en uitvinder worden. Dat was mijn droom. Dat wist ik al heel vroeg. Ik had altijd superlelijke kleding aan en een colbertje. Dat ja, ja, ja. <laughs> zag er niet uit, maar. achteraf gezien. Maar, uh, ik denk dat iedereen over de grond rolde. als, als ze zagen hoe, hoe ik erbij liep. Maar. Kijk, de, de eerste zoveel jaar kom je erachter dat. Um, uh, kijk, uit, uiteindelijk, als je succesvol bent geworden en je kijkt terug, dan is het heel makkelijk praten. Maar ik ben keer op keer op keer uh, om mijn bek gegaan, gevallen en opgestaan. Ik heb alle fouten gemaakt in het boekje die er zijn. En dan kom je er langzaam achter dat er een, een, een pad is wat je recht kan lopen. Wat eigenlijk veel minder tijd, geld en energie kost om in één keer succesvol te worden. En dat begint inderdaad bij stap één. Als jij een founder bent, als je een bedrijf wil beginnen, dan heb je de keuze meestal gemaakt. Ja, soms rol je er pronkelijk in, maar meestal maak je een besluit: ik wil ondernemer gaan worden. Je weet niet wat het is, je weet niet wat het inhoudt, maar je wil het wel zijn. Je, je wil je er een beetje mee gaan identificeren. En hoe doe je dat nou? Hoe zorg je er nou voor dat um, je, je een onderneming start die echt succesvol wordt? Hè? Een miljoenen idee vindt en zonder geld en zonder ideeën een miljoenenbedrijf start. Want wat je heel veel ziet is dat het beginnen van een onderneming of het verzinnen van een nieuw product bepalend is bij het succes wat je later gaat hebben. Want als het een slecht product is, dan kan je echt in een valkuil vallen. Dan kan je namelijk een enorm probleem krijgen in een, in een latere fase. Dat je niet genoeg kapitaal hebt of niet genoeg winst hebt. Of dat je überhaupt geen funding op kan, op kan halen. Om überhaupt de groeifase in te komen. Dus stap 1, het verzinnen van een idee en het starten van een onderneming. Daar kan al zo ongelooflijk veel misgaan. En natuurlijk, bij mij is er ongelooflijk veel misgegaan. Hm. En ik heb langzaamaan geleerd wat de manier is. Om zo snel mogelijk een echt product te lanceren. Wat je eigenlijk in één keer. Razendsnel succesvol kan maken. Mm. Nou, en, en uh, 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 ik kan ook meteen vertellen uh, uh, hoe je dat doet. Yeah. Uh, dat is namelijk zo min mogelijk tijd en moeite erin steken, maar super realistisch zijn. Mm -hmm. En wat bedoel ik daarmee? Nou, het is bijna te dom voor woorden. Een van de grootste fouten die ik bijvoorbeeld heb gemaakt in mijn leven, toen ik mijn eerste bedrijfjes begon, was altijd dat ik dacht dat je een mooi visitekaartje nodig had of een mooie website. En uh, toen werd ik engineer, ben ik uitvinder geworden en dan ging ik een heel product bouwen. En uh, daarna ging het pas verkopen. Mm -hmm. Nou, dat heeft me in sommige gevallen miljoenen gekost. Mm. In, in andere gevallen tonnen. En als ik heel erg veel geluk had, dan kwam ik er per ongeluk expres achter. terwijl ik aan het ontwikkelen was, dat er wel of geen vraag naar was. Dat is niet de way to go. De mm -hmm. way to go is eigenlijk super realistisch zijn en beginnen met verkopen. He, maak niet, verkoop niet wat je maakt. Nee, maak wat je verkoopt. En wat bedoel ik daarmee? Dat is een fundamenteel principe om razendsnel te ontdekken, ongeacht hoe succesvol je bent, of er, met het nieuwe product wat je potentieel in je hoofd hebt, uh, om te kijken of het succesvol is. Nou, hoe doe je dat? Wel, de allermakkelijkste manier is te beginnen met een doelgroep. Niet met een visitekaartje, niet met een website, niet met niks. Nee, het enige wat je doet, je, je moet het voorstellen als een rijtje stoplichten. Je staat in een straat en die straat is jouw rechte pad naar succes. En het eerste stoplicht, je mag pas naar het volgende stoplicht lopen als het eerste groen is. Nou, de meeste mensen gaan het toch doen als het oranje is. Maar het is het beste om te wachten tot het groen is. Wat is, de eerste, wat is het eerste stoplicht? Een doelgroep kiezen. Kies een doelgroep waar je passie voor hebt of whatever, of die je leuk vindt of waar je veel over weet. Maak eens uit wat? En zorg ervoor dat je 10, 50 mensen van die mensen, van die doelgroep, in je pocket hebt. In je telefoon, op LinkedIn, op Insta, maakt niet uit hoe. Zorg ervoor dat je met ze gaat kletsen. En wat bedoel ik ervoor met je gaat kletsen, zorg ervoor dat je kan praten. Als jij een cool adv advocatenproduct hebt. Ga op LinkedIn zitten en ga met een aantal advocaten praten. En zeg gewoon letterlijk. hey jongens, zou ik een. Ik heb een, misschien een potentieel cool product voor je. Zou ik je even kunnen bellen? Supersnel. Kan je een hele dag bellen, heb je je antwoord op je vraag op je eerste stoplicht. Je kan ook een afspraak maken. Het is al meer tijdintensief, dus meer risico. Maar in de eerste fase is het belangrijk dat je ongelooflijk zuinig omgaat met je resources. Je tijd, geld en energie. En die moet je alleen maar besteden. bij Checken of het winstgevend is. Checken of ik het kan verkopen of niet. Nou, wat je dan gaat doen. is je hebt die x aantal mensen. in je telefoonlijst. in je rollendeck, zoals ze dat dan vroeger noemden. Hmm. Oldschool. Uh, sorry? Oldschool. Oldschool yeah. boomer. Yeah. <laughs> en um, um, dan ga je die opbellen. en dan ga je zeggen: hé hey jongens, is dit een, zou, is zou dit een cool product voor je zijn? En dan noem je Client Discovery of Customer Discovery. Op het moment dat ze niet enthousiast reageren. Ga ze dan meteen met ze praten en ga ontdekken wat de grootste problemen van hun leven zijn. Als jouw oplossing niet bij de grootste problemen, frustraties van hun leven zit, dan moet je je meteen gaan afvragen of dit wel een miljoenenproduct is of niet. Hmm. En daarom is het belangrijk om te kijken op een miljoenenproduct. Niet voor deze fase, want daar kom je altijd wel doorheen. Maar voor twee fases later, om echt hard te groeien. Nou, wat is een miljoenenproduct? Nou, een miljoenenproduct is iets waar mensen zo blij mee zijn en zo graag zouden willen dat ze er geld voor over hebben. En dat is ook eigenlijk meteen wat je, en dat is het tweede stoplicht, wat je gaat vragen. Hey jongens, stel ik zou dit hebben. Hé hey meneer advocaat, ik heb een, jullie maken elke keer contracten, toch? Stel ik zou een AI-oplossing hebben voor jullie contracten. Hoe zouden jullie dat vinden? Oh ja, dat zou ik super vet vinden. Oké, okay, en als ik, jou, uh, als ik dat voor 50 euro in een maand zou kunnen leveren aan jou, zou je dat doen? Ja, ja dat zou ik, wel, uh, zou ik wel doen. En als ik je nu voor 10 euro een, een uh, pre-order zou kunnen plaatsen voor een jaar, zou je dat doen? Ja, ja dat zou ik, meteen, uh, zou ik meteen tekenen. Kan je dat even appen? Ja, is goed. Bam. Geniaal. Dan heb je een pre-order gemaakt. Dan heb je een pre-sale gedaan. Wat houdt dat in? Nou, dat houdt in dat je hele leven veranderd is. Mm -hmm. Waarom? Je hebt ineens een idee waar geld voor geboden wordt. Waarom vraag je dat? Nou, mm -hmm. dat vraag je, dat noemt men de mantest. Iedereen in de wereld, en vooral als je vroeger een hele lieve moeder of vader had, in, in, uh, als je een klein kind had, is het een hele lelijke tekening. En jij ging met die lelijke tekening ging jij naar je, je, je ouders toe, naar je moeder toe. Dan zei ze altijd: wat een fantastische tekening. Ja. En dat is bij ondernemen, doet iedereen dat. Ja, ja, ja fantastisch idee. Uh, ja. Hier is mijn allereerste bedrijf, een van mijn eerste bedrijven is hier volledig nat op gegaan. Vertel. Ik had bedacht, uh, als ik het nu ook hoor, ik vind het nog steeds een leuk idee, maar heel winstgevend gaat het niet zijn. Ik dacht, straattaal is een groot ding. Kleding met straattaal erop. Dus ik had deurmatten met osso erop. Aanstekers met lita erop. Uh, Petten met, met straattaal erop, gewoon allerlei dingen. Iedereen om me heen vond het een top idee. idee. Fucking vet. Ja man, doe. Designs, vette designs man. Ja, tof. Wij gingen live, want ik deed met z'n drieën. En de eerste dag dat wij live gingen, deden wij nul orders. <laughs> en de eerste week deden we er misschien twee. En dat waren waarschijnlijk inderdaad mijn vader en mijn moeder. Ja, waarschijnlijk. En ik dat heb... was voor mij een heel duidelijk gevoel van... Ja. Oké, okay, ik heb dit aan heel veel mensen gevraagd. Maar het moment ja. dat er geld van broekzak moet verwisselen... Laat men ineens ja. niks van zich horen. Ja. Oké, okay, dat ja. reflecteert op mij. Exact, en letterlijk Elon Musk doet het zelfs op het hoogste niveau. Doet hij het nog steeds? Kijk maar naar die Tesla-truck. Wat doet hij bij elke pre-order? Op het moment als zij nieuwe auto's lanceren, wat ja. doen ze? Pre-orders vragen. Het is niet alleen een hele mooie manier om te bootstrappen, financiering naar voren te halen ja. van klanten. Maar het is een perfecte manier om ervoor te zorgen dat als iedereen je tekening mooi vindt. Dat je mensen een besluit laat nemen of ze het wel vinden of niet vinden. Want je kan een fantastisch gesprek hebben met mensen. Maar op het moment dat ze niet een portemonnee gaan trekken. ze hebben het echt goed met je voor. misschien iets te goed. Ja. In Amerika is dat wat anders. Dan zijn ze wat, wat, wat ruwer. Dan ja. zeggen ze meer hoe het er staat. Maar in Nederland en Noord-Europese landen. moet je ervan uitgaan dat iedereen last heeft van het mom-effect. Mm -hmm. Dus doe je momtest. Vraag een pre-order. Vraag een 10%, 5% vraag iets van pre-orders. En nou ga ik je vertellen hoe jij razendsnel een miljoen kop kan halen zonder dat je één vinger hoeft uit te steken. Je hebt geen visitekaartjes gemaakt, geen pitch gemaakt, geen flyer, helemaal niks. Je hebt nul moeite gedaan. Je hebt alleen een paar mensen op LinkedIn gesproken of zo. Je hebt ze gebeld en je hebt gezegd, zou dit iets voor je zijn? Zo kan je in één dag een idee testen. Wil je er wat langer over doen, doe er een week over. Maar niet langer. En, en hoeveel, heb... hoeveel mensen moeten ongeveer bellen, hoeveel orders moeten ze hebben? Wat, wat ik zou zeggen, pak 50. 50 mensen bellen. Waarom? Hmm. Is omdat het super belangrijk is, omdat de eerste keer als je iets doet, heb je geluk. De tweede keer kan je ook nog geluk hebben. Als je een goed praatje hebt, dan is het lastiger om je product te testen. dan dat je super introvert bent. Want als je super introvert bent en je hebt minder sales skills. dat is de bedoeling. Een product moet zichzelf verkopen. Zeg maar, een product moet zich zo goed kunnen verkopen. dat als jij het hele gesprek verpest. mensen nog steeds zoiets hebben van. ja, maar. Oh, ik wil het toch. Hm. Snap je? En dan heb je een goed product. Op het moment dat jij veel moeite moet doen. als jij, zoals ik opgevoed ben, tegen de stroom inzwemt. dan krijg je niet alleen hele brede spieren. Maar je bent aan het einde van de route ook brok. Als jij met de route meezwemt, met de golf meegaat, dan ga je veel sneller, dan groei je veel sneller. Moet jij superveel moeite doen voor sales voordat je begonnen bent? Verzin iets anders. Maar van die 50 mensen zijn er 30, 40 enthousiast. Hmm. Dan heb je een hit. Als 40 mensen enthousiast zijn en ze willen iets neerleggen, 5 euro, 10 euro, 1000 euro, whatever jij voor elkaar krijgt. Dan heb je je fantastisch, dan heb je je markt al bewezen. Dan heb je, je je doelgroep bewezen, je hebt je targetgroep bewezen. En hoeveel moeite, tijd en geld kost het nou om een ander idee te pitchen? Je hebt dezelfde doelgroep. Je kan in principe doelgroep switchen, noem je dan pivoten. Maar dat is een grote pivot. Maar stel, je blijft bij die doelgroep. Je hebt die mensen al gesproken, bel je ze de volgende dag weer op. Hé, hey, ik heb een nieuw idee, man. Hé, hey, what about dit? Oh ja, dat vind ik wel tof. Of nee? En op het moment als klanten echt iets gaaf vindt. en je hebt er al 50 gesproken. veertig daarvan zeggen bijvoorbeeld ja. dat zijn je launching customers. Dat zijn je first followers. En zo kan je razendsnel een idee pitchen en verzinnen. En op het moment als je dat dan. als je dat dan voor elkaar hebt gekregen. dan, um, dan pas zet je de volgende stap. Mm -hmm. En wat is de volgende stap? Is, hè, de eerste is doelgroep. De tweede is sales. Hoe eng dat ook klinkt voor de meeste start-ups. Hè, of voor de meeste startups, de meeste founders. De derde is leads. Het enige wat jij hoeft te doen is maak gebruik van het wereldwijd het beste machine ter wereld om je concurrentie te onderzoeken. Google mm -hmm. en letterlijk Google de zoektermen, de frustraties, de problemen die we net hebben ontdekt bij onze customer discovery en kijk of er andere mensen, andere bedrijven op diezelfde problemen, op diezelfde frustraties zitten. Want ondernemers in het begin bieden altijd oplossingen aan en praten over zichzelf. Ervaren ondernemers, praten over de klant en tikken de frustraties en de problemen in die klanten intikken in Google. Kijk of er ads rondheen hangen. Kopieer die ads. Maak er je eigen verhaal van. Op het moment, als jij dan heb je 5 euro, besteed 5 euro aan ads. Heb je 50.000 euro? Besteed 5000 euro aan ads. Letterlijk, maar niet meer. Waarom? Je gaat letterlijk testen. En het enige wat je gaat doen, is één pagina. Maximaal één uurtje aan besteden. WordPress installeren. Elementor, met één slide. Wil je dit kopen? Kijk of mensen erop klikken en dan kijken of ze hun contactgegevens invullen. Mm -hmm. Vullen ze hun contactgegevens in? Ja. Yeah. Ja, dit is super vet. Want wat je zegt uh, voor iedereen die die aflevering gezien heeft: wij hebben hier gezeten met de oprichter van Creamy Box. Yeah. Een miljoenenbedrijf dat uh, murder mysteries doet in de vorm van een speldoos. Ja. Dus dan ja. moet je bellen en ontdekken super wie de moordenaar is. Zijn bedrijf is exact zo begonnen. 100%. Ah. Heel veel succesvolle bedrijven, ondernemers die op een gegeven moment klaar zijn met bragging rights. Mm -hmm. eh, ondernemers zijn, maar niet het geld hebben, met mm -hmm. bluffrechten hebben. Yeah. Eh, en op een gegeven moment echt een real deal willen worden. En die keer na keer na keer gefaald zijn. Op een gegeven moment zijn ze er klaar mee. En dan gaan ze het zo doen. Nu wil ik echt geld verdienen. Nu wil ik een miljardenbedrijf. Fuck it. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon ik ga de real deal doen. Niemand hoeft het meer te zien. Ik ga grinden. Elke dag ga ik mensen opbellen, kijken of dit een idee is. En op een gegeven moment heb je een hit. En dan heb je een echte hit. Mm -hmm. In een week. In een dag. Mm -hmm. Nou, heb je die echte hit? Wat je dan gaat doen is leads genereren. Kijk of je met die 5 euro die je hebt. Die 10 euro, die 50 euro die je van je oma hebt geleend. Kijk of je die leads kan die traffic kan genereren. Heb jij traffic die je naar een website kan krijgen? Heb jij mensen die daarop inschrijven? Omdat je de juiste problemen zet. Eén titel met een subtitel. That's it. Dat is het enige wat je nodig hebt. En heb jij die 50, 40 mensen die ja hebben gezegd en die pre-order hebben geplaatst. Boom, daar kan je funding mee ophalen. En dan heb je letterlijk, wat heb je gedaan? Doelgroep gekozen, sales gedaan, leads gegenereerd. Mm -hmm. Na die leads, dan pas begin je met delivery. En wat betekent delivery? Het leveren van je product of dienst, het ontwikkelen van je product of dienst. Mm -hmm. Dus we hebben letterlijk niks gedaan, behalve met de doelgroep gecommuniceerd. Met de mensen gepraat, met die mensen gediscoverd wat er grootste problemen zijn. Kijken of we daar een oplossing voor kunnen bieden, die uniek is of anders is dan anderen of anders gepositioneerd. En zo kan je failproof, dit systeem kan je doorlopen, elke dag kan je de tien keer doorlopen in theorie. Weinig mensen doen het. En het gaat om discipline. Mm -hmm. Wederom, ik blijf maar inbreken met voorbeelden. Maar het is heel grappig, ja, want ding. op deze manier kunnen we heel veel dingen terugbinden naar andere mensen die we gesproken hebben. Wij spraken hier eerder uh, Job van der Voort, oprichter van Remote.com. Ik weet niet of je dat kent. Uh, inmiddels een Zeker. miljardenbedrijf. Ja. En Julivorm. hij zei ook van, ja, ik had eigenlijk een idee. Dat heb ik gepitcht. Daar kreeg ik funding op. Toen zijn we gaan bouwen. En Oem. wij kregen daarna heel vaak de vraag van, ja, maar... Ja, oké, okay, maar hij, zijn netwerk moet wel insane zijn. Want hoe nee. kan je nou nooit iets gebouwd hebben en zoveel... Want hij had denk ik 10 ja. of 20 miljoen funding opgehaald. Hoe, kan, ja. dat nou? hoe ja. kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hij ja. werkte ja. met heel veel remote teams. Ja. Is vanuit daar problemfinding gaan doen. Het bij bedrijven ja. neer gaan leggen. Ja. En daarmee funding op gaan halen. Ja. Letterlijk. Dus op het moment dat jij de leads hebt, als je de sales hebt, als je de pre-orders hebt... Al heb je er 40, 50 en dan kan je al miljoen ophalen. Zo ja. makkelijk is het. Want wat vraagt een investeerder? Werkt de marktwerking? Hoe groot is de markt? Ja. Sam, tam, som. Daar ga ik niet diep in, maar als je, als je investeringen wil ophalen, ga daar Google dat. En waar het om gaat is: je moet gewoon de grootte van de markt geanalyseerd hebben. En je moet kunnen bewijzen dat er vraag is naar jouw product. En daarna bewijzen dat je het kan leveren in mm -hmm. potentie. En wat bedoel mm -hmm. ik daarmee? Is op het moment als jij. Een miljoenen ophaalt om een app te bouwen. Maar je hebt het nog niet getest. Het enige wat je doet, is dat je iedereen zijn tijd geld en je eigen leven aan het verspillen bent. Terwijl mm -hmm. je kan veel beter wat extra moeite doen. En eerder je echte angsten aangaan. En je afwijzing aangaan. En je confrontatieontwijking uh, uh, aangaan. En even testen of het er is. Mm -hmm. En het leuke is, stek jij jouw klanten in het begin. stek jij die first followers, die launching customers. Dat zorgt er meteen voor. Om viral te gaan. Wat bedoel ik daarmee? Stel, je bent in een week, heb je veertig, vijftig mensen. Die stop je in een WhatsApp groep of die blijf je mailen. Die betrek je bij het ontwikkelproces. Jouw product wordt tien keer beter, want je bent het met je klanten aan het ontwikkelen. Mm -hmm. Maar blijft er minstens één iemand uit je team, als je in je eentje bent, alleen maar jij, continu nieuwe van dat soort klanten verzamelen. Kijk naar Picnic. Dan, dan heb je letterlijk een hele klantendatabase waar jij precies voor ontwikkeld hebt. Waar jij mee kan lanceren. Dat, dat zorgt ervoor. Hè. Je hebt de Valley of Dead op het moment dat jij een product lanceert. Hè, en je hoort alleen maar van die vogeltjes fluiten buiten mm. en zo'n zo'n in de woestijn, zo'n zo tumbleweed, zo tumbleweed mm. langskomen. Hè. Dat heel veel ondernemers kennen dat die vaker een bedrijf zijn, hebben gestart. En mm. um, dat is super sneu en super zwaar ook, om daar weer uit te komen. Mm -hmm. Maar dat, als, jij, als jij letterlijk je, je ervoor zorgt dat die, die, die launching customers klaarstaan voor je, die komen het allemaal. Mm -hmm. en ze hebben het al gepreorderd. en daarmee kan je Wave funding ophalen. En dan is de, de weg, hè, zoals wat Einstein elegantie noemt, hè, die topsporters, die laten dat ja. in turnen heel makkelijk zien om iets wat heel moeilijk is. En Einstein zegt dat elegantie is iets heel complex, simpel uitleggen. Mm -hmm. En met ervaren ondernemers is dat ook zo. Die kunnen zo snel een idee testen en zo snel gewoon door met hun netwerk te praten, met, met nieuwe mensen te praten. LinkedIn is fantastisch om mensen te benaderen op elk niveau. Iedereen reageert bijna. Dat is echt wonderbaarlijk hoe makkelijk het is. Mm -hmm. en, en, um, en dan kan je gewoon beginnen. Het mooie hieraan is wel dat, denk ik denk wel, 95% van de ondernemers die gaan beginnen. moeten dus juist precies het tegenovergestelde. Ja, die gaan eerst iedereen. alle veilige dingen doen. Zoals ja. een website, een logo. Ja. Op social media misschien dingen gaan posten. Um, alles wat veilig is. Zolang je maar niet geconfronteerd hoeft te worden. of jouw product goed genoeg is. of precies. wat je product precies is. Ja. En ja. het tweede is, en dat vind ik nog interessant en ik ben ook benieuwd naar de reden daarvoor, is, en zo stond ik er zelf ook altijd in, um, waarom funding ophalen? Ik kan het zelf ook wel. Ja, dat is een hele goede. En ook later is mijn bedrijf meer waard. Ja. Wat, ik zou, wat ik zou zeggen, dat is misschien wel de grootste tip die ik ooit zou kunnen geven, leer zo snel mogelijk een honderden miljoenen bedrijf leiden met vijftig honderden mensen. Want als je daar eenmaal bent geweest, dan kan je nooit meer terug. En heb je alle fases, alle stappen gezet en weet je het, hoe het op het hoogste niveau gespeeld wordt. Ja. En in mijn ogen, kijk maar naar alle grootste namen, hè, van Mark Zuckerberg tot Steve Jobs, tot, tot Elon Musk. Hun e enige focus en ook hè, uh, Phil Knight van Nike, ja. um, Blue Ribbon toen. En um, wat al die mensen, al die grote mensen, die waren allemaal groei geobsedeerd. En dat is echt heel belangrijk, dat zie je ook. Waarom zijn zoveel van die e-commerce-boys relatief snel succesvol qua omzet? Waarom ze focussen op geld verdienen en ze focus op groei? Mm -hmm. Geobsedeerd door groei zijn is een hele belangrijke als je ook echt een miljardenbedrijf wil of een miljoenenbedrijf want dan moet je namelijk groeien en dat zie je ook in een van de beste formules maar dat is eigenlijk de start-up fase daar gaan we zo op hebben wat je ziet bij de bedrijven die het hardst groeien die focussen het meest op groei qua mensen die ze in dienst hebben qua sales die ze doen qua focus die ze hebben als executives en mensen die dat niet zo hebben die groeien vanzelfsprekend ook wat minder hard op een hele hele kleine groep apps en technische productontwikkelingen na maar om de laatste vraag te beantwoorden voor hoe start je nou een product zijn we bij de delivery? Dus wat heb je gedaan? Stoplicht 1, doelgroep. Stoplicht 2, sales. Stoplicht 3, leads. Stoplicht 4, delivery. Je bent iets crappies gaan leveren. Wat is iets crappies? Het allerslechtste product wat je ooit kan bedenken. Je MVP, minimum viable product. Echt de slechtste shit. Als jij denkt dat het goed is, dan is het te goed. Dus echt met duct tape aan elkaar geplakt. Waarom? Lanceren, zo snel mogelijk. He? Real artist's lounge, zoals Steve Jobs zouden zeggen. Mm. En um, waar het om gaat, is dat je. Dan moet je een product verzinnen wat precies de juiste dingen goed doet. En de rest niet. De rest moet je gewoon negeren en vergeten. Want je bent van nature geneigd om alles perfect te doen. Mm -hmm. Maar kijk maar naar uh, uh, Elon Musk. Op het moment dat jij een Tesla koopt, dan kom je in die fabriek. En letterlijk de trofeeën en zo. en al die goodies, die zijn gewoon in een hoek geflikkerd. <laughs> maar dat is toch een van de rijkste mensen van de wereld. Waarom is dat zo? Juist de focus op de juiste dingen. Het is een van de moeilijkste dingen voor level 2, voor een start-up. Mm -hmm. Maar het laatste ding wat ik nog wil vertellen voor iedereen die zijn eigen bedrijf wil beginnen en echt een miljoenenbedrijf wil. Luister dit. Op het moment dat jij een product gaat leveren, jouw product en je klanten moeten je beste salesmensen zijn. Niet jij, niet je beste salesmensen. Wat bedoel ik daarmee? Iedereen die jij in dienst hebt. Die zo, en als, als jij veel moeite moet doen om te verkopen, zoek een ander product. Want het is veel sneuiger. Als je het net wel, net niet lukt, dan noemen wij het glazen plafond des doods, als je eeuwig lang in de, waar de meeste start-ups en level 2 start-ups in blijven zitten, is letterlijk dat ze net niet genoeg geld verdienen om hard te groeien en net niet genoeg geld verdienen om snel dood te gaan. En dat mm. is de sneuste fase ter wereld. Half lauw water, daar help ik het liefst mensen uit. Waarom? Dat doe je zeven jaar en dan stop je omdat je gewoon op bent. Kan je dan je bedrijf verkopen? Nee, nope, want er is geen bedrijf. Jij bent het bedrijf. En dat is het allersneuiste. Ik heb liever dat je je bedrijf de grond in ramt en iets anders gaat verzinnen waar wel veel vraag naar is en makkelijk te groeien is. En of gewoon sky high gaat, dan dat je gewoon altijd in lauw water blijft hangen. En het sneuje is, de meeste ondernemers zitten in lauw water. Yeah. Nou, hoe los je dat dan op vanaf dag 1? Focus op een miljoenenbedrijf. Niet per se omdat je een miljoenenbedrijf wil. Maar omdat het gewoon je leven makkelijker mm -hmm. maakt. Waarom? Dit is een van de geheime dingen. Die de grootste corporates allemaal meten. En zelf hebben jullie dat tien keer meegemaakt in je leven. Al niet honderd keer. Is net promoter score. Wat mm -hmm. betekent net promoter score? Heel simpel gezegd. Is dat jouw klanten. Moeten andere klanten opleveren. En wat bedoel ik daarmee, is dat corporates meten dat op verschillende manieren. De makkelijkste is tussen 0 en 10. Zou je dit aan je vrienden en kennissen aanraden? Weet je wel? Iedereen heeft dat tien keer ja, gehad. Een kaart, maar, mailtje. Ja, een ja, mailtje. Ja, maar waarom vragen ze dit allemaal? Wat jij moet doen, ambassador marketing. Bijvoorbeeld hè, hoe Mark Zuckerberg letterlijk viral is gegaan over de hele wereld, voordat viral bestond. En is, is letterlijk ervoor zorgen dat jouw klanten klanten aanraden. En hoe doe je dat? Door als jij iets delivered in eerste instantie op je groeimodel te focussen. Hoeveel tijd, geld en energie kost het jou om nieuwe klanten te fixen? Niet op je businessmodel. Je hoeft niet veel geld te verdienen in eerste, in eerste instantie. Je moet makkelijk nieuwe klanten kunnen vinden. En al jouw klanten moeten jouw product en jou zo cool vinden dat ze andere mensen aanraden. Dat is eigenlijk een beetje net als toen wij de eerste podcast hadden gedaan dat dus ze zei ook van, oké, okay, er zijn heel veel directe klanten eruit gekomen. Van jongens die zeg maar bij jou hebben aangemaakt van, luister, ik wil ook coaching hebben ja. voor mijn business. Ja. En op een gegeven moment ging het mond-op-mond -mond reclame ja. en dan spreidde dat weer ja, verder dat is, zich uit. Dat is helemaal ontploft. Exact. Ja. En hoe doe je dat? Dat doe je precies zo. Hè? Wij hebben bijvoorbeeld een aantal jongens van Level 1 geholpen. Teun en Jasper van die Media. Hadden, die hadden ideeën. Nou, daar hebben we letterlijk dit toegepast wat we net zeiden. En binnen een paar maanden hadden ze... Uh, tienduizenden euro's omzet en zijn ze gestopt met studie met hun hm. studie nou hun ouders waren er niet zo blij mee maar zij wel ze, ze vonden zichzelf ja. super stoer en, en dat ging letterlijk om ze hadden al eigenlijk de resources maar ze wisten gewoon niet hoe ze die hoe ze deze stapjes moesten doen ze hebben letterlijk een paar klanten opgebeld en ze hadden ineens een business echt van van, van vrijdag op zaterdag niet normaal of een een uh, uh, um, hoe zeg je dat? Romeo en, uh, en Thomas van ATM Traders. Ja. Hetzelfde verhaal. Hebben naar hun klanten geluisterd. Hebben nu een super succesvol trading platform gelanceerd. ATM Traders. En die traden nu letterlijk met miljoenen. Ja. Insane. Door gewoon te luisteren naar je klanten. En, en helemaal een absurd verhaal is. Gideon van Violia. Gideon Pen. En uh, daar kom ik misschien later nog op terug. Die, die, die verdienen een paar duizend euro bruto per maand. En uh, die verdienen nu tienduizenden euro's om de kennis die wij hem hebben te gegeven, toe te passen als interim manager in verschillende filialen. Nou, dat is echt absurd. Door gewoon te luisteren naar wat je eigen bedrijf wil mm -hmm. en dat aan te bieden. Die, hij, hij is gewoon van werknemer naar ondernemer gegaan. In, 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 in twee weken. Ja, we zitten, in echt twee in de ver, we zitten echt in de verkeerde business, man. Nou, ja. Ik kreeg gisteren <laughs> ook nog te horen van allemaal mensen die allemaal dingen uit de podcast gehaald en zeggen. Ja, verdienen nu 50.000 euro per maand. Denk, de isste, hoe kunnen mensen he? dan met dat mijn de de informatie de wel zoveel geld verdienen? Ja. Maar ik zelf niet, terwijl ik die informatie geef. Dan gaat hier iets mis. Ja, <laughs> Als ondernemer is je vitaliteit en energieniveau cruciaal voor een succesvolle dag en een succesvol bedrijf. Ik neem sinds een paar maanden daarom pijnpollen en dit supplement helpt mij om prestaties te optimaliseren. Het boost niet alleen je testosteron, het verbetert ook je focus en verlaagt je stresslevels. En het allermooiste vind ik is dat het 100% natuurlijk is, geen gekke stofjes. Het wordt direct opgenomen in je lichaam en bevat meer dan 200 actieve stoffen. Is het dan een wondermiddel? Dat zeker niet. Uh, voor optimale prestatie is heel belangrijk slaap, goede voeding, uh, regelmatig sporten. Maar het kan wel een waardevolle toevoeging zijn aan je dagelijkse supplementenstack om alles te optimaliseren. Een aantal voordelen van de pijnpollen die ik en duizenden lotgenoten met mij hebben ervaren... zijn hogere energieniveaus door de dag heen, meer focus en minder last van brain fog... Een betere seksuele gezondheid. En we weten allemaal hoe dat voor mij gelopen is. als je de laatste podcast met Robert hebt gezien. Maar wat maakt die pijnpollen dan zo krachtig? Zoals ik zei, het zit borden vol met natuurlijke voedingsstoffen. Dit zijn aminozuren, vitamine. diverse mineralen, antioxidanten, enzymen. plantaardige sterolen, nucleënezuren en gezonde vetzuren. Alles wat je lichaam nodig heeft voor groei, herstel en optimale functie. Gebruik vandaag de code Lotgenote 10. En probeer pijnpollen een maand uit voor minder dan een euro per dag. En het allermooiste is, je kunt die code, lotgenoten 10, zo vaak gebruiken als je zelf wilt. Bij elke herhaalaankoop. Dus je hebt altijd de beste prijs. Klik op die link in de beschrijving. En laat me weten hoe het je bevalt. Kijk, het allerbelangrijkste is ervoor zorgen dat al jouw klanten klanten opleveren. Waarom? Je wil een miljoenenbedrijf. Ja. Waarom? Als jouw klanten geen andere klanten oplevert. Ongeacht of je ze helpt met campagnes en dat soort dingen. Je hoeft niet stom te zijn. Je hoeft niet in een hoekje te wachten. Nee, je moet ze juist stimuleren en zo. Dan ga je, als je dat niet redt uit organic growth. Dan heb je nooit een bedrijf wat je makkelijk keihard kan laten groeien. Ik las hier laatst ook. Volgens mij zie je zelfs een boek van een marketingguru. die ook het statement had: Er bestaat geen enkele vorm van marketing. Behalve mond tot mond marketing. Alle andere dingen zijn enkel een amplifier van mond tot mond marketing. Nou, met die laatste zin ben ik het er 100% mee eens. Want wat je moet doen is op het moment als jij organic, organically keihard groeit, mm -hmm. dan marketing doet het op steroids. Yes. Maar wat ik aan zou raden om dit heel gestructureerd te doen, is ga producten lanceren als een gek. Zorg ervoor dat iedereen wat betaalt. Lever tien keer meer waarde. Dan dat het, zeg maar, en dat ook tegen mensen, dat zeg ik ook altijd in al mijn workshops: is het niet tien keer de waarde, dan krijg je achteraf je geld terug. Ja. En uh, gelukkig is het nog nooit gebeurd, dan moet ik wel even afkloppen, want het zal vast een keer gebeuren. Maar waarom? Dat zorgt ervoor dat jij altijd de hoogste kwaliteit garandeert, daardoor, waardoor mensen helemaal wild gaan. Dan krijg je raving fans. Heb je raving fans? Zeg maar, ik heb sommige klanten die letterlijk 20, 30 klanten aan hebben geraden. Dat is absurd. Weet je, dat is echt super gaaf. Mm. Want die zijn zo fanatiek fan van jou, omdat jij hun leven hebt veranderd. En daarna ga je pas focus op je businessmodel. Yes. Daarvoor is het wel, de, want dat is een stap daar we nu vrij snel overheen gaan, die wel best belangrijk is. Dat tien keer meer waarde leveren dan wat je gevraagd hebt. Yeah. Daarvoor moet je wel ook weer terugpakken naar de eerste fases. Fucking goed geluisterd hebben naar je klanten. 100%. En want daar, dat hebben wij bijvoorbeeld ook wel eens meegemaakt of whatever. Je kunt. Door de zin tien keer meer waarde leveren. dan dat de klant wil. denk je dat je ook tien keer zoveel moet doen. of dat je heel veel dingen moet doen. Nee, nee. Je, moet, je kunt een soort van target shot doen. heb ja. ik in ieder geval gemerkt. van ja. één ding. Ja. Maar je moet wel heel goed weten wat het is. En dat kan ja. helemaal uitgekleed zijn. dat ja. kan voor jou van. Ja, maar gaan ze dit helemaal de shit vinden? Als het een sniperschot is, dus wel. Ja, ja. Maar hou jezelf niet voor de gek van. Oh, en dan, doen we, dan kunnen ze ons altijd bellen. En mails. En dit en nee. dat. En zus. En dan nee, ja, ja, ben je er heel en, veel en, tijd aan en, kwijt. En, en dan is het niet winstgevend. Maar het ja, gaat en, wel meer toch om. Zeg maar, je investeert 100 euro. En zorgt dat ze 1000 euro terugverdienen. Zeg maar ja. Dat is toch de tien, ja, Maar Dat is dus zeker, niet zeker. altijd. Want maar, als ik een broek koop. Ja, is het niet altijd zo te kwantificeren. Okay, waar jij nu over praat. Mm -hmm. En dat lijkt me fantastisch om, om hierop door te gaan. Maar jij nu. Stel, je hebt dus een hit. We hebben een product gevonden. En je gaat in de start-up fase. Mm -hmm. Dus stel je hebt iets gevonden waar jij denkt dat jij jouw product waar vraag naar is. Bijvoorbeeld een, een voorbeeld van ons. Hè, wij wilden uitvinders worden nadat ik een, een, een studiebeurs heb ontvangen voor het Excellente Studentenprogramma wat ik op had gericht. En wij wilden altijd uitvinders worden en ondernemers. En toen ben ik met een aantal van de beste studenten op een zolderkamertje gaan zitten. En met Elon Musk aan de muur. En toen gingen mm -hmm. we gewoon zeven dagen van ochtends tot avond, 16 uur in de dag werken totdat mensen gingen huilen en zo. Deze en, foto heb ik ook nog wel eens een keer gezien. Ja. Stuur je dit door? Ja, ja die ja, gaan we toevoegen. Ja, Geweldig. Oh, en 31. Ja, okay. Ik weet oh, nog ja. ook dat ja. ik jou ontmoette. Dat dit een van de eerste <laughs> foto's was. die je ook liet zien. Van. Kijk, ik ben een uitvinder. Zo, zo <laughs> ja, zag het ja. vroeger eruit. Ja, ja maar ja, je moet voorstellen. Wij zijn letterlijk begonnen. op een zolderkamertje. Een vijf vierkante meter. Acht vierkante meter, geen idee. Maar we zaten allemaal sch sch elleboog tegen elleboog. Ja. We hadden geen, de matrassen hadden we eruit gegooid. En we hadden gewoon alleen maar bureautjes neergezet. En dan heb ik het echt over gewoon planken op van die, van gewoon echt alle de shit die je ooit kan bedenken. En we gingen over van s ochtends tot 's avonds werken. Maar we hadden geen ideeën. En hoe hebben we dus zonder geld, zonder ideeën een miljoenenbedrijf gebouwd? Nou, op een gegeven moment werd er een jas van een vriend van ons gestolen. En, en toen dachten we, we wilden uitvinders worden. Laten we op gaan lossen hoe we die jassenliefstal kunnen oplossen. Nou, en dat is uiteindelijk tot Kaplok gekomen, wat, wat jullie allemaal weten. En um, kijk, dat was natuurlijk een, een, een schot in de roos. En dat was mijn eerste echte serieuze bedrijf. Maar daarvoor was ik dus acht jaar aan het futselen in level één. En toen pas kom je in level 2. Nou, en toen hadden we echt een hit. Nou, je hebt je net promoterscore, de viraliteit van je klanten. Dat ga je dus op een manier meten en altijd bijhouden. En is dit niet goed genoeg, ga je nooit naar fase 2. Dat is een hele belangrijke tip voor iedereen. Wat bedoel ik daarmee? Is pas als al deze stoplichten op groen staan, dan pas ga je door naar het volgende ding. Ben je een grote corporate, dan ben je een nieuw product aan het ontwikkelen. Zelfde verhaal. Elk nieuw product wat je doet, ga je dezelfde stappen door. Doe je dat gedisciplineerd, systematisch. Bijna elk schot wat jij doet is in de roos. Dat is niet normaal. Dat bespaart je zo ongelooflijk veel tijd, geld en moeite op de lange termijn. Als je in het begin wat meer moeite doet. Ja. En wat meer in het begin is vijf minuten. Maar een heel bedrijf van koers veranderen. Nou, dat kost je miljoenen en alle tijd die je besteed hebt om die andere koers te lopen. En nou, dan, dan heb je dus een hit. Dan heb je iets, een product waar je dus echt, waar je denkt dat je iets hebt. Nou, op het moment dat dat bewezen was, wat wij letterlijk met één 3D-printer hadden bewezen: houten kastjes met kaplok. kon je dus funding ophalen. Mm -hmm. nou, in, eerste, in eerste instantie dachten wij dat wij 58.000 euro nodig hadden of 57.500 euro. En uh, dat we er drie maanden over zouden doen. Nou, uiteindelijk zat er meer dan 3,2 miljoen aan funding in en dergelijke. <laughs> en uh, ja, absurd. En heeft ja. het drie jaar gekost. Zeven ja. dagen in de week werken, van ochtends tot s nachts. Ja. Maar, maar dat was allemaal op dus de tests van die, die eerste fase. Kan je zoveel funding ophalen? Kan iedereen. En um, nou, wat is de volgende stap? De volgende stap in een start-up, daar begint het spel. Want precies wat jij net zegt, Jaro. Het probleem is, is jij denkt nog dat jij nodig bent, dat jouw klanten jou willen, dat jij de enige schakel bent die alles kan doen. Dus je bent eigenlijk overal nodig. Dus in je eentje of als je gelukkig bent met meerdere mensen vervul jij alle rollen. Bijvoorbeeld kijk naar vrijwel elke zzp'er. Maar het makkelijkste om veel geld te verdienen is ben een specialist en verdien snel veel geld. Hè? Bijvoorbeeld marketing, design, whatever, engineer en verhuur jezelf. Dan kan je makkelijk heel veel geld verdienen. Maar op het moment om een goede ondernemer te worden dan zijn de, de kaarten weer tegen jou uh, ge, gestekt. En wat bedoel ik daarmee? Om een level 1 startup, als je het zo even kan noemen, is dus letterlijk. Of uh, ja, level 2, stap 1 startup. Is letterlijk iemand die dus inuitvoerend is. Maar wat wil je nou doen? In eerste instantie moet je ervoor zorgen dat je dus diensten zo goed levert, op wat voor manier dan ook. Dat klanten andere klanten aanleveren. Tweede, je moet je financiën heel simpel. Het financiële model moet je het duidelijk hebben. Je groeimodel, businessmodel, financieel model. Heb je die drie dingen klaarstaan? Nou, dan kan je eigenlijk de derde stap gaan zetten. En dat is een schaalbare start-up maken. En daar begint het echte spel. Waarom? Dan moet je een organisatiebouwer worden. Een echte ondernemer. Niet meer iemand die, die uitvoerend is. En hier zit een kippen-ei-verhaal. Hoe meer jij uitvoerend bent, hoe beter jij, hoe, hoe beter jij bent in wat je doet, wat je levert, hoe moeilijker het is voor de meeste mensen om dus die stappen achteruit te zetten. Mm -hmm. En daar, dat is ook weer een reden waarom ze soms jarenlang in dat systeem blijven zitten. Want ze denken, hè, ze zijn vast in commitment, ze verdienen net niet genoeg geld om eruit te klappen, maar ze verdienen ook niet genoeg geld om dood te gaan. Nou, je hebt natuurlijk hele rijke ZZP'ers, top. maar op het moment dat jij een echte succesvol ondernemer wil worden en een organisatie wil bouwen, dan heb je een probleem. Want hoe ga je dat doen? Nou, en dat doe je, ja, Bas. Los. Dat is precies waar wij het letterlijk van de week nog over hadden. Maandag, in de meeting, dat we bezig zijn met een van onze verdienmodellen uitbouwen. En dat jij toen zei van, ja, ik moet er eerst diep in duiken. Ik moet het zelf goed begrijpen, want als ik het zelf goed begrijp, dan kan ik het uitbesteden. En toen zei ik ook al van, ja, 100% mee eens. Alleen dat is dus een slippery slope. Want in <laughs> hoeverre moet ik het goed genoeg kunnen, zodat ik het zelf doe, zonder een systeem op te bouwen waarin ik het zelf zo goed kan, ja. dat het me niet genoeg opbrengt om het uit te kunnen besteden. Ja. De, toch? Dat is een beetje diezelfde ja, discussie erg. van waar liggen die niveaus? Het, 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 het grappige dus ook aan dat verhaal is van... In met dat product zitten we zeg maar nog in die foundersfase. Want het product op zichzelf staat eigenlijk nog niet eens. Mogelijk, ja. Dat ik nu zeg maar als ik het verhaal nu, zo nu aanhoor. Aan de ene kant kunnen we inderdaad zeggen van... oké, okay, je gaat naar de fase mm -hmm. met dat product. Maar aan de andere kant zit je nog in de founders fase met dat product. Dus... Maar dat is ja. ook wel leuk, want ja. dan, dan kunnen we daar ook verder en dieper ja. naar gaan kijken en ja. zo. Ja. Dat, uh, ik denk dat dat verder prima is, toch? Ja, ja, ja dat is voor een andere keer. Ja. Maar kijk, dat, is, kijk, wat, wat, dat is precies wat jullie nu zeggen, is dus het probleem van schaalbaarheid. Wat is nu de fase? Als eerste ervoor zorgen dat je marges goed staat, dat je een winstgevende start-up hebt. Mm -hmm. En de tweede fase een schaalbare start-up. Mm -hmm. Nou, wat moet je daarvoor doen? Je moet een stukje projectmanagement creëren. Hè? Wij geven dat in een company command center level 2. Je moet een plek hebben waar dus al die data bij elkaar komt, zodat je een zelfstandige organisatie kan bouwen. En een zelfstandige, schaalbare startup. Nou, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Nou, in eerste instantie zorg je ervoor, dan doe je dus zelf de marketing, zelf de sales, zelf de delivery. In tweede, de tweede stap om een succesvolle start-up te bouwen, een winstgevende, schaalbare start-up, is dat je letterlijk het omdraait met het woordje schaalbaar. Je gaat schaalbaar leveren, schaalbare sales doen en schaalbaar de marketing doen in die volgorde. En wat bedoel ik daarmee? Schaalbaar is letterlijk gedaan door iemand anders in deze fase. En wat bedoel ik daarmee? Dat jij het zelf niet meer doet. Mm -hmm. En waarom in deze volgorde? Nou, je begint met de delivery. Het leveren schaalbaar te maken. Waarom doe je dat? Omdat je als executive in eerste instantie altijd moet focussen op hetgene wat het allerbelangrijkste is. En in deze fase is dat marketing, is dat groei. Dus jouw topprioriteit ligt in groei. Dus die ga je als laatste schaalbaar maken. Omdat je daar van nature als eerste op moet focussen. En dat is gewoon bewezen: als je kijkt naar alle snel groeiende bedrijven ter wereld. He, bijvoorbeeld Steve Jobs er ook onbekend. Terwijl die hele innovatieve producten. Uh, 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 maakte dat hij nooit bij de engineering meetings was, mm. maar wel altijd bij de marketing meetings. En hij was altijd bezig met marketing interviews doen. Mm. En waarom beter begrip van klanten? Moet je je voorstellen, een multimiljardair die dus elke dag met zijn klanten voor de winkels en dergelijke aan het praten is, om zijn klanten beter te leren kennen. Dus zelfs op dat niveau doe je dat gewoon nog steeds. Dat is iets wat je de rest van je leven blijft doen, want mm. daar komen je beste ideeën van. Mm -hmm. Nou, terug naar de basis: het schaalbaar maken van je organisatie. De grootste problemen zijn is dat je overal nodig bent. Dat je van s ochtends tot avond als kips onder kop aan het rennen bent, dat je niet genoeg geld hebt om ervoor te zorgen dat je dus alles, dat je de goede, goede mensen op de goede plekken kan aannemen. En dat je überhaupt de systemen kan bouwen. Dus op het moment als alles misgaat, en je bent op een gegeven moment ben je uitgeput. He, je kan niet op vakantie gaan, want als je op vakantie gaat, dan stort je cashflow in. Mm -hmm. Of je organisatie stort in. Dus je kan nooit vrij nemen en neem je vrij, stort alles in. Hoe doe je dat nou? Nou, dat doe je met operational excellence. Operational excellence, dat is de corporate term, om ervoor te zorgen dat jouw machientje draait zonder drama. Dat als je een motor start, dat niet de hele tijd de motor uit elkaar klapt. Als je even wegloopt. Nee, de motor moet een motor zijn. Jouw machine moet draaien. En op het moment als ik in een auto stap, dan moet hij rijden. En als ik wegga en kom terug, dan moet hij nog steeds rijden. En wat bedoel ik daarmee, is jouw machine moet altijd 100% zelfstuurd zijn. Hoe doe je dat? Denk in eerste instantie altijd alsof je een team bent. Je hebt vier levels. Level 1 is je doet het zelf. Je bent uitvoerend, start-up-stijl. Jij doet je eigen delivery. Stap 2, en daar ga je meteen over nadenken hoe je dit kan toepassen, is dat jij gaat kijken: oké, okay, als ik iemand anders train die uitvoerend is, die de delivery doet, hoe zorg ik er dan voor dat iemand anders dat doet, dat levert? En um, hoe krijg ik het voor elkaar om één stapje terug te doen? Op het moment dat je alleen al zo gaat denken. Ga je al meer looms maken, simpele documentatie schrijven en dat soort dingen? Ja, en nooit ja. moeilijk. Nooit geen moeite. We doen nooit moeite. Dus altijd denken dat mensen even slim of slimmer zijn dan jou. Maar wel duidelijke uitleg, zodat jij simpele uitleg maakt dat iemand anders alles kan doen wat jij doet. Maar dan niet te veel, niet te veel structuur. Waarom? Dan wordt het gefrustreerd. En hoe dommer je mensen behandelt, hoe dommer mensen gaan zijn. Hm. En dat is gewoon sneu maar waar, toch? Echt waar? Ja, ja Oké, okay, ja. wel grappig. Zeg, maar ja. als, je, als jij mensen helemaal uitvoerend behandelt, dan zullen ze altijd uitvoerend zijn. Op het moment dat hm. jij tegen mensen zegt: Ik wil dat jij een leider gaat worden voor jezelf en deze organisatie. Nou ja, 9 van 10 kans als je een beetje goed recruit, is dat ze ook echt ontpoppen tot een leider. Maar dan moet je ze daarna ook als leider behandelen. En niet weer terugcrushen naar de uitvoerende functie. <laughs> Want dan, ja. hè, je moet doen wat je zegt en zeggen wat je doet. En, uh, of zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En, en kijk, wat het allerbelangrijkste is, is ervoor zorgen dat jij een bedrijf hebt wat dus uit zichzelf geld verdient. En dat jij een goede marge hebt en dat je niet te veel in de operatie zet. Zit, dat je niet te veel stress en urgentie ervaart door de dag heen. Want he, heel veel start-ups en, en, en ook scale-ups, die hebben heel veel last van heel veel stress en urgentie. Gaat nu alvast trainen en oefenen om dat los te laten. En, want het wordt alleen maar heftiger. Hm. Het leuke is, stress wordt steeds meer een keuze. Maar de hoeveelheid informatie die op je afkomt wordt steeds heftiger. Totdat je zo'n 25, 30 man in dienst hebt. En dan, uh, dan, als je het goed organiseert, wordt het rustiger. Maar totdat je het goed organiseert, blijft het. En dat noem je dan een Eisenhower kwadrant, maar dat is een ander verhaal. Over welke informatie je wel en niet toelaat. Ja, ja, ja. En je gaat op een gegeven moment letterlijk een kantoor hebben met een secretaresse ja, of een PA. Ja. En daar moeten ze eerst langskomen voordat ze met jou wat ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, tuurlijk. Want ja. informatiebarrières en communicatiebarrières. Mm -hmm. Maar dat is weer heel tricky. Want aan de andere kant moet je dus ook een forum hebben dat je één keer per week, één keer per maand met het hele bedrijf bij elkaar komt. Waar iedereen alles mag zeggen wat je wil. Mm -hmm. Want dat is weer een probleem. De top van de vuurtoren ziet de onderkant niet, zoals de Japanners zeggen. Je moet altijd inzicht hebben in je eigen bedrijf. Ja, dat, dat verlies je ook razendsnel. Maar terug naar die start-up fase. Um, kijk, een aantal jongens die we daarmee geholpen hebben... is bijvoorbeeld uh, nou, een aantal bekenden die ook hier op de podcast zijn gekomen. Jorren Kirkels. Ja, dat is een ongelooflijk fantastische vent. Heeft mij ook ongelooflijk veel energie opgeleverd in mijn leven. Nog meer. Nog meer. En je, <laughs> je hebt nu een oude ring. Oude onkel. ring, ja. ja, 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 ja. ja, ja. Van joven, ja en ook bloedsuikermeter, zeg ja, maar. Bloedsuikermeter. Ja. Ik ben echt heel erg uh, glucose of uh, ja. uh, glykemische, waar noem je dat dan officieel wetenschappelijk? Maar ja, gewoon bloedsuikerspiegel. Dus iedereen die denkt ja. dat daar, die zit zwaar in de drugs, kun jij nu gewoon ook bloedtest laten zien, dat het niet zo is? Ja, klopt. <laughs> ja, 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 ja. En het zou ook heel lastig zijn om zo consistent <laughs> veel energie te hebben als ik. Met drugs. Want, ja, dat zou niet werken. <laughs> nee, want dan denk je dat je echt nou, dat na een de deze invuus. aflevering stort je ook helemaal in. Ja, precies. Gewoon. Nee, nee, hierna moet ik nog nee, allemaal... zo is hij dus alle... altijd. Dat is ja. wel, want ja, na die ja, vorige aflevering hadden wij ons eerste evenement. Dus dan zijn we gelijk een hele dag met jou geweest. Ja. Jij stopt niet. Nee. Nou ja, ik stop als ik slaap en als ik dood ben. Ik, ik heb ook een heel systeem om ervoor te zorgen dat ik altijd energie heb. En ik let op voeding, sport, mentaal, fysiek. Zeg maar, hè? dus ik, er is een heel systeem om ervoor te zorgen. Want het gaat niet om de tijd, het gaat om de hoeveelheid energie die je hebt. Mm -hmm. En als je je energie gaat masteren, hè, high performance, dat is een van de essentiële dingen om consistent nu, als je jong bent, aan te gaan bouwen. Zodat je, als je later nog steeds die super energieke, lenige sterke Spartan Warrior bent... met ervaring en overzicht. En als je geluk hebt, een beetje wijsheid. Ja. Maar ja. terug naar de case. Terug naar Joren. Wat is nou fantastisch aan deze gast? Wat hebben we nou gedaan? Nou, hè, hetzelfde gedaan. Hij, was, hij had zijn hit. Dus hij had level 1 voltooid. Hij is naar level 2. Hij moest een winstgevende start-up gaan. Hij had hij stap 1 gedaan. Hij verdiende geld. Hield mensen meer energie te krijgen. Gaan ze maar door. Stap 2. Schaalbare organisatie maken. Nou, hoe hebben we ervoor gezorgd... dat hij binnen drie maanden keer vijf is gegaan? Dat hij in plaats van tienduizenden tonnen verdiende... Super simpel. De mensen waar hij mee samenwerkt... hebben we samengevoegd in één bedrijf. Waarom? Het waren allemaal verschillende losse ZZP'ers. Gaan ze maar door. We hebben gewoon gezegd... nee, we gaan alles op één hoop gooien... en één echt succesvol bedrijf van maken... We hebben ervoor gezorgd dat zijn hele processen inzichtelijk gemaakt werden. En dat hij alles vanuit één plek kon beheren. Zijn company command center, zijn uh, uh, verkeerstoren. Als je een, vlieg, een vliegveld bent, weet je, zijn glazen bol om zijn hele bedrijf altijd inzichtelijk te houden. En hij, daarna is hij ervoor gaan zorgen dat hij ging focussen op marketing. Schaalbare marketing gedaan, schaalbare sales gedaan, schaalbare delivery gedaan. En boom! En het mooie was: hij hoefde zelf niks meer te doen. Dus we hebben zijn taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan anderen. Nou, en hij is gewoon uh, super hard gegaan. Ja. Ander leuk voorbeeld uit dit verhaal is bijvoorbeeld Justin Kouwenoord van uh, Global Nova. He, dat is een start-up. Nou, die verdiende eerst 10.000 euro, zat in de e-commerce. Dus dat is relatief makkelijk, want het zijn hele geautomatiseerde systemen met duidelijke datasets. Nou, dat, is, dat is ongelooflijk hard gegaan binnen, binnen vier, vijf maanden. Verdienen die tonnen. Mm -hmm. Dat is fantastisch dat je zo snel impact kan hebben. als je maar iets hebt waar je, uh, ja, waar je mee, kan, uh, mee kan doen. En ook uh, uh, Chris van uh, Holy Pizza. Nou, die hebben, ze werken nu ook 100% voltijd tijd voor zichzelf. Die doen ook op... weer holy pizza's. Zijn dat die vegan pizza's? Ja, de vegan pizza's. Het zijn, wat zij doen is zij organiseren events. Mm -hmm. uh, Pizza-events voor bedrijven en dergelijke. Maar ah. ah, dat was ongelooflijk leuk. Want nu hebben ze er ook een hele experience aan toegevoegd. Een hele proces geanalyseerd. ervoor ja. gezorgd dat het zelfstandig is. En nu kunnen ze op verschillende plekken tegelijk dat soort dingen organiseren. Boem, en ze hebben een leven. Ze werken ja. gewoon voltijd voor zichzelf. Maar dan stap twee het schaalbaar maken. Ja. Want leuk als. Ja. Wat maar toch? voor dit, hè, want ja. er zijn nog uh, heel veel mensen die ook kijken en luisteren en die denken van, nou ah, ja, fucking tof. Uh, ik ben zelf ook aan het ondernemen. Um, jij helpt dus op dit moment ook gewoon andere mensen. Ja, uh, of bedrijven kijk, en ondernemers. Ja, zeker. Kijk, waar, uh, ik ben hoofdzakelijk ben ik gericht op bedrijven die uh, een ton per maand verdienen. En die help ik naar minstens een miljoen per maand te gaan. Die mm -hmm. hebben 15, 25 mensen in dienst. En die zorg ik ervoor dat ze echt keihard kunnen opschalen. Maar daar zal ik straks mogelijk wat over vertellen. Uh, maar ik help zeker ook mensen die een eigen bedrijf hebben, die een start-up zijn. Om ervoor te zorgen dat zij echt naar de next level gaan. Uh, waarom? Is omdat. Uh, daar kan je eigenlijk heel snel impact hebben. Mm -hmm. En die help ik eigenlijk zo snel mogelijk met zoveel mogelijk impact te hebben, zodat zij doorgroeien naar volwaardige klanten voor mij. Nee, ja, je maakt je eigen klant. Ja, ja, ja maar hoe ja. succesvoller, hoe sneller ik die mensen ja. van deze fase succesvol kan krijgen, hoe sneller ik hun naar 15, 25 man kan brengen en een serieus leven, maar ook een succesvol ondernemer. En je ziet het, hè? Ze lopen rechterop. Binnen een jaar. Je ziet het, je ziet het hè? Ja, nee, en dat is niet ja. normaal wat het doet. Ja, want van ja, een start-up ja, ja, ja. naar een ondernemer gaan, dat is echt grappig. Dat zie je, dat merk je. Je voelt aan een handdruk. Je komt mm -hmm. ze tegen en ze denken: oh ja, ik ben een fuck shit. Weet je Ja, wel? ja, ja. er ja. zit een verschil in, zeg maar. Ja, want ja, ja, want, want dat, dat is dus, dus leuk. Want je helpt ons ook. Nou, wij hebben nog ja. niet 15 man in dienst. Ja. Uh, een joods gezegd is altijd: ik gun je veel personeel. Ja. Maar uh, in dit geval is dat dus positief. Ja. Ja. <laughs> maar um, je helpt dus inderdaad ook bedrijven die van uh, een aantal tienduizend euro's per maand omzet doen. en die ja. door willen naar meer. Ja, ja, ja. kijk, het gaat erom dat jij hard wil groeien. en mm -hmm. dat je bereid bent om het werk te doen. En uh, het leuke is, is: op het moment dat jij een start-up hebt, op het moment dat jij iets vindt. dan heb je eigenlijk hè, stap 1 is ontdekken of je product goed genoeg is dat het een miljoenenbedrijf is. Ja, ja nee. Nou ja, daar kom je snel genoeg achter als je een goed financieel model hebben, wat veel startups niet hebben. Goed groeimodel en businessmodel, wat ook veel startups niet hebben, zelfs bijna geen. Ja, ja, <laughs> Weet je wel, ja. dus dat zijn de eerste stapjes die je moet doen. En daarna moet je gewoon projectmanagement masteren. Je moet een projectmanagement koning worden voor je eigen team. Ja. Je moet leren om een zelfsturend team te bouwen. Want als je dat nu bij jezelf mastert, mm -hmm. dan kan je dezelfde principes toepassen op het moment als je groeit. Want kan je één zelfsturend team aansturen met jezelf, dan kan je er ook 10, 20, 30 aansturen. Maar dan zonder jezelf. En het leuke is dat je eigenlijk. Doe je nu ook in principe gewoon practice what you preach. En moet nu, zeg maar, vorig jaar, ik denk iets meer dan een jaar geleden, begon je eigenlijk ook een beetje in deze markt. Ik ben nu eigenlijk eigen regels ook aan het toepassen. 100%. Zo. Maar dat, je doet het iedere keer overnieuw, hè? Ja. Elke, keer, elke keer als je een nieuw bedrijf start. en op een gegeven moment als je een aantal succesvolle bedrijven hebt gemaakt. begin je gewoon weer met, met het begin. Mm -hmm. En wat ik letterlijk doe, is. Ik ga kijken. Hè, sowieso wat voor mij belangrijk is. is dat, er, dat het het perspectief en strategie heeft. om uh, 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 ja, een grote organisatie. naar een miljardenbedrijf te brengen. Ik wil echt een unicorn bouwen. Dat vind ik echt helemaal fantastisch. Het moet de, de wereld veranderen. Het moet mensen helpen. En. In dit geval, dit is echt letterlijk een uit de hand gelopen hobby. Waar ik eerst bedrijven hielp omdat ik in ze geïnvesteerd had. En dan ben ik interim manager geworden omdat ze geen financieel model had, hadden. En toen dacht ik: ja, oké, okay, maar dan wil ik wel dat het geld goed besteed wordt. En dan waren allemaal vrienden. Ja. En uh, toen ben ik die gaan op, helpen op te schalen. Series B-ronding afgerond. Uh, 20 miljoen opgehaald. En, en voor dat bedrijf. En, en, en zo ben ik zeg maar ze steeds meer gaan groeien en is het op een steeds grotere schaal uh, gaat worden. En dat is precies dezelfde principes. Zorg ja. ervoor dat je met mensen praat. Zorg ervoor dat je tien keer die waarde levert. Zorg ervoor dat je eerst focust op je groeimodel. Daarna pas je businessmodel. Zorg ervoor dat alles, dat je ervoor zorgt dat je de grootste problemen die mensen hebben, de grote frustraties. Dat je die zo beter kan oplossen dan iedereen anders. Ja. En breng het op een manier die niemand anders na kan doen. Maar nou, en dan heb je gewoon een hit in de markt. Ja, en, ja. en ik moet eerlijk zeggen dat hè, ik heb meerdere producten opgericht, opgeschaald en, en de bedrijven doorverkocht. En dit is een van de leukste bedrijven ooit. Mm -hmm. Want hoeveel, hoe blij de mensen nu zijn, hoeveel appjes ik krijg dat ik mensen hun leven heb veranderd en hoeveel multimiljonairs ik afgelopen half jaar of afgelopen jaar al sinds de vorige podcast heb ge gemaakt, mm -hmm. nou, dat is absurd. Ja. En, en de dankbaarheid daarvan, als je kijkt naar wat mensen over mij schrijven. En ook hè, de reviews op mijn website: gewoon stormsompcom slash reviews. Dat is echt magnifiek. En al die mensen kan je ook opbellen. En dat is super cool, weet je ja. wel. En ja. daarom, en dan moeten we niet vergeten wat je voor de podcast aangaf, heb je ook nog wat tofs voor deze ja, aflevering. Ja, voor zeker. en luisteren. Ja, ja, ik heb iets super tofs. Um, uh, op het moment als jij een call in wil plannen uh, met mij, dan heb ik voor de eerste twintig mensen een. Uh, 100% gratis bedrijfsanalyse call met mij, en krijg je 20% korting op elke dienst of alle diensten die je afneemt. Mm -hmm. uh, en dat is gewoon omdat ik het echt gun. En uh, ja, aan het eind van de aflevering heb ik ook nog iets super vets wat ik, je, wat ik je nog mee wil geven. Maar kijk het in ieder geval af, want hierna wordt het echt boeiend, want iedereen denkt altijd dat de fase waar ze in zitten de allermoeilijkste fase is. Mm. Maar de fase op het moment als jij een zelfsturende start-up hebt gemaakt, <laughs> ja. op het moment als jij echt naar een wat grotere, wat wij noemen level 3 organisatie gaan, de opschaalfase, mm -hmm. daar begint de echte game. En als je dit al lastig vond, nou maak je borst maar nat, jongen. Want deze shit wordt tough as fuck. Maar dan heb je wel het voordeel, mocht het niet helemaal lekker gaan, kun je het verkopen. Ja, 100%, elke dag van de week. Als en, je het goed doet. En het geld dat je dan verdient, zorgt ook wel dat je ook centjes... Los hebt zelf waar je wel investeringen mee kan doen, dus je bent yeah. dan wel op een niveau dat je kunt zeggen: Ik ben nu echt vermogen voor mezelf aan het opbouwen, dus want dat is de uitdaging. In het begin werk je in een bedrijf waar je zegt: Ik kan er van rondkomen, maar ik kan niet echt iets opbouwen. Het bedrijf groeit ook niet naar iets, dus het is allemaal net niks. stort het nu in, ben ik weer bij nul. En je gaat wel naar een niveau toe dat je zegt: Ik ben nu wel iets aan het bouwen dat en nu al waarde heeft ja. en waar ik genoeg uithaal om voor mezelf echt al wat op te bouwen. En oh, dat is wel een andere mindset, dus hoe zwaar het ook is om dat te bouwen, yeah. de upside is ook wel een stuk groter als je het goed doet. That's want kijk, wat waar. je heel vaak ziet, is als jij niet de goede inzicht hebt. Hè, bijvoorbeeld Silicon Valley staat erom bekend dat het data-driven is. Hè, dat met een reden, 100% transparante, zelfsturende organisaties. D er is een reden waarom er zoveel miljarden bedrijven daar vandaan komen. Omdat is hoe de systemen en hoe zij zichzelf organiseren vanaf dag één. Uh, dat zijn gewoon, be uh, ja, hè, dat zijn wereldwijd bewezen systemen die jij ook gewoon kan toepassen in je bedrijf. Pas je die niet toe, elke ondernemer in Nederland die vindt het wiel zelf uit. En op het moment als jij een goede organisatie hebt gebouwd, met goede operational excellence, met excellentie in executie, dan krijg je het voor elkaar. Dan kan je je bedrijf heel makkelijk verkopen. Ja. Maar op het moment als je dat niet hebt gedaan, op het moment als je dus één grote rotzooi creëert, dan kan je je bedrijf niet zo makkelijk verkopen. En dan zal het minder waard zijn. En dan zit je zelf nog gevangen in een ratrace. Ja. En het stomme is, is die ratrace kan of groter worden, of je moet een soort way-out vinden. Nou, in Amerika wordt is, heeft bijna iedereen een coach. In Amerika heeft zijn er veel meer groepjes. Als je in Silicon Valley rondloopt en ik heb er gewerkt en ik heb er heel veel in New York in New York gezeten, en in California San Francisco en zo. En daar, je loopt op straat, je komt in een bepaalde bar, de tech bar, en je wordt aangesproken door tech ondernemers. En ze zeggen meteen: yo, wat voor auto rijd je? En dan zeg je die. En als je dan naar buiten loopt en je rijdt niet die auto, ben je meteen af. Maar mm -hmm. rijd je wel die auto, ben je gewoon meteen in. Mm -hmm. En zo snel gaat het. Dan word je uitgenodigd, want als je een goed gesprek hebt, coole shit doet, dan ben je gewoon boom. Die, die, dat is donderdag en vrijdag sta je op een of andere party, op een of andere penthouse. In de top van New York of in California. En, ja. en uh, sta je daar te praten met de grootste tech-ondernemers. En denk je: echt, wow, dit ging snel. Welkom in Amerika, daar wordt kennis gedeeld. Mm -hmm. ja. En in Nederland is het eigenlijk heel individualistisch. Iedere ondernemer wordt. Wordt geacht te kunnen ondernemen. Maar wie leert het ze nou? Nou, niemand in Nederland, die, die ik ken, die jou kan vertellen hoe je een echt effectieve Silicon Valley-stijl start-up of bedrijf kan bouwen. Bijna niet. Mm -hmm. Nou ja, en, en, en dan, dan ga je naar het volgende level. Hè. Stel dus, je hebt je, hebt die, je hebt je product gevonden, je hebt een hit, je hebt je net promotorscore goed bijgehouden, je hebt virale klanten. Je hebt je start-up eerst weer gemaakt en daarna schaalbaar. Ongeacht of het nou e-commerce of productontwikkeling is, je hebt altijd gefocust op groei. Ongeacht wat, hè, de best groeiende bedrijven ter wereld, die hebben tussen de 50 en de 80 procent focus op marketing. En ook als je naar Elon Musk en Steve Jobs kijkt, als je nou luistert wat ze tegenwoordig zeggen, oh ja, ja geen marketing spend. Weet dat het A niet waar is, want ze hebben gigantische marketingspans. En hmm. B. Ook wat ze daar zeggen, omdat ze daar zijn gekomen. Als je de meest gevolgde man op Twitter bent, of ik tegenwoordig. Dan hoef je niet meer zoveel moeite te doen, want de hele wereld luistert naar je. Ja. Op het moment als jij een kleine start-up op een zolder bent, dan moet je altijd ervoor zorgen dat je tussen de 50 en de 80% focust op sales en marketing. Doe je dat niet, dan ben je bij voorbehoud af. Waarom ben je niet groei geobsedeerd? Dan heb je of de, niet de juiste mensen op de juiste plek zitten. Of jouw focus is verkeerd. En het allerbepalendste voor succes. Het grootste obstakel is gebrek aan kennis. En de, allergrootste, de allerbelangrijkste factor van succes is een goed georganiseerd bedrijf. En de juiste dingen op de juiste manier goed doen. Dus de goede dingen goed doen is super tricky. En je bent van nature geneigd om de foute dingen goed te doen. Hè? En dat is bijvoorbeeld, focus op dat visitekaartje, al die dingen, al die pushpas die er uiteindelijk niet echt toe doen als je heel realistisch bent naar jezelf en heel eerlijk. Mm -hmm. Nou, oké, okay, dan heb je dan heb je een, een start-up, je hebt het winstgevend gemaakt en je hebt het schaalbaar gemaakt. Wat dan? Dan begint het echte spel. Want op het moment dat je die stappen volgt, en dan heb je gewoon braaf gedaan. Je maakt er gewoon een lijstje van en je maakt er een planning van en je volgt dat. Dan kom je bij een organisatie. En een organisatie noemen wij een level 3 organisatie of een level 3 bedrijf. En de missie die je daar hebt, is ervoor zorgen dat jij een 100% transparante en zelfsturende organisatie hebt. En hier barstte hij los. Waarom? Omdat dit is zo'n gebrek aan kennis wat je ineens recht in je ogen aanstaart. Bijvoorbeeld, een goed voorbeeld van een verhaal: we vertelden dat ik op een zolderkamertje ben begonnen. Nou, op een gegeven moment hadden we het snelst groeiende bedrijf van Brabant. En uh, ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, maar ik ben best wel druk of enthousiast. Nee, ja, ja. En uh, hè, als je kijkt naar, ik ben nu een onge onge ongelooflijk gedisciplineerd en georganiseerd persoon. Maar zo was ik vroeger niet. Ja. Hey. Oh, wat oh, wat een verrassing. Ja. Dit is zelf gemaakt. Hè. In oh, Engels, ja, ja. you force your personality. Dat moet eerst heet ja. zijn en warm zijn sculpte, en heel veel, heel ja, ja. veel klappen krijgt. Weet ja, ja. ja, je sculpt je, dat is een hele mooie methode. Je sculpt je persoonlijkheid in je zijn. Hè. Je, First you make your habits and then your habits make you. En wat ik daarmee bedoel is: op een gegeven moment hadden we dus 45 man in dienst. Gewoon echt in, in, in een paar maanden tijd. Het ging echt super snel. Mm -hmm. eh, het ging heel langzaam. Echt, eh, drie jaar met allemaal engineers in, in, in een mini hokje. Waar we tegen elkaars elleboog aan, aan, aan het rubben waren. Super frustrerend ja. en zwaar. En op een gegeven moment klapte het uit de grond. En dan hadden we een ander bedrijf voorbij. En met twee bedrijven ging het echt ging het razendsnel. Heb je daar ook een foto van? Ja, zeker. Ja, dan gaan we die ja, joh, er ik ook heb nog even een... ingooien. Dat ja, joh, is dan een soort van de, de cool. volgende fase. Ja, nee, dan ik ik kunnen we aantal, dat visueel maken. Ik heb een aantal prijzen hiervoor gewonnen. Want toen kwamen we ineens op tv en toen hebben we prijzen gewonnen. Eentje die uitgereikt is door de uh, uh, wethouder en burgemeester van Breda. Ja. Ik, zal, ik zal wel een foto uh, doorsturen. Super vet. Want toen ging het echt los. En, uh, maar aan de buitenkant hè, lijkt het dan ineens. Je wint prijzen. Je komt op podia's. Hier en daar kom je een keer op tv. En iedereen denkt dat het allemaal geweldig is. Ja. Maar op het moment dat jij 45 man ineens in dienst hebt. en je weet echt niet wat je aan het doen bent. Dan voel je je echt miserabel. En dat zal ik, hè? weinig mensen weten dat. Maar heel veel mensen die leven aan de buitenkant, een mooi leven hebben, een mooie auto. Maar op het moment dat jij van ochtends tot avonds reactief werk aan het doen bent, brandjes aan het blussen bent, je stuurt 45 man aan. Maar alles staat in de fik, alles gaat mis. Mm -hmm. Geloof me, die auto die zit lekker, maar je hebt de hele dag en nacht kopzorgen. En een goed voorbeeld daarvan: mijn tanden, mijn tanden zijn zo plat. Omdat ik in de nacht, heb ik nooit in mijn leven gedaan, maar in de nacht had ik zoveel stress en zorgen dat ik geen tanden tanden. En ik heb al mijn tanden vlak afgeschuurd. Zo knachte tanden. En mijn vriendinnetje heeft er letterlijk video's van gemaakt in de nacht. Dat je mij gewoon hoorde knachte tanden. Van de stress en dan werd ik wakker met kaakspierpijn. Nou ja, en daar is de passie van geboren. Oké, okay. dit is leuk dit ondernemen. Maar in mijn ogen veel te stressvol dan het zou moeten zijn. Ik geloof erin dat ondernemen ook echt leuk kan zijn. Hoe dan? Ja. He, want op het moment dat jij het gevoel hebt dat jij de droom van je leven droomt, maar niet gelukkig bent, maar erover nadenkt, dit is precies wat ik wilde doen, toch? Ja, wil ik iets anders doen van mijn leven? Nee. Waarom voel ik me dan zo kut? Nou, dan moet je gaan afvragen. Hoe het zit met je organisatie? Ik ben ook met tanden helemaal aan het afknarsen. Oh, dus uh, ja, want deze voortand is uh, nog deze significant. Yeah. Ja, dus ja, ja, ja. ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik uh, straks uh, zonder gebit aan kom zetten bij de podcast. Dar <laughs> <Precies>. maar <laughs> maar moet, door moet nog paard, met paard, ons aan ja. de slag. Ja. 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 Nee, door daar gaat het niet gebeuren. Nee, nee, nee. Door daar ben ik wel mijn tanden kwijt. Maar verdien ik genoeg om een kunstgebit te kopen. Nee, there you go. Precies. Ja, tanden was hij al kwijt. Kijken wat het belangrijk is, of een grill, weet je wel. Ja, ik kom met gouden tanden. Ja, en uh, dat zie ik je ook nu wel doen. En uh, ja. met zo goud, goud zo'n zo dikke sigaren. Juist. Ja, zou al, ja, je zou meteen ja, ja. op, op, nou, op Forbes komen, weet je ja, ja, met zo'n, ja, met zo'n ding ja. in mijn oog, zo'n klein, zo'n glazen. <laughs> Hij is gelijk de enemy dan. Ook, man. Ja, ik is Film. Je bent film, man. Ja, film. Yeah. Ja, met zo'n kat ja. en, uh, Dan draai ik de stoel, Dan begint de podcast Dan draai ik hem zo. Oh, well, hallo, welcome back. Ja. En zo'n kat draai je hem, je hem zo in. Ja, 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 zeker. Ja, en, en nou, ik ga je precies vertellen: hoe, 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 hoe bouw je je organisatie nou goed? Nou, en, en dit is waar dit is echt leuk, want ik kan je letterlijk een stapel aan boeken geven. En die kan ik je ook daadwerkelijk geven. En dan ben je nog steeds een paar jaar bezig om dit allemaal te masteren. Maar ik ga het heel snel in een notendop vertellen. Wat heb je nou nodig? Nou, het begint allemaal met één plek waar je, je hele bedrijf uit kan organiseren. En uh, wij noemen dat, ik noem dat de Company Command Center. Dat is letterlijk alle data, alle plekken, 100% inzicht creëren in hoe alle processen lopen en dat jij 100% inzicht hebt in wat iedereen aan het doen is. Nou, en hoe bouw je dat op? Hoe begin je daar nou mee? Nou, als eerste, op het moment als jij het gevoel hebt dat je van ochtends tot avonds alleen maar branche aan het blussen bent, dat jij overal nodig bent, dat jij nog uitvoerend bent, dat jij niet kan werken aan de dingen die je leuk of belangrijk vindt. Op het moment als jij meer dan 20% van je week je, je planning in de soep laat lopen. Of als jij de hele tijd reactief werk krijgt, dat iedereen aan je gaat vragen wat ze moeten doen. Of als jij het gevoel hebt dat mensen niet werken aan hetgene wat het allerbelangrijkste is. Of geen idee hebben hoe ze kunnen prioriteren, dan ligt dat voornamelijk aan de manier hoe jij al je data inzichtelijk maakt voor iedereen. En je complike center. Nou, hoe bouw je nou een company command center? Dat zijn eigenlijk een aantal simpele dingen die je op de juiste plekken zet om ervoor te zorgen dat jij alle problemen die je nu hebt systematisch oplost. Dat doe je super simpel. En ik kan je precies vertellen hoe je tussen de vijf en de 500 plus mensen kan aansturen met 15 minuten management per dag. Dat is wel een range, tegen je <laughs> ring. en 500. Nou, wat leuk is, op een gegeven moment het kan het natuurlijk ook met duizenden, maar dan begint het spelletje eigenlijk overnieuw. Want okay. dat zie je ook bijvoorbeeld, hè, laten we heel eerlijk zijn, de beste uh, manieren van managen en, en hoe je je bedrijf aanstuurt, hoe Google dat doet, Elon Musk, Jeff Bezos, dat is allemaal publieke kennis. Maar bijna niemand leest erover. Nou, ik ben dan natuurlijk. Ik ga het bestuderen. Ja, letterlijk. <laughs> hè, ik ben super studieus. Ik ben super nerd. Ik lees elke dag. weet ik veel hoeveel boeken. Minstens een paar uur. En, en ik doe super veel workshops. Ongelooflijk veel. Heel, een super cool verhaal van dus een, een organisatie. die een dus goed Company Command Center heeft gebouwd. Die heeft me ook als, als fooi meegenomen naar Den Peña... En ja, dat is fantastisch. Dat is nou een mentor van mij geworden. Echt een fantastische, uh, inspirerende ondernemer. Mm -hmm. Maar dat is wel gewoon 30k als fooi. Omdat je zoveel impact hebt gehad in mensen hun leven. Um, ja, die gaat natuurlijk uh, sky high. Maar daar zal, ik, daar zal ik, daar vertel ik nog wat iets maar over. Maar voor de mensen dus die Denpen nog steeds niet kennen. We ja. hebben ook twee afleveringen opgenomen met Mike Pelagic. Ja. Dat is ook zeg maar de mentor geweest van Mike ja. Pelagic. Waardoor hem letterlijk zelf ook... van een miljoen schuld. Ja. Hij nou, zat hij in een miljoen, miljoen schuld. Hij ja, ging met zijn ja, ja. laatste toen 15.000 ja, euro ging ja, ja, hij naar ja. Penja. En toen kwam ja. hij zeg maar uit Denpen. Hij is gelijk naar de bank toegegaan. Ja. Mm -hmm. En toen heeft hij daar geld opgehaald om bedrijven op te komen. En toen is hij wel eerst goed een paar keer afgewezen door de bank en is hij het gaan zoeken bij mensen. Maar dat is de game. Dat is de game. Maar de game was... Dat is merge and acquisition. Zal ik straks als bonus nog iets over vertellen als jullie dat boeiend vinden. Dat is ook waar ik bedrijven mee helpen. Het opkopen, opschalen en verkopen van bedrijven. Dat is echt de game voor de real ballers. Stom is, daar kom je pas achter als je meer wat, wat kapitaalkrachtiger bent geworden. En daarom maar... zijn het ook allemaal oude gasten in pak. Ja, exact. Even de oude allemaal in pak. Ja, ja, in dat wat ja, dat klopt hè. Dat klopt hè. Nieuwe scene ja. Ja. Hè. Wij zijn de new kids on the block. Yeah. Yeah. Bijvoorbeeld hè, SMT Capital, die, heb ik al, die, die zijn echt sky high gegaan. Die heb ik ook geholpen met een company command center opzetten. Al hun processen um, uh, helemaal strak trekken. Nou, die hebben zichzelf helemaal vrijgespeeld. We hebben hun hele bedrijf bij elkaar gebracht. We hebben al hun processen geanalyseerd. We hebben letterlijk mensen laten verhuizen van landen. En we hebben ervoor gezorgd dat een hele bedrijf zo transparant en overzichtelijk is gemaakt dat ze nu bijna als founders niks meer voor hoeven te doen dat het gewoon een zelflopende machine is en ze hebben afgelopen zes maanden uh, vijf overnames gedaan dat is echt fantastisch dat is echt insane insane hun deal flow hun ja. finance flow is echt fantastisch maar zijn dit twintigers nou ja dit zijn eindtwintigers ja maar ja, jonge beginnen eindtwintigers ja, hè ja, eind -twintigers, ja, ja. Echt twintigers als je het gemeen pakt als je het gemiddelde pakt ja. Ja, het is fantastisch uh, en gewoon toffe gasten het zijn geen, niet geen maar hoog iq nerds of zo maar ze zijn gewoon... Ken Nee, ik heb gewoon foto's gezien en video's gezien. En daar niet cool. je ja, ja. ja, ja. want, want wel ja. Er zitten een paar niet. hele slimme gasten tussen. Er zitten wel echt slimme, oké. Slimme, gedisciplineerd. Ja, 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 zeg ja, ja. maar, hè, er zitten gasten bij die elke dag gewoon super die-hard trainen. En echt, echt mudmasters ownen. zagen... Uh, Zeg maar fun uit op die foto. Super zeg maar. fun. We hadden wel echt een gezellige tijd. Dus ja, zo ja. kwamen ze over. Nee, altijd. Op. En ze zijn ook nee. echt gek. Ze zijn echt gek. Ja, op, gewoon ja Heel leuk. Leuke, leuke, jonge, frisse gasten. Maar er werken ook heel veel jonge mensen. Weet je. Ja. Ook de, de executives, de founders. Ik denk een paar van de meest succesvolle e-commerce bedrijven van, van Nederland. En die, gaan nu echt, uh, die zijn nu echt een imperium aan het bouwen. Want ze hebben nu de tijd. Ze kunnen focussen op de belangrijkste dingen. Nou, hoe doe je dat nou? Ja. Nou, dat begint met een strategie eerste stap van een company command center is een strategie. Hmm. Jouw plan om gepland te winnen, ongeacht wat je nou gaat doen. Of we nou tikkertjes spelen of gaan schaken. Je moet een plan hebben. Waarom? Dit is jouw manier om schaalbaar leiding te geven. Wat bedoel ik daarmee? Wat, wat is nou het idee schaalbaar? Is op het moment als jij intuïtieve leider bent. Ben heerlijk intuïtieve leider. Ben vooral jezelf en blijf jezelf. Maar zorg ervoor dat jouw hele schip 100% kan lopen en weet waar ze naartoe aan het werken zijn zonder dat jij daar iets... Uh, 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 zonder dat jij er iets voor hoeft te doen. En wat bedoel ik daarmee? Je hebt een ongelooflijk slimme manier om een plan te maken. Dat is je strategieopstelproces. Uh, en daar ga je je mentoren, je specialisten, je coaches bij betrekken. om jouw plan zo slim mogelijk te maken. Is jouw plan zo slim mogelijk, dan ga je het op de beste manier ooit uitvoeren. Nou, je hebt drie onderdelen van strategie. Je hebt een lange termijn strategie. Dat is jouw 15 tot 25 jaren plan. Dat is bijvoorbeeld hetzelfde wat Elon Musk zegt. Wij, ik ga de mensen naar Mars brengen. Hij zegt niet, als hij mensen gaat recruiten, zegt hij niet, maak mij de rijkste man ter wereld. Nee, wat zegt hij, kom, we brengen de mensen naar Mars. Op het moment dat jij zoiets hebt, een purpose, als jij een missie hebt, een, een visie en een missie die de mensen naar de volgende niveau brengt, dan zorg ervoor dat jij mensen zelfs soms minder hoeft te betalen, maar dat ze in ieder geval harder werken. Intrinsiek gemotiveerd. Intrinsiek gemotiveerd zijn. Hè? Ze moeten een superduidelijk doel hebben, je strategie. Super clear goals waar iedereen meetbaar aan bijdraagt. Mm -hmm. En je moet een soort missiegedrevenheid hebben. Vooral in onze generatie is dat van essentieel belang. We moeten niet alleen geld hebben, we moeten een missie hebben. En we moeten bij een tribe horen. En dat tribe heeft een verhaal nodig. De universele taal van de mensheid is verhaal. Kijk maar naar marketing: het gaat om de story van mensen en ervoor te zorgen dat je mensen kan helpen. En kijk maar naar Jedi en Yoda en zo of Star Wars en Yoda. Nou, en hoe breng je dat nou in de praktijk? Je hebt drie onderdelen: lange termijn strategie, niet te veel mee bezig zijn. Als je het hebt, super tof, maar het is niet het belangrijkste van de wereld. Midden termijn strategie. Op het moment dat jij een miljoen per jaar of per maand draait, een ton per maand draait plus, en je hebt al veel vrijheid, je midden termijn strategie is je killer growth strategy, jouw corporate strategy game changer. Wat bedoel ik daarmee? Dit is letterlijk hoe Ikea Ikea is geworden. Of Zara Zara. Elk wereldbedrijf wat jij kent... heeft een ongelooflijk intelligente middentermijnstrategie. Wat bedoel ik daarmee? Dat jij een plan hebt... hoe jij jouw bedrijf van A tot Z slim in gaat richten... binnen drie tot zeven jaar. Wat bedoel ik daarmee? Dat zijn dingen waar je niet nu goed in bent... Dat zijn dingen waar je continu aan gaat werken om de beste van de wereld in te worden. Bijvoorbeeld een ja. voorbeeld, toen Ikea begon en toen ze op een gegeven moment kwamen ze erachter dat een paar formules werkten. Ja. Wat hebben ze toen gedaan? Toen zijn ze letterlijk tegen de stroom in gaan zwemmen. En wat bedoel ik nou? In het begin, in de start-up fase, mag je niet tegen de stroom in zwemmen, want dan ben je aan het vechten tegen de regen, hè? dan ben je tegen jezelf aan het vechten. En op een moment als je dus een, een slimme strategy, een slimme corporate strategy, middentermijnstrategie, die kan je tegen je concurrenten vertellen en ze kunnen er niks tegen doen. Een paar voorbeelden. Ikea had vroeger het allerslechtste aanbod ter wereld. Crappy meubels, slecht gedesigned, van kutmaterialen, die je zelf in elkaar moet zetten. En iedereen was aan de-investeren in winkels. He, alle interieurbedrijven die, die gingen dat allemaal brengen naar derde wereldlanden en dergelijke. En wat deed Ikea? Die ging massive investeren in winkels. Meer dan 100 miljoen. Wat bedoel ik daarmee? Is zij gingen dus tegen de draad in met een strategie waar ze super slecht in waren. Boom, skip 20, 30 jaar later, grootste interieurbedrijf van de wereld. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze hadden een afdeling design, ze hadden een afdeling materiaal, ze hadden een afdeling logistiek die geen enkel interieurbedrijf had. Ze hadden een afdeling winkel. En die afdelingen gingen continu innoveren. Kaizen, continu bezig zijn met innoveren, verbeteren. En uh, op een gegeven moment werden ze zo goed in wat ze deden dat geen enkele andere concurrenten met iets tegen kon doen. Starbucks met koffie. En hoe zij met een paar metrics, effectiviteit, werkeffectiviteit, en effectief uurloon, de wereld veroveren met een beetje business intelligence. Nou, business intelligence cover ik zo. En daarnaast, bijvoorbeeld Zara. Fantastisch bedrijf. Waarom? Ik weet niet of jullie ooit de zaken hebben gedaan in Spanje, maar de arbeidsethos is niet de meest... Rigoureuze. Ze zijn aardig slowen, toch? Mañana, mañana. Ja. En in het, hoe zuidelijker je komt, ze hebben twee keer pauze. Ze beginnen te laat, ze eindigen te vroeg, zeg maar. Dus hè, ze, ze, ze pakken het maximale en dat doen ze dan twee keer per dag. Ja. Uh, en dan in de middag slapen ze of drinken ze en hebben ze lol. En dan komen ze daarna een beetje. Nee, ik hou van Spanje, een fantastisch land om op vakantie te gaan, maar ongelooflijk moeilijk om business te doen. Zara, de hele fashion-industrie. Wat, hebben ze, wat heeft Zara geïntroduceerd? Die heeft letterlijk de hele fashion-industrie gedisrupt. Omdat de hele fashion-industrie had een plan van drie jaren. Wat bedoel ik daarmee? Het was nu al bekend wat de, wat de mode was over drie jaar. Nou, super interessant. Wat deed Zara? Die ging instant fashion bouwen. Die ging, iedereen ging naar Bangladesh, China, Taiwan... om daar alle kleding te maken... Wat deed Zara? Die ging in Spanje hun eigen kleding produceren. Iedereen dacht, wat een keuze. <laughs> ja, wat een keuze. Met siesta en alles erop en eraan. Vol pakket. Nou, hoe zijn ze nu een van de meest disruptieve fashionbedrijven ter wereld geworden? Hetzelfde. Ze hadden een super slimme middellange Super slimme corporate strategy. Ze hadden een afdeling design, een afdeling productie, een afdeling winkel. Ga zo maar door. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben ervoor gezorgd dat als klanten iets vragen in de winkel. En dit kan je letterlijk testen als je bij een Zara naar binnen loopt. En je, je gaat vragen om iets bij een bij een klant moet je eens vragen hoe het in elkaar zit, super slim. Dat geven ze meteen door en hun communicatiekanalen zijn zo strak dat ze dat allemaal verzamelen. En als ze dan als het over een tipping point gaat, dan gaan ze meteen produceren en meteen opschalen. Wat zorgt ervoor? Mm. En dit is echt waar ze wereld bekend mm. om zijn, is letterlijk dat zij op een gegeven moment hadden ze vroeger heel veel uh, 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 vrouwen naar um, roze sjaals. En toen binnen twee weken hadden ze honderdduizenden roze sjaals verkocht. Moet je, je voorstellen van productie, idee, tot creëren, tot conceptie. De infrastructuur van zo'n bedrijf. Mm -hmm. Dat is middentermijnstrategie. strategie. Nou, ik kan zo honderd bedrijven opnoemen. Elk bedrijf wat jij binnenloopt, of dat nou Apple is, Ikea, alle grote bedrijven ter wereld, McDonald's, sommige wasserettes, die hebben een ongelooflijk slimme corporate strategy. Dat is next level. Maar dat kan je pas mee gaan spelen op het moment dat je een echte ondernemer bent geworden. Op het moment dat je een echte 100% zelfsturende organisatie hebt. Nou, wat moet je nu masteren? En dat is excellentie en executie, of je korte termijn strategie. Wat is je korte termijn strategie? Dat is letterlijk wat iedereen op dit moment nu aan het doen is. En volgend kwartaal. En wat bedoel ik met nu aan het doen is? Nou, als je kijkt naar de beste bedrijven ter wereld, die werken allemaal met een plannings- en uitvoeringscyclus van drie maanden. Wat betekent dat? Dat je één keer in de drie maanden met heel je bedrijf bij elkaar komt, plannen en doelen maakt. Van de strategie die je dus in de tussentijd hebt ontwikkeld. met je strategieopstelproces. En dat jij om de drie maanden ervoor zorgt. dat jij iedereen doelen geeft, meetbaar. waar iedereen. die ze zelf bijhouden, die ze zelf updaten en monitoren. en waar ze ervoor zorgen dat iedereen 100% gericht en meetbaar bijdraagt aan de realisatie van je strategie. En het leuke is dat doe je top-down, bottom-up. Het allervetste is, is dat op het moment dat jij een zelfsturende organisatie hebt. met coole mensen erin, dat iedereen meedenkt. Als je kijkt naar de bedrijven, bijvoorbeeld Service Points van Robin en Luca, ook een ongelooflijk fantastisch bedrijf, die zeiden altijd, ja het is zo lastig om zelfsturend te zijn, we hebben zoveel energie nodig, om dus, hè, we moeten iedereen aan hun haren meetrekken, ja, bij wijze ja, ja, van spreken. Ja, ja. Nou, je, ze waren stom verbaasd hoeveel input, hoeveel, hoeveel input en output je kan creëren met mensen door ze letterlijk op het hoogste niveau erbij te gaan betrekken. En het mooie is, als je kijkt naar wat Google doet. Die doen dat bijvoorbeeld met OKR's, objectives en key results. Dat is de manier hoe ze met 15 man zijn begonnen om een bedrijf aan te sturen. En hoe ze nu honderdduizenden mensen aansturen. En het enige wat iedereen schrijft, is je hebt voor hun twee weken, maar jij kan gewoon beginnen met één dag. Per drie maanden stel je voor iedereen doelen. En het leuke is, jullie als executives zeggen, kom, we gaan met z'n allen die kant op. En daarna ga je met iedereen brainstormen hoe je dat zo effectief voor elkaar kan krijgen. En het allerbeste, en dat zal je verbazen op het moment als je dit een paar keer hebt gedaan, zeg één kwartaal, twee kwartaal, twee kwartalen, dan komen mensen met plannen die beter zijn dan jouw plannen. Maar hoe cool is dat? Jij hebt je best gedaan om de allerbeste plannen ooit te maken met de slimste mensen, right? die je allemaal ingehuurd hebt en mm -hmm. gefixt hebt. En daarna gaat jouw hele bedrijf meedenken en brainstormen om jouw plannen weer nog naar het volgende niveau te doen. Wat een competitive advantage. Dit is excellentie in executie. Als je dat dan nog combineert met een paar hele slimmigheden over hoe jij ervoor zorgt. dat dus iedereen in het bedrijf superslimme besluiten kan maken. dan own je. Nou, wat bedoel ik daarmee? Nou, je gaat één keer in het kwartaal samen zitten om plannen voor iedereen te maken. Doelen, planning, workload. Ga je voor iedereen beslissen. Dat ga je samen met iedereen doen. De leukste sessies ooit. Dat doe ik voor heel veel bedrijven met regelmaat. Dus aan het einde van het kwartaal wordt het altijd super druk. En ook aan het begin van het kwartaal. Dat is super cool. Dan doe ik al die kwartaalmeetings met al die bedrijven en zo. Dat is echt fantastisch. Want dan transformeer je een heel bedrijf, dat is echt vet. En zit je echt soms met zalen vol. Echt fantastisch. Nou, dan maak je die doelen en wat doe je dan? Dan ga je ervoor zorgen dat het 100% transparant is wat de consequenties van iedereen en besluiten zijn. En wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat jij precies weet of het goed gaat of slecht gaat, dan heb je twee vormen van feedback. Bijvoorbeeld, als jij dan simpele data, simpele grafieken maakt, bijvoorbeeld, dan zorg je ervoor dat je precies weet of je de goede kant op gaat, maar ook de verkeerde kant. Dus je hebt twee, twee manieren van feedback. Geniaal, daar praat Elon Musk altijd over. Die heeft het altijd over: iedereen in zijn bedrijf heeft een feedbackmechanisme. Nou, je hebt een aantal bedrijfsbrede dashboards en kompassen. Business intelligence. Wat zijn de vier allerbelangrijkste? In eerste instantie je scorebord. Wat is je scorebord? Precies waar we net over praten. De meetbare progressie gevisualiseerd van je strategie. Wat bedoel ik daarmee? Nou, bijvoorbeeld, hè, we willen 150 auto's verkopen in een kwartaal. En dan van die 150 auto's maken we een grafiek met 150 aan de top, 0 aan de onderkant. Waar staan we nu? En als we deze trendlijn doortrekken... Hoe komen we dan ergens? Dit zijn de leads gevisualiseerd. Dit zijn de sales gevisualiseerd. Dit is de delivery en dit zijn de upsells. Op het moment dat je die allemaal geanalyseerd hebt en gevisualiseerd hebt, dan heb je een fantastische, fantastisch scorebord. En die kan dit super simpel voor elkaar krijgen. Mm. Nou, op het moment dat je dat dan levend krijgt in je organisatie, wat nog veel belangrijker is: hè, het levend maken van BI. dan klapt je, je bedrijf uit de grond uit te voegen. En dat is letterlijk wat ze in Silicon Valley hypergrowth noemen. En. Dus je zorgt ervoor dat iedereen in je hele bedrijf meetbaar bijdraagt aan het verbeteren van die, van die grafiek, van die strategie, van die data. En gaat het mis, ga je ook met je hele bedrijf brainstormen om ervoor te zorgen dat het dus beter gaat? Yes. En tussendoor een vraagje. Um, sommige van deze aspecten, die, daar zijn wij ook al een beetje deels mee bezig. Goed zo. Ja. Bepalend voor je succes. Bepalend. Ja. Jij benoemt dit nu als onderdeel van de scale-up fase. Maar wij zitten waarschijnlijk nog in de, in de start-up fase. Ja. Uh, dus in de start-up fase kun je ook al zulke elementen langzaam toevoegen ja, waar het nodig is. Zeker, zeker. Kijk, in principe wat wij noemen, is, wij noemen dat een Company Command Center Level 2, is letterlijk jouw Company Command Center, hoe jij jouw hele bedrijf bestuurt, beheert en inzicht creëert voor level 2, voor een start-up. Mm -hmm. Dus een Company Command Center Level 2, dat kan je in een dag realiseren. In één dag, twee dagen kan je dat max bouwen. En dat is relatief simpel. En dan heb je heel je bedrijven bij elkaar en dan heb je simpel scorebord, simpel groeimodel, simpel businessmodel, simpel financieel model, uh, simple, uh, model uh, excellent, uh, operational excellence, excellence in executie. Ja. Maar een level 3 company command center, op het moment dat jij 15, 25, 50, 70 man hebt, dat is een compleet andere game. Mm -hmm. Een compleet andere game, want dan heb je hele afdelingen, ja. waarin je in level 2 één team of twee teams bent, ben je in een, een, een level 3 organisatie, een echte scale-up, heb je afdelingen met allemaal teams. Dus die afdelingen, die teams, tot honderdduizenden mensen, die moet je dus gaan structureren en organiseren om ervoor te zorgen dat je de meest effectieve bedrijfsstructuur hebt, hebt, die dus als jij in je competitie hetzelfde plan hebt, al is het een vakantieplannen, dat jij het gewoon tien keer beter organiseert en uitvoert dan al je concurrentie. Want dat is de way te winnen. De enige way ter wereld. En dat is waar Silicon Valley in exceleert. Dingen beter uitvoeren. Bijvoorbeeld als jij tien man hebt en ik heb tien man. En we krijgen dezelfde missie. Wie wint? Mm. Nou, daar moet je winnen. Dat is, dat is uh, ondernemen. Het is een zero-sum game. Als jij iets tien keer beter kan dan iemand anders. En 27 keer beter kan uitvoeren. Win jij elke wedstrijd. Right? En het leuke is, dan kan je letterlijk de, de strategie weten van elkaar. En op groot niveau kom, is dat ook zo. Hè? Op een gegeven moment weet je, heb je gewoon inzicht in wat je concurrentie aan het doen is. Kijk maar naar Microsoft en Steve Jobs en, en Apple en zo, toen die aan het concurreren waren. Die wisten precies wat ze aan het doen waren. Maar ja, ze wisten gewoon dat de anderen... Uh, uiteindelijk is het heel duidelijk geworden wat nou het winstgevendste bedrijf ter wereld is. En dat is uiteindelijk Apple geworden. Ja, en, uh, maar ja, het fluctueert hoor. Dus het kan zo weer anders zijn. En nou... Terug naar de basis, wat wil je nou hebben? Je wil bedrijfsbrede dashboards en, en uh, kompassen hebben. En dan moet je echt voorstellen, dit is zo essentieel, net zoals dat je je auto aan het rijden bent, dat jij ziet hoeveel benzine je nog hebt, of elektriciteit als je een Tesla hebt, dat je, dat je niet eroverheen gaat, dat jij ziet hoe hard je aan het rijden bent. En het grappige is, de meeste ondernemers in de scale-up fase, alles wordt lijper. En wat bedoel ik daarmee? Je maakt gewoon evenveel domme fouten, maar achter al je fouten komen gewoon drie nullen te staan. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat je je graf graaft niet meer met een schep, maar met een graafmachine. <laughs> maar je moet er daarna wel zelf uit klimmen. Weet je? Ja, en ja, en, en ja. Het, het grappige is, is, dat dat is hè, 9 van de 10 ondernemers falen de eerste 5 jaar. 9 van de 10 ondernemers falen ook de, de 5 jaar die daarop volgen. Mm -hmm. ja. Dus ook goede bedrijven, en dat zie je heel veel in e-commerce, die tientallen miljoenen draaien en ineens poef, zijn ze van de radar. En dan denk je, hé, hey, wat is daar gebeurd, jongen? ze, ja, 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 we zijn kapot. Maar hoezo? Je was toch laatst zo cool op dat feestje? Want je hebt je tot 10, 10 miljoen. Ja, ja, maar ik dacht dat ik een netto-marge had van 80%, maar het was 5. Weet je wel? En het, de omzet stroomde binnen. Ja. Maar omzet kan je geen brood van kopen. Nee. Want van omzet koop je niks. Want omzet is fugazie, is illusie. <laughs> right? Daar koop je niks mee. Het, en het stomme ja. is, je gaat geloven in je omzet. Oh, ik verdien zoveel mijn maand. <laughs> ja, want wat heb je nodig? Je hebt een financieel model nodig. Er mm -hmm. nou, zijn drie dingen die je echt nodig hebt. Een groeimodel. Hoeveel tijd geld en energie kost het jou om nieuwe klanten te fixen? Dat is de trendlijn. Maar dat is ook jouw weermeter om te meten of er storm aankomt. Want hoe groter jouw organisatie wordt, de eerste signalen dat het misgaat, is als jij ziet dat bepaalde producten of productgroepen steeds minder klanten voor zijn, steeds minder leads voor zijn. Maar op het moment als jij met allemaal andere vette nieuwe plannen bezig bent. En je hebt geen signaal, geen systeem. Dat jou, net zoals je aan het autorijden bent, dat er iets gaat knipperen. Oranje het liefst eerst. Eerst geel als je echt geluk hebt. Of groen. Oranje, geel, rood. Knipper, knipper, knipper. Op het moment dat je dat niet hebt, hoe kan jij dan ooit bijspringen voordat je hele pand in de fik staat, voordat je hele organisatie aan het branden is? Nou, en het leuke is, ik praat nu over één ding, als je bijvoorbeeld iets misgaat met je motor in de auto, maar moet je je voorstellen dat de meeste ondernemers in de opschaalfases als kip zonder kop aan het rondrennen zijn, omdat alles in de fik staat, maar ze hebben niet de processen en het inzicht, de business intelligence, de intelligentie van je organisatie, van je bedrijf, om ervoor te zorgen dat je hoort alleen maar als dingen rood aan het knipperen zijn. Nou, op een gegeven moment is alles rood aan het knipperen. Ik weet niet of jullie ooit wel eens op een snelweg gereden hebben. Ik heb dat wel eens gehad vroeger met een auto. Ja. Dat, en toen liep mijn hele auto vast. En toen kon ik niet meer sturen, want ik had stuurblokkade. En ik kon nog gelukkig remmen. Nou, dat, ik heb de dag daarna meteen mijn auto verkocht. Ik dacht echt, Moet uh, wow. <laughs> Iemand anders opgezadeld ja, met precies, die problemen. Het problemen. Ja, verkocht nee, ja, Dat doen ja, mensen ja. in ondernemen ja, doen ze ja. dat ook. Ja, gewoon een bedrijf verkopen. Ja, nee, dat was voor 500 euro aan de monteur. Hé hey, man, heel dat even tussendoor. Ik ga even snel pissen, want ja. uh, anders lijkt ik helemaal Cool. Ja. En um, oh, ja, is goed. Is en um, nou, wat is dus een van de belangrijkste dingen om ervoor te zorgen, is dat je die transparantie creëert. Is dat je business intelligence doet en je hebt een bedrijfsbrede business intelligence dashboards en kompassen nodig. Welke heb je nodig? Je scorebord, je groeimodel. En je businessmodel. Je businessmodel is ongelooflijk belangrijk om ervoor te zorgen dat jij 100% inzicht creëert in je hele organisatie. Om hoe goed jouw bedrijf presteert. En wat bedoel ik daarmee? Hoeveel tijd, geld en energie het jou kost om elke dienst of product te leveren. Of dienstengroep en productengroep. En wat bedoel ik daar nou mee? Is dat je inzicht moet hebben op een manier die niet in hiërogliefen geschreven zijn. Zoals je accountant het aanlevert. Maar die als een soort CFO jouw informatie geven waar je op kan sturen. Mm -hmm. En wat bedoel ik daarmee is, je moet bepaalde uh, inzicht creëren voor jezelf en hoe bepaalde uh, processen functioneren. Want op het moment dat jij precies weet wat je groeimodel is en precies weet wat je businessmodel is, kan je je hele bedrijf kwantificeren. En dan krijg je de metrics, de echte business intelligentie, mm -hmm. hoe de grootste en meest effectieve bedrijven ter wereld zichzelf organiseren. En wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld Starbucks, werkeffectiviteit. Mm -hmm. Als jij precies weet. Hoeveel effectiviteit, hoeveel geld jij moet besteden en of hoeveel uren jij besteedt in je organisatie en wat dat oplevert, heb je effectief uurloon. Mm -hmm. Op het moment dat jij weet hoeveel geld jij besteedt aan jouw uren en je, je weet wat het oplevert, dan heb je werkeffectiviteit. Kijk, dat zijn letterlijk de beste manieren om bijvoorbeeld RD's, dingen zoals Apple bedrijven, te managen en te weten. Maar bijvoorbeeld ook op het moment dat jij ziet dat, dat proces, als jij weet, nou, dit product kost mij x, y, z, groeimodel plus businessmodel resulteert in een kwantificering van je hele bedrijf. Nou, je wist, ik gooide hier 1 euro in. Het, is nu, het was 3 euro geworden. Supergoed. Kan je daar supermakkelijk funding en dergelijke mee ophalen. Maar op het moment dat je dit 3 euro naar 2,09 euro ziet gaan... naar 2,08 euro ziet gaan, naar 2,07 euro ziet gaan... dan is er iets mis... En dan is het aan jullie als bedrijf om te ontdekken als een soort detective waar dat zit. Het kan heel simpel zijn dat gewoon een proces vast aan het lopen is en verzandt. Wat heel vaak gebeurt. Mm -hmm. Nou, op het moment dat je dat dan weet, dan kan je erop acteren. Maar nog beter, op het moment dat je het gaat kwantificeren en gaat visualiseren, het fantastische wat er dan gebeurt, is letterlijk dat die lijn omhoog gaat. Dat het eerst was, eerst gooi je er 1 euro in. Hè? Je, je, je weet hoeveel je customer acquisition kost is, je groeimodel. Dan weet je je business model, hoeveel tijd, geld en energie het kost om, om iets te leveren. 1 euro erin, is 3 euro eruit. Iedereen blij, makkelijk funding. Maar het leuke is als je dat gaat visualiseren, dan ga je ook in je hele bedrijf zien wat campagnes waren die effectief zijn. Want zorg je ervoor dat je bedrijf effectiever georganiseerd wordt. Dan zie je dat in je visualisatie. Boom! En dan kan je letterlijk inzicht creëren in de effectiviteit. En je impact creëren van wat iedereen aan het doen is. Nou en als je dat doet, jongen, dan alles gaat door, door het dak heen. Dan krijg je hypergrowth. Nou, dan heb je de laatste is, is financiële model. Wat je moet hebben, er zijn drie de meest drie manieren om je bedrijf te organiseren op financieel model. En wat je altijd moet weten is: er zijn dit is je credo. Simpele data, simpele grafieken en duidelijke voorspellingen. Wat bedoel ik daarmee? Je hebt één dashboard nodig, die alle één scherm, één dashboard, super simpel. Je mag niet meer dan één scherm gebruiken, waarin jij alles ziet. Wat je nodig hebt. Komende twaalf maanden, hoe gaat het ermee? Komende drie maanden, hoe gaat het ermee? En er zijn drie dingen die je wil weten, waar je op wil sturen: dat zijn je kosten. De kosten wil je altijd inzichtelijk maken en visualiseren. Want dat zijn altijd de dingen. Op het moment dat je sneller gaat, opgroeien, gaat opschalen, dan ga je sturen vanuit je kosten. Vanuit je inkomsten en je groei. Dat is gewoon een ongelooflijk belangrijke: dat je die altijd helder hebt. Dat je daar minstens één keer in de week met je hele bedrijf naar kijkt. En je effectiviteit. Want als jij vanuit kosten managed naar je groei gefocust bent en naar je werkeffectiviteit kijkt, dan ga je veel slimmer recruiten. Want wat je doet op het moment dat je veel geld, veel funding ophaalt, wat ik in ieder geval deed, een paar van mijn grootste fouten van mijn leven, is gewoon hmm. random mensen aannemen. Ik heb problemen. Wat ga ik doen? Meer mensen aannemen. Wat gebeurt er? Meer problemen met meer mensen creëren. Je ja, ja. En je haat je leven, letterlijk. En, ja. en, en je wordt heel ineffectief. Als jij het gevoel hebt dat je gewoon meer in je organisatie zit, dat je effectiever kan groeien, dan is dat waarschijnlijk waar. Ja. Weet je, als je sneller kan groeien, als je denkt het gaat niet zoals ik wil, dan moet je je organisatie gaan verbeteren. Ja. Dat is bepalend. Een bepalendste factor voor succes is de kwaliteit van je organisatie. Op het moment dat je in een scale-up komt, meer voor elkaar krijgt dan anderen. Nou, dan heb je je financiële model. Zorg ervoor dat je simpele grafieken hebt. Duidelijke voorspellingen. Zorg ervoor dat je altijd een runway hebt. Dat het heel duidelijk is hoeveel maanden heb je nog te leven. Wil je dit delen met je medewerkers? Ja, kan. Hoeft niet. Raad ik wel aan. Noem je open book management. Dat zorgt ervoor dat je veel effectiever je bedrijf kan managen vanuit netto winst. Omzet koop je geen brood van. Netto winst wel. Niet EBITA. Nee. Na EBITA. Na belasting. Want als jij gaat managen vanuit EBITA. Bladibla. Dan is het nog steeds niet. Dan, heb je, dan ben je nog, heb je nog steeds 20% als je ongeluk hebt. Soms 5% als je dat beter doet. Dat kan ook, maar dat is een fiscalist tips en advies. Dat ga ik nu niet doen. En um, dat zorgt ervoor dat jij, um, uh, dat jij ook... Dat je, je moet gewoon jezelf niet voor de gek houden. En iedereen die zegt dat je alles... Je moet je bedrijf managen uit niet netto winst. Dat is gewoon fugatie. Hmm. Dat is hetzelfde als dat je altijd denkt dat je 20% meer benzine hebt uh, in je auto. Dat is heel leuk totdat je het een keer nodig hebt. Ja. En dat is met ondernemen precies hetzelfde. Save money so money can save you. Save you is voor jezelf persoonlijk een ongelooflijk levensles, een goede levensles, maar ook voor je bedrijf. Ze hebben een beursanalyse gedaan van de beste bedrijven ter wereld. Iedereen die twaalf maanden operational cash op de bank had, die heeft significant grotere kans om een miljardenbedrijf te worden. En dat is van het boek Good to Great. Van, van, volgens mij van Jim, Jim Collins. Collins. Yes. Yes. Fuck yeah. Ja, ongelooflijk goede boeken. Hij heeft al zijn boeken heb ik gelezen, fantastische boeken. En die beschrijven ook de fenomenen die erachter zitten. En zwaar, zwaar. Want de enige reden dat een paar van mijn bedrijven het hebben overleefd in corona was gewoon puur en alleen omdat we zoveel cash op de bank hadden. Oh ja, maar leningen, Nike, die had ook 95% geleend geld. Ja, dat klopt van Japanse investeerders. En Japanse, Japan is het land met de meeste schulden ter wereld. Heel gek voor een westerse samenleving. Twee, uh, ja, op het hoogste niveau wordt het spel anders gespeeld. Maar op elk niveau heb je je eigen spelregels. Ja, ja, ja. Maar wij denken altijd dat de mensen, en meesterschakers, die praten heel anders over dan als jij nog moet leren hoe je eerste openingszetten gespeeld worden. Mm -hmm. en een simpele tip is, rockeer zo snel mogelijk... dan kom je in ieder geval verder in het spel... en, en zorg ervoor dat je een driehoekje hebt. Maar op het moment als wij serieuze strategieën... en endgame-strategieën aan het schaken zijn... dat is helemaal irrelevant als beginner. nou Dat is met ondernemen ook. Iedereen denkt dat het hetzelfde spel is. Nee, dat is gewoon niet waar. Je hebt hele duidelijke spellen, zitten nu op level 3. Hoe bouw je je beste scale-up? Nou, wat je dan moet doen is... Excellence in operations. Zorg ervoor dat jij in de weer die vier stappen, zelfs in een start-up, maar nou iets complexer, dat jij ervoor zorgt dat jij 100% hè, die bedrijfsbrede dashboards en kompas hebt. En dan moet je ervoor zorgen dat je in vier stappen operational excellence hebt. Ja. Operational excellence is dat jij je bedrijf gaat organiseren zoals je klant door je bedrijf loopt. Wij noemen dat een customer-centric organisatie. Bijvoorbeeld, hè, wat is het beste e-commerce bedrijf ter wereld? Amazon. Hoe hebben zij hun bedrijf georganiseerd, zelfs op het hoogste niveau... Als executives praten ze over uh, hero legends, over customer legends. Over ze praten altijd gezien vanuit de klant. Waarom is dat de beste manier van je bedrijf te organiseren? Nou, omdat je begint met je first touch en dat is marketing, dan sales, dan delivery. Waarom is dat super belangrijk? Is omdat je ook zo je je, je bedrijfsbrede meetings organiseert. Dan praat je als eerste altijd over marketing. Want he, uiteindelijk zitten we allemaal in een woestijn en ons geld is ons water of ons zuurstof. En is dat op, sterven we letterlijk. En nul is nul als je niet makkelijk funding op kan halen. Als je wel makkelijk funding op kan halen, dan hè, wordt het schuld of minder equity. Dat wil je uiteindelijk ook niet. Dus wat wil je ervoor zorgen? Altijd leads is je eerste prioriteit. obsessie. Ja. Dan sales. Dan delivery. Dan de rest. Nou, en als je het zo ziet, dan maakt het alles heel logisch. Want als eerste krijg je je eerste grootste problemen. Die krijg je als eerste aandacht. Right? En gaat het daar mis dat je grootste probleem in. Duurt die meeting het langst, krijgt de, ander de rest minder aandacht. Zoals het hoort. Super slim. Super simpel en super slim. Elegant zoals Einstein het zou noemen. Right? Dat je je organiseert. Altijd marketing, sales, delivery, de rest. En nou, wat je dan nodig hebt is operational excellence. Operational excellence is zorgen voor dat jij niet in je bedrijf maar aan je bedrijf werkt. Iedereen zegt dat. Hoe doe je dat nou? Heel simpel. Analyseer je customer journey. Zorg ervoor dat jij 100% transparant hebt welke stappen jouw klanten in jouw bedrijf zetten. Analyseer je daarna je company journey. Nou, daar ik nooit mensen over praten. Je company journey, hè, dat noem je bijvoorbeeld met Six Sigma, noem je dat een, een, een bedrijfsroute of je, je industriële procesanalyse. Wat je gaat doen is welke stappen moet jij allemaal zetten als bedrijf om ervoor te zorgen dat jij 100% inzicht hebt wat jij als bedrijf moet doen om die klantenreis te faciliteren. Hmm. Elke verbetering die jij doet in je klantenreis, die peet zich of keer de hoeveelheid klanten die je hebt. Heb jij 10.000 klanten? En heb jij een één minuut verbetering. Dan heb je niet een één minuut verbetering in dat proces. Dan heb je in je core company proces, zoals wij het noemen, nee, dan heb je 10.000 minuten verbetering. Boom! Mm -hmm. big fucking game, big fucking winners. Wat bedoel ik daarmee? Is op het moment als jij je company reis helemaal uit, elkaar, uh, helemaal uit hebt gewerkt en je gaat daar je conversie op intunen, krijg je een exponentieel groeiproces. Jouw exponentieel groeiproces zorgt ervoor dat jij precies in kaart hebt aan welke dingen jij wil dat iedereen in je hele bedrijf werkt. Want als zij werken aan de dingen met de meeste impact op netto winst. die de meeste impact hebben op deze machine, je core company process. hoe harder je hele bedrijf groeit. heb je maar 2 of 5% verbetering. boom, gaat door to tot de roof. Ja. ja, dit is waarom consultiebedrijven zo tering veel betaald krijgen. Ja, maar het is ook. dat is letterlijk als je kijkt naar. Hoe ongelooflijk veel impact je hebt op in een bedrijf. Ja. als je aan een paar sleuteltjes doet. door ze gewoon alleen al boven water te trekken en te visualiseren. met simpele BI-intelligence. die je gewoon met Excel of Google Sheets. of als je echt fancy wil doen, Google Looker Studios kan doen. Ja, vroeger ja. Was, het, was het Google Data Studios. maar tegenwoordig okay. een Looker. Ja. Um, Wauw! En ik heb het over simpele shit, hè? Echt dingen die je ja. gewoon in een dagje uit de grond stampt en een paar uur kan bouwen. En tuurlijk, mm -hmm. op een gegeven moment heb je je eigen BI, BI afdeling. Hè? Tot dat niveau komt het. En en heb je en, heb je hele organisatie al je dashboarding supergoed. En dan bouwen. ga je ook data mining en dat soort dingen. Ook toch? Ja, ja Maar, ja, maar dat, dat is een next level. Diep, uh, precies, dat is ja, level 4, ja, ja. Daar komen we ja. op. Maar ja. dan krijg je dus operationele, uh, uh, tactische en strategische dashboards. Ja. Mm -hmm. En maar een hele simpele tip: alle dashboards die jij wil zien, moeten impact hebben op een op dagniveau. Dat noem je operationeel in corporate termen. Maar daar focussen op, want de rest is irrelevant voor nu. Mm -hmm. En tactisch is bijvoorbeeld komend kwartaal: waar staan we? Waar zouden we moeten zijn? Als we deze koers doortrekken, komen we dan uit waar we willen zijn? Vraag je weer? Yes. Uh, in het begin zei je van: hey, uh, je bent een founder, je gaat op een gegeven moment heel veel producten, ga je gewoon uh, tackelen, kijken, je hebt heel veel ideeën, kijken of het producten kunnen worden. Ja. Bam. Oké, okay. op een gegeven moment toen kom je in een fase waarin je waarschijnlijk ook heel veel producten hebt, waarin je dat allemaal aan het testen bent om te kijken van: oké, okay, werkt dit wel? Werkt dit niet? Dan kom je nu op deze fase, waarin je uh, op een gegeven moment een, een, een start-up hebt of een scale-up. En dan heb je op een gegeven moment, laten we zeggen, vijf tot tien producten. Ja. Dat betekent dat je in, ook in die fase gewoon moet blijven focussen op die vijf of tien producten. Of dat je op een gegeven moment ook zegt van, luister, we gaan specialiseren. We gaan één product gaan we helemaal kapot maken. Dat gaan we supergoed doen. En de rest... Dan gaan we minder op focussen. Of zeg je van nou, dat maakt eigenlijk in het hele proces geen fluit uit. Nee, dat maakt enorm veel uit. Oké, okay, laat ik het zo stellen. Want dit is een ongelooflijk goede vraag die per level waar jij zit, anders beantwoord wordt. Mm -hmm. En dit is echt een van de gevaarlijkste dingen: is dus veel luisteren naar internetgoeroes, Want die vertellen jou allemaal waarheden op hun niveau. En wat bedoel ik daarmee? Stel je voor dat je op een podcast hebt waar je elke week mensen van een ander niveau hebt die iets vertellen. Ja, dat is allemaal moeilijk. waar. Maar dat is allemaal waar. Maar je moet alleen maar luisteren. En dat is waarom je meestal meer leert van jouw mede-ondernemers die op precies hetzelfde niveau zijn als jou. Ja. Waarom die zijn in dezelfde fase. Dus hun schaakspel is hetzelfde. Bijvoorbeeld in level 2 ben je nog aan het dammen. Op een ja. gegeven moment, level 3 ben je aan het schaken. Level 4 ben je go aan het spelen. Japans bordspelletje. Ja, ja, Weet ja, je wel? Ja, ja. <laughs> en letterlijk, de, de, ja. dus dat is het verschil. Een, een, een kwantificering. En antwoord op jouw vraag te geven. Ik ken heel veel start-ups die niet een heel succesvol bedrijf hebben, maar wel met vijf producten tegelijk bezig zijn. Die heel veel potentie hebben. Daar ga je het nooit mee winnen. Nee. Maar ik ken heel veel bedrijven, scale-ups en, en organisaties, MKB en, en groter, die heel goed in één bedrijf hebben, de Kapitaal hebben en het vermogen hebben om, bedrijf, om product innovation te doen. En dan zijn er vijf best bewezen groeistrategieën van de wereld. die gewoon internationaal wetenschappelijk bewezen zijn. dat die de meeste impact hebben op je netto-winst, groei en omzet. En dat is in eerste instantie een 100% transparante organisatie. Dat is even een bonus, omdat je die vraag zet. Als tweede, het bouwen van een exponentieel groeiproces, business intelligence, toepassen op een effectieve manier. Want heel veel bedrijven doen het verkeerd. En wat is de effectieve manier? Business intelligence, de allersimpelste vorm is een callcenter met een whiteboard. Op het moment dat iemand een dansje maakt omdat hij een derde streepje zet, of vijfde streepje, of vijftiende streepje, dan heb je gewonnen. Maar wat je heel veel ziet bij corporates, echt heel veel, die hebben een hele BI-afdeling. Bijvoorbeeld heb ik Veolia ook mee uh, geholpen. Die hebben een BI-afdeling, hele eigen functionele af, uh, functionerende afdeling. Die mooiste, mooiste kunstwerken van dashboards maken. En dan maakt iedereen een applausje en dan plaatsen ze in de kast en niemand kijkt er meer naar. Ja, Dat succes. is verkeerd. Als je een dashboard niet gebruikt, is het fout. Is het is waste of money, waste of life. Had je het beter niet kunnen doen, had je het beter kunnen investeren in marketing of groei, of gewoon op de bank laten liggen. Als een whiteboard is soms de meest effectieve manier om een feedbackmechanisme te creëren. Kijk maar naar nou, wat Elon Musk zegt. Iedereen moet een feedbackmechanisme hebben. Waarom? Omdat je dan heel je organisatie zelfstandig kan aansturen. En het is fucking leuk. Ja. Als ik een feedbackmechanisme heb. en één keer in de dag, één keer in de week, één keer in de maand. leg ik verantwoordelijkheid af. Maar ik, ben, ik heb de vrijheid om alles te doen en te laten wat ik wil. zolang ik maar die metric impact. Ik verander, dan is mijn leven superleuk. Ja, en zo zijn zo, we gemaakt als mensen. Dat geeft ook veel meer voldaan uh, medewerkers, toch? Ongelooflijk, het purpose, het is leuk, het is speels. je krijgt credits waar credits due. Ja. Bijvoorbeeld, hè, wat je heel vaak ziet, is dat bijvoorbeeld accountancy en financiële dingen heel weinig respect krijgen in de organisatie. Op het moment als je die uh, hè, belangrijk maakt in je organisatie, nou, die krijgen echt applausjes en, en dergelijke. Super cool. Ja. Uh, engineers ook, hetzelfde ook. Hè, het bouwen van mooie winstgevende producten. Nou. En, en, en terug naar de core is, wat je dus, wat je dus moet doen met, 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 uh, met productontwikkeling is, wat zijn de vijf best bewezen strategieën van de wereld? 100% transparante organisatie, exponentieel groeiproces, business intelligence. Derde is omnipresence marketing. De beste bedrijven ter wereld, die staan bekend dat ze overal alle vormen van marketing doen. De goede bedrijven, die doen er een paar. Maar wat ze altijd vergeten is dat er heel veel dingen links, gele, hè, links, links laten liggen. Of gele, Blijf niet, ja, precies. Gaan. Gaan. Ja, de ja. potentie ja. wordt niet gebruikt. Ja, ja. De, de, de derde is altijd ervoor zorgen dat jij innovatie en nieuw Business Generation hebt. Dat jij ja. altijd een team hebt, minstens één, op het moment dat je het kan betalen, die continu mee bezig zijn om nieuwe producten te maken. Jongens, ik heb bedrijven laten ontploffen door letterlijk aan dezelfde doelgroep nieuwe producten te verzinnen met hoge marges. Bijvoorbeeld ja. stel, je zit in level 3 en je hebt een kut idee. Maar jij weet dat het geen miljardenbedrijf is, wat doe je dan? Boeien, je hebt de manschappen, je hebt de mensen. Je creëert een nieuw product. Wat je kan verkopen als extra waarde aan een klant die wel een miljardenidee is. En boom, je bent weer in de game. Nog leuker, heb je een trendgevoelig product? Is jouw bedrijf seizoensgebonden? Helemaal fantastisch, want dan gaan we meerdere producten verzinnen. met de manschappen die je meestal toch al een heel jaar uit moet betalen. Want dat zie je heel vaak, hè? Dan ben je seizoensgebonden, maar je wil die mensen niet kwijt. Dus je zit eraan vast. Oh fuck, wat ga je doen? Nou, wat je dan gaat doen is zelfstandig bedrijf creëren, business intelligence. Of sorry, uh, business innovation. Nieuw business generation bouwen, innovatie. Continu bezig zijn met nieuwe producten innoveren. Kijk naar de beste bedrijven ter wereld. Er zijn geen eendagsvliegers meer. Er is geen enkel bedrijf meer op aarde wat één succesvol product heeft en dat de hele wereld heeft en dan 100 jaar, zelfs Coca-Cola niet. Snap je? Nou Misschien oliebedrijven en dergelijke. Maar het, eh, commodities, even een ander verhaal: resources. Maar de rest, die moet continu blijven innoveren. Ja, commodities is ook al aan het veranderen. Hè. Kijk naar al die bedrijven die op elektriciteit en zo focussen, ja. want, ja. et cetera. Dus ja. zelfs daar zie je. Zelfs daar. En ik heb hier laatst eens even een kleine side-strapper gekeken. Dat Coca-Cola is dus ook een volledige verandering aan het doormaken. Ja, helemaal. Omdat de wereld naar zero gaat. En als je ja. kijkt hoe Coca-Cola Zero gepositioneerd wordt. en hoe dit langzaam de overtake moet gaan doen van Coca-Cola. Is super interessant te zien hoe zij heel stilletjes, ja. heel ja. Zero het nummer 1 product gaat worden en ja. niet gewone cola. Klopt. En ook um, nou, je kijkt naar, naar de beste bedrijven ter wereld. Maar wat mensen vaak niet weten, is dat al die bedrijven ook heel vaak op hun bek gaan. Zo moeilijk is het om nieuwe productinnovatie te doen. Mm -hmm. Kijk naar Jeff Bezos en en en, en um, uh, Amazon. Die hebben tientallen, honderden producten gebouwd die kut waren. Die echt geflopt zijn compleet. Heeft ze honderden miljoenen gekost, al dan niet miljarden. Mm -hmm. Steve Jobs ook. Eerste e e e product was super succesvol. Daarna keer op keer, op keer op keer, gefaald. Ja, ja, keer op ja, keer ja, op ja, keer. Ja, ja. Weet je wel, het is niet één keer, maar gewoon een hele serie. Um, kijk naar, naar Elon Musk. Kijk naar Google. Met Google Circles. Weet je wel, allerlei dat soort dingen. Ik nee, weet niet nee, of je daar woont nee. van: er was een social media, wat gelanceerd wordt door Google. Nou ja, dus, mm -hmm. maar daarom moet je er continu op focussen. En weer hè, snel checken, goed checken, goed controleren, simpele MVP's bouwen mm -hmm. en het succes opbouwen. Zeg wij, het is voor mij nu even tijd om naar de wc te gaan. Dus yes. Uh, yes. Ja, gaan dan, je weer door? dan kan ik een kleine sidestep maken die, waar ik dan wel benieuwd naar ben, is van waar gaat dat in, dit dan bijvoorbeeld mis bij een van Moof? Ik heb geen idee of je die case enigszins bestudeerd hebt, maar dat is dus ook een start-up die een scale-up werd. Ja. iedereen was raving, ja. maar dan ineens flikkert het allemaal in elkaar. Nou ja, 100% gebrek aan inzicht. Letterlijk ja. wat ik zei, 100% gebrek aan inzicht. Op een moment als jij snel groeit... 9 van de 10 ondernemers falen terwijl ze legit zijn. Terwijl ze, business, terwijl ze uh, legitieme business zijn. Ze hebben recht van spreken. Ze hebben bestaansrecht. Mm -hmm. Je gaat gewoon kapot als je geen inzicht hebt. Ja. Als jij niet... En dat is precies die bedrijfsbrede kompassen... en business intelligence waar ik net over had. Die moet je masteren. Je scorebord, je groeimodel, je businessmodel... je financiële model. Staan die niet letterlijk transparant boven water en stuur je daar niet met je hele bedrijf op... open book management wordt het wel genoemd... dan ben je gewoon fucked. Waarom? Het gaat mis. Op het moment dat jij gelooft dat je omzet geld is... als jij geen systemen hebt die jouw alarmbellen geven... en het liefst lichtgroen, geel, oranje alarmbellen... in plaats van rood knipperend... Dan, kom je, dan, heb je, dan open je tien winkels... en het is niet de enige. Er zijn er zoveel voorbeelden van bedrijven... die ongelooflijk veel funding ophalen... maar gewoon letterlijk blind aan het autorijden zijn... en plank gas duwen... Maar, maar ongeacht hoeveel investering je erin gooit, ze rijden plank gas, maar ze hebben geen idee of ze nog olie hebben. Ze hebben geen idee waar ze heen rijden. Ze hebben geen GPS. Ze geven gewoon plank gas. Ze weten geen eens hoe hard ze mogen. Dus het de bloed, de, de bloed vliegt van de baan. De, 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 de benzine is op. De olie gaat, de motor klapt vast. En ze weten geen eens waar ze eraf moeten. Mm -mm. En, en dat zie je heel veel bij, bij ondernemers die geloven in hun onderneming, die geloven, sorry in hun, in hun omzet. En, uh, hoe kan het dat dit op gigantische schaal, ik neem als voorbeeld Quibi, ik weet niet of je Quibi nee. kent. Quibi was een, een start-up waarbij het idee was, heel veel mensen kijken even tussendoor, video's van een kwartiertje, tien minuten. Wat nou als we heel erg high-level content, series op Netflix niveau gaan maken, maar elke aflevering is een kwartier. Ja. Dan kun je inspelen op de mensen die snel content willen consumeren, ja. maar ook behoefte hebben aan Netflix-achtige series. Leuk ja. idee. Ja, Miljoenen, top. volgens mij zelfs miljarden aan investeringen opgaan. Fucking hard failliet. Ja. Binnen een jaar. Ja, nou, nee, echt ook. gewoon. Ja, en dan van, oh, binnen een jaar moet je ook wel echt even kijken of het een scam is en zo. Want dat zie je ook veel gebeuren. Uh... Ja, ik weet in ieder geval dat ze hele grote producties hadden gedraaid. Want het is ja. duur, hè. Want je moet de grootste sterren aanhalen en films maken en series ja. en dit en dat. Ja. Uh, maar dat pleurde binnen no-time helemaal in elkaar. Ja. Ja, ja, ja. Hoe kan het dan dat je toch zoveel geld ophaalt? Dat er mensen zijn die toch slim zijn, dat dat helemaal misgaat? Nou ja, dat, dat is eigenlijk ook uh, blijf waarheidsgetrouw aan jezelf. Ben ja. heel erg eerlijk, hè? radical honesty. Ben heel eerlijk naar jezelf. Mm -hmm. En confronteer je. Het is een heel goed boek wat erover gaat. Willful blindness. Ja. Wat je merkt is wij als humans, als mensen, zijn gewoon biased. Dus wij proberen altijd de echt lastige dingen. Kind of te ontwijken, kind of onze ogen dicht te doen. En als je dat op 5% doet en je hebt niet de systemen in plaats die jou redden. Kijk, als jij de goede systemen bouwt in jouw bedrijf, dat kost moeite om dat te, om dat te bouwen. En daarna heb je een zelfsturende organisatie, waarin mensen naar je toe komen als het misgaat. Die zeggen, ja. hey, heb je dit gezien? Want jij begon daar niet over in deze meeting, maar kijk eens. Zie je dit dashboard wat jij gebouwd hebt? Het gaat mis. En misschien niet nu, maar wel over drie maanden. Dan heb je nog de wereldtijd om eraan te veranderen. Heel vaak als je te snel te veel geld ophaalt, dan had ik ook met miljoenen. Wat doe je? Plank gas. Ja. Gewoon uitgeven, uitgeven, uitgeven. Spending spree. Jongen, die, die, die kogel komt terug. He, zie het als een hele grote sloopbal. En die ga je eerst de ene kant op duwen hmm. met al het geld wat je hebt, maar dan is hij op. En dan komt hij terug. Dit wordt zelfs toegepast in sales van heel veel B2B bedrijven. Als er in krant en dat soort dingen bekend is... dat een bedrijf veel funding ophaalt, dan... Ja. ja, die bellen we, die geven we toch makkelijk uit. Hé hey man, ik ja, heb, man. <laughs> ik heb ja. een goede dienst voor je, die heb je die. nodig. Ja, 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 ja. ja. dat klopt hè. En ook het tegenovergestelde is waar, hè. Dat zie je bij de, de beste beurstreders en dergelijke. Wanneer er bloed op de streets, dan wil je investeren, dan wil je alles goedkoop opkopen. Ja. En op het moment als iedereen gaat praten, erover. De er zijn. De geruchten dus. Ja, geruchten, ja. op het moment als het op straat komt, net zoals met crypto en dergelijke, op het moment als het, als het overal was en toen ging het ineens. Zoof, Mm. Nou, dat is fantastisch. Iedereen was erover aan het praten. kwam al op radio. Iedereen wilde erin investeren. En toen. Boef. Ja. Super interessant. En nou ja, terug naar de core. Wat wil je hebben? is Je wil operational excellence bouwen. Ja. Oh nee, sorry. De vijf best bewezen groeistrategieën van de wereld. Even snel afmaken. Uh, je hebt dus de, 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 de vierde. Uh, je hebt de 100% transparante organisatie. Uh, exponentieel groeiproces bouwen, business intelligence. Je hebt ervoor omnipresence marketing masteren. Mm -hmm. Business innovation en uh, new business development bouwen. De afdeling. Gewoon altijd bezig zijn met nieuwe business creëren. Uh, de innovators' dilemma. Ben altijd aan het innoveren. Nooit meer één ding, altijd structureel. En het laatste is mergers and acquisitions: ja. het opkopen, opschalen en. Verkopen van het bedrijf, maar dat hoeft nog geen eens. Integreren van je bedrijf is een complete gamechanger. Alle grote bedrijven ter wereld doen het. Het is de beste, een van de beste methodieken om sneller te groeien. En het beste is als je ze alle vijf hebt. Als je vette business innovation hebt. Als jij veel marketing doet die goed is. En als je je bedrijven overneemt. En. Dat, nou jongen, dan heb je een bedrijf die zo snel. De miljoenen gaan maken. Dat is absurd. En voor mijn duidelijkheid: hier, ja. moet, dit zijn echt bedrijven die al een miljoen per maand draaien. die ja. met 50 tot 100 ja. man zitten. dan ga je ja. dit soort dingen doen. Ja. Ga nu alsjeblieft niet met je dropshipping-store ineens nee. denken. Nee, nee, nee. nee. Ik nou, me nee, dat is drieën. niet helemaal waar. Bijvoorbeeld hè? SMT uh, Capital hè? van Mark uh, Trisse En um, uh, wat je daar bijvoorbeeld ziet, is die dat, dat zijn jongens die vanuit een e-commerce level 3 organisatie hebben gebouwd. 100% zelfsturend hebben gemaakt. Ja. En die gaan nu full force flying kick bedrijven overnemen. En dat zijn echt. Uh, dat zijn echt superstars, rockstars. Ja, uh -huh. Wat bedoel ik daarmee is. Dus het kan wel, maar in de fase waar je zit. Dus op het moment dat jij een 100% zelfsturend bedrijf hebt, dan ga je spelen met andere groeistrategieën. Ja, ja, op het moment ja. als jij nog nodig bent in je bedrijf, no fucking way. Want dan ben je uh -huh. nog level 2. Je moet zo snel mogelijk. Ja, zo grappig dus. 3. Dus je hebt aan de ene kant dus groei, wat heel erg belangrijk is. Maar eigenlijk ja. het allerbelangrijkste is gewoon van. Je hebt de eigenaren. Ja. En hoeveel tijd hebben ze over? Ja. Want eigenlijk wat jij zegt, van je kan niet naar de volgende fase gaan als je niet de tijd ervoor hebt om dat goed te gaan uitvoeren. Nee, maar dan ben je ook uiteindelijk een ondernemer, dan ben je een werknemer in je eigen bedrijf. Precies. En... Ik vind het ook interessant in netwerken, dat wat je eigenlijk nu ziet, heel vaak wordt bij netwerkborrels en zo, dan willen ze van oké, okay, laten we bepaalde groepen creëren van mensen die iets aan elkaar hebben. Dat doen ze dan vaak op basis van omzet. Ja. Maar eigenlijk is gewoon de indeling, zoals jij hem typeert, is fase 1, 2, 3. Ja. Die drie fasen. Als je die ja. groep ondernemers of die ja. vier groepen ondernemers ja. bij elkaar pleurt, ja. dan hebben ze in elke fase kunnen ze het met elkaar ja. hebben over de dingen waar ze tegenaan lopen en hoe ze dat willen gaan oplossen. Ja, klopt. En dat doe ik ook voor het wat hoger niveau. Uh, daar hebben we wel eens uh, privévluchtjes mee met private jets. Vliegen we hmm. ergens heen. Gaan we naar een Micheletse restaurant. En uh, gaan we naar een dik hotel? En dan vliegen we de dag daarna of daarna weer terug. En het is super leuk. Waarom? Dan zit je gewoon letterlijk met allemaal multimiljonairs. die echt super fucking succesvol zijn in hun eigen veld. Zit je mee? En ik heb letterlijk meegemaakt. dat ze gewoon hele afdelingen met elkaar gaan delen. Gewoon copy-paste. Als jij een ja. goede structuur hebt, dan zeggen ze: hey, ik heb een super dikke uh, topgrading, infrastructuur. Ja. 40K tegenaan gegooid. Oh ja, ja, cool. Kijk, hier heb je hem. En dan zie je zo in dat vliegtuig rondlopen. en dan zie je zo al die, al die dingen copy paste Nou, ik viel van mijn kruk. Die ja. gozer die deelde gewoon uit. Uh, gewoon een hele afdeling geworden. Ja. Gewoon in één seconde gebouwd en, in, een, in een bedrijf. Weet je wel, echt insane. En dit ja. vind ik heel erg mooi, want... Toen ik gewoon begon met ondernemen, dacht ik van... Heel erg individueel. Van ja. oké, okay, in Nederland doet iedereen gewoon zijn eigen ding. Ja. En ondernemers gaan hun informatie niet vertellen aan andere mensen. Want ja, ja dan stel je het en dan kun je misschien... Hè, ja. Dan ga je zelf meer groeien en... Ja. Ik dacht dat ondernemers dat helemaal niet wouden. Maar, nou, nou maar hoe groter zeg maar, wij worden en ook hoe meer kennis we vergaren, ja. merk ik gewoon van ja... Als je zelf die kennis hebt, hoe tof is het dan ja. dus dat je dat tegen iemand anders kan vertellen die het vervolgens ja. toepassende ook meer succes gaat bereiken. Ja man, dat is de game. En uiteindelijk, hè, hoe, hoe werkt evolutie? Is, kijk, het, het verleden is gebouwd door alle grootste mensen, reuzen en strijders van het verleden. De maatschappij waar we in leven, alles wat we hebben, de straten, ons pak wat we dragen, de stoelen waar we in zitten. is allemaal bedacht, gemaakt, vermarkt door bedrijven, organisaties, instituten. De toekomst is van ons. Wij bouwen de toekomst. Wij kunnen de toekomst schapen zoals wij dat willen. Wij kunnen de toekomst bouwen waar onze kinderen weer groot in worden. En daarna mogen zij die wereld weer kut vinden en weer de volgende stap zetten. Ja, Weet je, ja. maar that, the future is ours. Wij bouwen de wereld zoals wij willen hebben als ondernemers. The world is ours. Hij ligt in onze voeten en het is aan ons om te bouwen. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat ja. is wat ik mij elke dag zo hyped. En, en letterlijk wat ik doe met mijn hoe ik ondernemers help. Ik versnel de evolutie van de mensheid. Hoe vet is dat? Ik wil ervoor zorgen. 9 van de 10 ondernemers die falen. Ik denk dat 9 van de 10 ondernemers super succesvol zou kunnen worden. Als ze gewoon even leren hoe ze het moeten doen. Heel eerlijk zijn. En gewoon het simpel stappenplan volgen. Mm -hmm. Nou, terug, terug naar de game. We waren bij ja. Operational Excellence. Wat is nu super belangrijk? 100% ervoor zorgen in 4 stappen: dat jij niet in, maar aan je bedrijf werkt. Hoe doe je dat? Eerst je customer journey uitwerken. Dan je company journey uitwerken. Daarna zorg je ervoor dat je precies inzichtelijk hebt. Welke stappen er allemaal zijn die jouw bedrijf moet doen, wat doe je dan? Dan bouw je een interactief organogram. Jij gaat nooit meer het spin in het web zijn. Kill the middleman. Wat bedoel ik met kill the middleman? Letterlijk. Iedereen die jou nodig heeft in een start-up, op het moment als iemand met financiën wil praten, wat gebeurt er dan? Ze moeten eerst tegen jou praten, jouw tijd verspillen, aandacht van je krijgen, hun probleem uitleggen, waardoor het eigenlijk jouw probleem wordt. Dat wil je helemaal niet. Je wil letterlijk dat iedereen in je hele organisatie, een platte organisatiestructuur, met elkaar kan communiceren. Dat het 100% transparant is wie verantwoordelijk is voor wat. En dat iedereen elkaar ook kan aanspreken over die dingen. Als je dat, als je dat hebt, als je een interactief organogram hebt, wat je continu bijhoudt en mensen krijgen een promotie, vullen ze dat in in hun eigen interactief organogram. Fucking game changer, jij bent niet meer het spinnen in het web. Iedereen kan met elkaar communiceren. Betere communicatielijnen. Een echte organisatie. To the Roof. Ieder, je moet voorstellen, je krijgt al compartimentalisatie, eilandvorming. Als je letterlijk kantoortjes met tafels naast elkaar hebt in dezelfde ruimte, dan praten al mensen niet meer met elkaar. Hmm. Dus je moet inzicht bouwen in een intermenselijke structuur. Een organisatie. Communicatielijnen zijn op een gegeven moment het allerbelangrijkste om te maken en ervoor te zorgen dat er als er iets gebeurt. Aan de ene kant van het bedrijf, net zoals in een War Room, als je oorlog aan het voeren bent. En je hebt zo'n hele coole Amerikaanse War Room met allemaal schermen en zo. Dan moet er iets van deze kan naar de andere kant van de organisatie kunnen lopen. En dat betekent letterlijk... daar heeft iemand een clearance voor iets wat echt misgaat. Dat hij gewoon naar jou toe loopt als generaal. Hè, dan zie je de kapitein van een schip in, in de schipscabine. En dat in die schipscabine kan iemand naar de generaal toe lopen. En die zegt... nee, 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 dit is echt belangrijk. En de generaal kijkt... wat loop je nou naar mij toe? En, en die zegt... nee, 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 luister even. Hè. Het kan. En die geeft het aan jou en dan zegt hij, oké, okay, nee, maar tof, dankjewel. Ja. Snap je? Zo moet je ook je bedrijf gaan bouwen. Jij moet jouw scheepskajuit hebben van een gigantisch schip. En het schip wat je, schip, wat je hebt, zijn, is je organisatie, zijn de mensen die je hebt. Nou, interactief organogram, kill the middleman. En dan wordt het supercool, want op het moment dat jij superduidelijk hebt... wat iedereen zijn rollen en verantwoordelijkheden zijn... dan kom je er altijd achter dat één of een paar mensen in de organisatie fucked zijn. Soms zijn het de executives, soms zijn het de middenmanagers... So, ...bijna altijd sowieso een PA... ...die zijn verantwoordelijk voor alles. Nee. Die is altijd fakt. Minstens één, meestal zijn een paar organisaties fakt. Maar hoe makkelijk is het om jezelf eruit te werken? He, je krijgt dus weer operational excellence... ...vier levels. Eerst, je bent zelf uitvoerend. Nou, dat ben je waarschijnlijk niet meer helemaal... ...als je, als je een scale-up hebt. Dan tweede is, andere mensen zijn uitvoerend... ...maar die train je. Nou, dat zie je veel te vaak voorkomen. Derde is, je traint de trainer... En de vierde is, je wijst een eindverantwoordelijk aan die de hele toko leidt, bijvoorbeeld, of elke afdeling leidt. Je middenmanagers of COO's, of soms zelfs een CEO. Fantastische mensen die gewoon de kapitein zijn van het schip, waardoor jij kan doen en laten wat je wil. Mm -hmm. Werken aan de leukste of grootste kansen en problemen zoals het hoort als een executive. Mm -hmm. Nou, en wat zie je dan, is als, wat je dan voor, op het moment dat je dat voor elkaar krijgt, dan heb je letterlijk een interactief organogram. Je ziet je eigen rollen, functies. Je kan tien keer beter mensen aannemen, want het domste is om mensen aan te nemen. Oh nee, ik heb een COO nodig. Oh ja, kom, die ga ik aannemen. Nee, uh, fout, af, terug naar start. <laughs> en ja, wat ik bedoel is, je moet, je moet, dit zijn de verantwoordelijkheden die je... Die, een, die iemand krijgt. Oh, ik wil het CEO aannemen. Die gaat dit doen. En deze meetbare doelen hebben ze. Kijk maar naar onze korte termijn strategie. En dit is waar we ze op gaan beoordelen. Dat noemen we dan een scorecard. Een simpel half A5. -je. Dit zijn de dingen die wij willen van jou. Dit zijn de meetbare doelen die jij wil gaan doen. Dit zijn de rollen en verantwoordelijkheden die je hebt. Dit is wat je ervoor krijgt. Leuk filmpje van jou erboven. Dan kan ik meetbaar jou vanaf dag één beoordelen. of je goed presteert of niet. Mm -hmm. Nou, dan kan ik dus ook bepalen na drie maanden. of je daadwerkelijk door de proefperiode komt of niet. En maar dit kan je toch ook wel, zeg maar, naar een week bijvoorbeeld ook oh, al. 100% op aan een paar dagen. En als ja. je het goed doet, dan dan weet je het binnen een week of iemand bij je organisatie hoort of niet. Maar het grappige is je onboarding, recruitment onboarding en talentontwikkelingsproces is het allerbelangrijkste proces om de juiste mensen op de juiste plekken te krijgen. Terwijl bijna overal in Nederland wordt er zeg maar nou ja, met de pet nagegooid. Wordt het belachelijk ingezet. En iedereen zegt: "Ja, hoe werkt deze persoon? Ja, ja ik denk wel goed. Ja, waarom? Ja, hij maakt hele leuke praatjes." Nou, dan moet je sowieso mm. goed opletten. Weet je wel? Ja. <laughs> en, en ja. Weet je, kijk, iedereen kan zeggen dat ze een ogenpaars zijn, maar weinig mensen kunnen consistent echt resultaat behalen, en daar gaat het om: het gaat om resultaat behalen. Het gaat erom voor zorgen. Het maakt mij niet uit hoe je het doet: je krijgt alle vrijheid en als je tegen dingen aanloopt. Ik help je ermee om jouw problemen op te lossen, maar het resultaat wordt gehaald. Kosten wat kost. Ik heb wel eens in een boek gelezen dat het uh, om een echt een excellent persoon op de juiste positie uh, net te kunnen zetten, dat je dan Eerst nog iets van vijf of zes mensen moet ontslaan. om de juiste persoon te vinden. Ja. Hoe kijk jij ernaar? Nou, ik kan je ongelooflijk veel vertellen over recruitment. en de juiste mensen op de juiste plek zetten. Een van de simpelste tips die het meest omvat. om je even de beste, snelste, de beste tip te geven. die je meteen kan toepassen. Jij bent er niet om mensen te motiveren, jij bent er om gemotiveerde mensen aan te nemen. Heel veel, er is een soort mythe in Nederland. Dat wij zeggen: nee, nee, nee. Je werkt harder als je voor je eigen bedrijf werkt en zo. Nou ja, soms is dat waar. Op het moment dat je vak bent en je hebt stress en je hebt zorgen. Dus je gaat er gewoon voor, zeven dagen in de week, ochtends tot s'nachts. Maar in de meeste gevallen, ik was al een keiharde werker toen ik vroeger barman was. Ja, en daar kreeg oh, ik praktisch ja, niks ja, voor, ja, ja, ja. weet je wel? En dat is heel raar, want iedereen krijgt s'nachts meer geld, behalve barmannen die niet. <laughs> ja. Ja. Ik was een strijder. glazen halen, hop, 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 hop. Ging ik ging elke keer meer glazen proberen te halen. Totdat ik een keer mis ging, dan ga je weer een beetje dimmen. Ja, ja, ja. Dit is super grappig, want ik weet nog wel dat Jaro en ik een periode hadden voordat we aan het ondernemen waren, dat wij beveiliger zijn geweest. Bam. We hebben ook op festivals gestaan, moesten we ook drankjes uh, gaan verkopen en zo, alles ja. erop en eraan. raam. Ja. Maar wij waren altijd de personen waarvan we zeiden: luister, wij gaan het wel doen. Want het ja. gaat veel te slom. Ja, het gaat helemaal mis. Oké, okay, ja, wij pakken het op. Ja, en dat is wel gewoon grappig. Want wij hadden dat gesprek volgens ook. Je hebt gewoon die A-spelers ja. die altijd gemotiveerd zijn. Maakt niet uit wat ze gaan doen. Want ze willen gewoon. Zeg maar hun tijd efficiënt benutten of zo. Ja. Ik weet ja, niet wat het de... is. Wel, ja, joh, maar ja, dat ja, ja, ja. is ik, ik ik wel. De... Ik werk liever niet. Maar als we het dan doen... Ja, dan gaan we het godverdomme wel efficiënt doen. Ja, hey, all ja, in. Tering. All in. If we march, we march. Ja, als wij met mensen afspreken... En dat zeg ik ook altijd. Wat zijn mijn criteria? Ik heb een hele duidelijke cultuur. 100% zelfsturend. Liever uh, vergiffenis vragen dan toestemming. Je moet je, als ik je moet aansturen... Dan gaat het al mis bij mij. Want ik ben een anti-manager. Ik manage jou niet voornamelijk. En moet ik je wel managen... Dan ben je heel snel fucked. Want ik wil dat jij beter bent in de dingen dan ik ben. Mm -hmm. Dus op het moment als ik jou moet vertellen hoe het moet. Nee. Weet ja, je, maar, maar op het moment als wel, jij ja. mij aan het vertellen bent hoe het moet, twee duim omhoog. Zelfsturend, zelfleidend, zelfregulerend. En als wij om vier uur s'nachts afspreken om met een fakkel op een berg te staan, mm -hmm. dan staan we om kwart voor vier s'nachts op een berg met een fakkel, en een kanon. En dan gaan we daarna wel bepalen wat we daarmee gaan doen. Right? Mm -hmm. <laughs> <Right? laughs> Oké, okay, dan heb ik nu een kritische vraag ja. voor jou. Um, Stel, je bent aan het ondernemen hè? en je bent uh, net uh, die founderfase uit. Je hebt je verdienmodel, je bent een beetje een team aan het bouwen. Oké, okay, dat gaat wel lekker. Um, alleen dan moet je nog steeds hard werken, want je zit echt in je bedrijf. Ja. Um, en aan de andere kant heb je dus ook wel een beetje een team gebouwd. Dan merk je in één keer van oké, okay, um, hoeveel hm. tijd moet ik gaan besteden aan het vinden van de juiste mensen? Want aan de ene kant is dat het allerbelangrijkste inderdaad wat er is. Aan ja. de andere kant heb je ook gewoon een bedrijf wat je moet runnen. En misschien omdat je niet heel veel budget hebt, kun je ook niet die kijk, mensen vinden. Kijk, of is dat een fabeltje? Nee, nee, nee. Dat is zeker je probleem. In het begin ben je gewoon fucked. Dat is de algemene conclusie. Want je hebt geen geld, geen tijd, uh, te veel verantwoordelijkheden. Je kan en te, weinig niet en te weinig kennis. En te weinig kennis. Dus ja. de, de cards are stacked against you. En als je echt geluk hebt, dan begin je met twee vijven. En als je echt waanzinnig geluk hebt, dan begin je met twee uh, jongheren. En dan heb je succesvolle ouders die ervaren businessmensen zijn. En zelfs dan zie je het nog vaker misgaan dan goed gaan. De eerste, ja. de eerste bedrijven. Ja, en dan heb je een paar ME-families die uh, de best georganiseerde families ter wereld zijn. Oké, okay, die winnen. Vooruit. Er is een klein aantal die dat doen. Maar voor de rest van onze stervelingen op deze aardbol. Um, kijk, ik denk dat het. het wat, wat een van de grootste fouten is in Nederland en de grootste problemen is dat wij mensen niet ontslaan. En in het Amerika is dat, zit dat 100% anders in elkaar. Hè? Want tuurlijk, het is in Nederland lastiger dan mensen te ontslaan dan in Amerika. Maar op het moment dat jij iedereen aanneemt die jou een sollicitatie hebt, dan, dan weet je al dat het niet kan. Want het is gewoon statistisch bewezen dat gewoon maar 1 op 10 mensen echt super, super gedreven, super succesvol zijn. Kijk maar zo simpel als in school. En ik zeg niet dat je schoolse mensen aan moet nemen die altijd 9's en 10's halen. Maar op het moment dat jij een baan hebt die bij iets schools past, bijvoorbeeld universitair, en je hebt die gozer die altijd 9 en 10's haalt, dan denk ik dat die er wel goed in is. Snap je wat ik bedoel? Zoek jij een rebel, zoek je een manager, dan zoek je een generalist. Hoeven niet per se mensen te zijn die goed zijn in school. Ik zoek helemaal niet per se mensen die goed in school zijn, maar wel geniaal zijn. Wat bedoel ik met geniaal? Keiharde, zelfgemotiveerde werkers. Geen excuses, geen drama, geen gedoe. En dat merk ik ook met bijvoorbeeld mensen van level 2, als die op een call komen. Daarom is het veel leuker om met mensen van level 3 en 4 te werken. Mensen met level 3 en 4, ik heb het letterlijk gehad dat een guy in het ziekenhuis lag met een gebroken been in zijn call. Snap je? Een start-up guy die kan soms ook zeggen: ah oh ja, nee. Nee, nee, nee ik ben ziek, man, ik voel me niet zo lekker. Oh ja, nee, nee. En dan, hoeveel moeite is het om die meeting te herplannen? Super veel moeite. Hij moet mijn PA gaan benaderen, mijn PA moet in gaan plannen, moet her gaan sorteren. En moet een nieuwe datum uitkiezen, dan moet ik weer chill vinden. Super kut. Hoeveel acties zijn dat? 30, 40, 100 misschien, als je er echt heel, heel wetenschappelijk naar gaat kijken. Waarom? Ja, omdat hij niet zoveel zin had. No excuses. Wat ik ook altijd zeg, no excuses. Het maakt als het misgaat. Er zijn een paar dingen die je met mij niet mag doen. Slordigheid en luiheid. Mm. Als jij heel hard gaat en je gaat continu op je bek, ben jij mijn man. Mm. Hard werk telt voor twee. Dat betekent dat ik heb liever iemand die harder werkt dan wat wij in Nederland vaak zeggen. Ja, ja, maar als ik die resultaten haal in vier uur. Nee, het boeit mij geen flikker. Ik wil dat jij strijder bent. Ik wil dat als ik jou zaterdag een appje stuur en communiceer, voelt wat ik daar straks vertelde. Bijvoorbeeld hem, mensen waar ik mee samenwerk, die, die appen mij dan zaterdag om half één s'nachts. En die willen dingen van mij. En dan ga ik super populair zondagochtend super vroeg terug appen. En dan reageren ze binnen een kwartier. Uh. Dan denk ik, hey, yo, deze guy is sick. Wat well, the well, fuck? Dit is echt een fucking A-speler. Hij, hij oont mij. Maar op het moment dat je een paar mensen hebt, en zeker als start-up is dit bepalend. Wat is een van de grootste breaks met partnerships, is werkmentaliteit. Daarnaast filosofie. Als jij de hele tijd zegt ik wil uitbesteden en jij zegt nee, ik wil alles zelf doen, mm -hmm. heb je een filosofisch ondernemersprobleem. Gaat nooit goed komen. Omdat het alle twee klopt. En alle twee correct is. Er zijn in alle twee gevallen miljarden bedrijven uit voortgekomen. Maar het kan oh. niet alle twee. De ja. eerste stap is, als jij 80 werkt, jij 60. In het begin is dat oké, okay, op een gegeven moment. Je verliest respect voor elkaar. Ja, Koen, ik ben daar wel een keer klaar mee. Ja, ja, yeah, there you ja go. dat zijn fit guurwijken. Ik dacht nee, dat ik 80 yeah, graden heb Nee, Nee, Maar, maar, maar dat, zijn de, dat zijn de kleine dingen die je langzaam gaan etteren. Ja. En, en daar moet je gewoon manieren van vinden om, om, om dat te doen. En terug naar recruitment: een van de allerbelangrijkste dingen is de juiste mensen op de juiste plek zetten. Op een gegeven moment is je enige verantwoordelijkheid als executive de slimste doelen stellen, strategie, hè? executive, strategisch, grote lijnen. En de juiste mensen ervoor zorgen dat die op de juiste plekken zitten die die doelen realiseren. Mm -hmm. En waar ik heel erg van hou, is ik hou van mensen die slimmer zijn of beter zijn in iets dan ik. Mm -hmm. En dat is niet zo moeilijk, dus dat helpt. <laughs> nee, maar, maar snap je? <laughs> <laughs> en, Kun je er wel leuk uit zien, maar… Ja, uh, ja precies. <laughs> uh, leuke babbel, maar uh, als een beetje bij paaltje komt. <laughs> en um, kijk, ik denk dat dat, dat bepalend is. En, en, uh, daarnaast gewoon actienemers. Ik hou van actienemers. Mm -hmm. Mensen die gewoon van s ochtends tot s avonds massief veel actie, actie nemen. Maar mm -hmm. terug, terug naar de corporates, terug naar de, de scale-ups. Mm -hmm. Kijk, de scale-ups, wat daar het allerbelangrijkste is op het moment als jij operational excellence hebt wat dan het bepalendste is is jouw recruitment en onboardingsproces en dan krijg je excellentie in executie. Een excellentie is en executie is eigenlijk heel simpel. Hoe zorgen wij ervoor dat we allemaal anti-managers kunnen worden? Dat wij tussen de vijf uh, en de 500 mensen met 15 minuten per dag kunnen organiseren. Met drie simpele meetings in de week. Hoe doen we dat nou? Nou, niemand wil gemicromanaged worden, right? En som, niet de, bijna alle managers willen niet micromanagen. Maar soms moet dat gewoon als, als executive. Elon Musk wordt wel eens, nano-manager genoemd. Die wel op drie minuten accuraat weten wat de fuck je gaat doen. En uh, hè, dat is ook niet altijd zo geweest. Vroeger was het veel erger en nu is het veel minder. En wat ik daarmee bedoel is, hoe zorg jij er nou voor dat je altijd op de hoogte bent van iedereen zijn doelen, planning en workload. 100% transparantie hebt van elk proces. En altijd inzicht hebt zonder dat mensen zich gemicromanaged voelen. En het magische structuur die je daarin moet creëren. En dit is echt een gamechanger die super lastig te begrijpen is om van start-up naar scale te gaan. Wat het namelijk inhoudt, is dat jij zelfsturende teams moet gaan bouwen. En wat bedoel ik daarmee? In het begin ben jij één team. Dus iedereen legt verantwoording af aan jou. Maar hoe het zou moeten, zeggen, hoe het zou moeten zijn. is niet dat jij iedere keer naar mensen toe komt om te zeggen wat zij moeten gaan doen. Om te, te, de lakens uit te delen zoals wij dat doen. En dat mensen continu aan jou gaan vragen wat ze moeten doen. Nee, want dan heb je een kutstrategie. Geen operational excellence. En dat voelt wel goed in het begin, maar op een gegeven moment ben je er ook echt helemaal klaar ja. mee. Um, ja, ja, sommige ondernemers hebben daar een soort drang naar. Nou ja, I bless you, want dat is echt niet meer leuk op het moment als je vijftig honderden mensen hebt. En sommige mensen zitten daar zo in vast dat ze gewoon burn-out moeten raken. Nou, gelukkig help ik ze daar dan mee, want soms is het echt het probleem mentaal. En dat zie je vaker dan, dan, dan wat je dus. Waarom dit is heel counterintuïtief Want wat jou succesvol maakt in level 2, maakt jou onsuccesvol in level 3. Hebben we al een paar keer gehoord. Wat jou van een specialist, ZZP'er. Naar een succesvolle, zelfschaalbare start-up maakt. Datzelfde heb je bij managers. Eerst moet je alles zelf doen, moet je alle problemen zelf oplossen. Dat is zo bij je eerste bedrijf, bij je eerste sta succesvolle start-up om die schaalbaar te maken. Bij level 3 en level 4 moet je alles los gaan laten, zonder dat je inzicht en controle verliest. Nou, we hebben BI al gehad, we hebben operational excellence al gehad. Hoe stuur jij iedereen aan? Zorg ervoor dat je een week start, een dag start en een general assembly hebt. Dit zijn de magische meetings die we zo kort mogelijk gaan doen, want ik heb een scheidegel aan meetings. Right? Dus we willen die zo kort mogelijk en zo effectief mogelijk houden. Maar wat ga je nou doen in de week. je hebt dus die kwartaalmeeting waar je met je hele bedrijf je planning en uitvoeringscyclus gaat doen. Dus waarin je doelen gaat stellen met je hele bedrijf. Dan heb je je updating en monitoring sequence. En wat dat eigenlijk inhoudt is drie meetings die elke week terugkomen plus een aantal bonus meetings als je dat wil uh, voor je executives. En de rest mag het team zelf uitzoeken. Wat is dat? Weekstart, waarin je letterlijk gaat bepalen wat de weekuitkomst is. En de doelen, planning en workload voor een week of twee weken. Of drie weken als je sprints doet. Maar letterlijk een mini sprintje, mini planning van een week met een weekuitkomst. Wat gaat iedereen bereiken? Daar heb je het met elkaar over. Dan maak je daar een planning van. Wat de taken en de to-do's zijn, de workload. Wat je elke dag gaat doen. En dan zorg je ervoor dat iedereen dat update. En bijhoudt. Dan doe je dat elke dag. Geef je een korte update in de dagstart aan elkaar. Wat iedereen aan het doen is. En hoe je dat toepast. Waarin je sturend met elkaar overlegt. En de rest van de dag, als startup raad ik dat zeker aan, heb je gewoon een WhatsApp groep waarin je gewoon met elkaar de hele tijd vragen aan het stellen bent, aan het communiceren bent over wat je met z'n allen voor elkaar aan het krijgen bent. Mm -hmm. ja. Op een moment, als dat niet leeft, dan weet je al dat er iets mis is. Dat weet ik meteen. Ik, als ik dit zie in een team en ik zie gewoon, oh ja, niemand gebruikt, niemand doet dit, whatever, dan weet je al, oeh, slechte mensen op de verkeerde plekken. Right? Niet de juiste mensen op de juiste plekken. Alle topteams, alle high-presterende organisaties, die geven je een broodkruimel en ze bakken een brood voor je. Dat is mm -hmm. Niet normaal. Ik weet geen eens hoe ze het ontdekken. Ze hebben graan en al die. ze allemaal zelf. Mm -hmm. En wat ik daarmee bedoel is op het moment dat jij goede weekstarten, dagstart en general assembly hebt. wat houdt dat in? Dat je gewoon hele effectieve communicatielijnen hebt. waar iedereen verantwoording aan elkaar aflegt. Waarom is dat zo magisch? Omdat jij zelf in het team zit. Dus jij kan laten zien hoe jij wil dat mensen gaan acteren. Wat bedoel mm -hmm. ik daarmee? Als jij iedereen in je hele bedrijf. Kopieert 120% van je slechte eigenschappen en 80% van je goede eigenschappen. Weet je dat mensen om 8 uur beginnen? Ben er om half acht. Weet je dat mensen tot 7 uur doorgaan? Ben er om 8 uur. Wat bedoel ik daarmee? Jij moet het voorbeeld stellen. Consistent. Dat is veel moeilijker. Een keer is niet zo moeilijk. Maar je moet consistent het goede voorbeeld stellen. Kan je dat masteren? Of een beetje fugatie ermee spelen? Want je hebt altijd wel wat strategische speelruimte. Maar je moet het zo. Je moet zo'n goede structuur bouwen. En doe je dat bij één team die elkaar de hele tijd. Op het highest performance met de highest standards laten performen. Mm -hmm. Dan kan je naar het volgende team gaan. En het volgende team en het volgende team. En dan heb je organisatorische DNA of cultuur. Bam. En is wat mooi. is cultuur? Ik zeg bijvoorbeeld, het zijn simpele credo's, simpele kreten, principes en besluitvormingsmechanismes die jij wil. Bijvoorbeeld, wij doen alles zelf of we besteden alles uit. Of ik zeg altijd, he, op tijd is te laat. Op tijd is te laat. Vroeg waarom de meeting begint op tijd. Dus als iedereen op tijd is, begint de meeting te laat. Ja. Snap je? Dus nee, nee, op tijd is te laat. Dus we, we zijn er allemaal vroeg en we zijn voorbereid. Een voorbereid man telt voor twee. Wat betekent dat? Als wij in een meeting zitten met z'n drieën en we zijn niet voorbereid, cancel ik de meeting. Ga ik liever een uur in stilte dat we alle drie ons voorbereiden en dan met elkaar praten. Mm -hmm. Dan dat we die meeting gaan praten gaan hebben en een slecht besluit nemen. Mm -hmm. Nee, want dan zijn we alle drie eigenlijk gewoon onzin aan het praten. Mm -hmm. Hè? En, en als je dat op grote schaal doet in je organisatie, heb je een fancy woord voor, noem je dat dystropie. Dat langzaam alles. Aan gort gaat, langzaam alles disintegreert. Dat zie je veel vaker voorkomen. Dat is. En dat wordt alleen maar een groter probleem hoe groter je organisatie wordt. Dus je moet die communicatielijnen heel strak hebben. Nou, die korte meetings, korte weekstart, maximaal een uur, korte dagstart, drie tot vijftien minuten. Echt kort, kort, kort. Effectieve dingen. Heb je lange dingen te bespreken? Laat de rest weggaan. Heb ik een heel belangrijk verhaal met Koen? Kan Jaro zijn eigen ding gaan doen? Wat moet je vertellen in je day-outcom? Want dan heb je aan het einde van de dag. af? dit, oké. Okay. Ja, is dat handig? Want dan kan je elkaar corrigeren. Oh, nee, nee, nee. Koen, jij moet niet dat doen. Jij moet dit doen. Ja, toch? Oké. Okay. Jij moet dat doen. Jij moet dit doen. Yes, yes. Gotcha, gotcha. Kop, oké. Okay. Hebben jullie nog een leuk gesprek? Oké, okay, dan bail ik. Ik ga alvast aan de slag. Ciao, heren. Wij verspillen niemands tijd. Want iedereen's tijd is waardevol. Want wij respecteren iedereen. Snap je? Dus iedereen heeft zijn eigen autonomie. Zijn eigen agency. Zoals je dat heel mooi noemt in het Engels. En wat houdt dat in? Nou, moet je je voorstellen, je hebt dus allemaal teams. Hè? Je begint het eerste team te laten. Hè, excellentie in executie met zo min mogelijk tijd, geld en energie. En zij, zij pakken dat op. Boom! Game changer. Zelfsturend, zelfregulerend. Elke dag vertellen ze elkaar wat het allerbelangrijkste is. Elke begin van de week kijken ze naar de milestones en de kwartaaldoelen. En stellen ze daar een weekuitkomst op af. Elke dag is iedereen iets scherper. Ah, Ze hebben nog heel veel tricks dat de managers net iets van tevoren meeten. om ook weer eens scherp te zijn. Elke dag is jouw organisatie een paar procent effectiever. Moet je je mm -hmm. voorstellen op de lange termijn hoe fucking effectief een organisatie je gaat krijgen. Je hebt bijna geen meetings meer. Je hoeft elkaar bijna niet meer te bellen en dergelijke. Tuurlijk, als je elkaar nodig hebt, doe dat vooral. Maar je hebt, je hebt een hartslag van de organisatie. Namelijk die meetings. Mm -hmm. Nou, je hebt allemaal verschillende afdelingen, allemaal verschillende teams. En één keer per week, de General Assembly, komt iedereen bij elkaar. Apple, Google, uh, Amazon, de grootste bedrijven ter wereld doen het. En wat bedoel ik daarmee is, nou ja, Amazon die heeft letterlijk één keer per week op woensdag komt iedereen bij elkaar. En dan, dan draaien ze een soort rat van fortuin. Hmm. En als ze dat rat draaien, dan diegene waar dat op valt, die is de lul. En als je dan op executive niveau niet je data hebt, ben je meteen ontslagen. Oeh. En dan, letterlijk. En wat bedoel ik daarmee? Je hoeft het niet zo rigoureus toe te passen. Maar zorg ervoor dat je bedrijf één keer per week bij elkaar komt dat ze iedere afdeling net zoals ieder team ieder lid verantwoording aflegt aan het team ieder team en iedere afdeling verantwoordelijkheid aflegt aan elkaar dan heb je een magisch bedrijf, dan heb je een bedrijf mm -hmm. open book management iedereen is altijd op de hoogte van alles van links naar rechts marketing sales delivery finance en iedereen praat tegen elkaar en iedereen zegt is er een probleem met marketing wie gaat er in je hele bedrijf meedenken iedereen collectieve intelligentie gaat het mis je hebt je hebt Jouw bedrijf keer je werknemers, keer de hoeveelheid hersenen die ze hebben, die er in ieder geval mee bezig zijn. Nou, als je dat goed georganiseerd krijgt, dan zijn die meetings ongelooflijk leuk. Zijn ze niet leuk? Zijn ze saai? Zijn ze traag? Dan doe je de meeting verkeerd. Dat is echt heel belangrijk. Want dan hoor ik vaak bij klanten, ja, ja, de meeting duurt lang, is saai, bla, bla. Oh, hij moet niet lang duren, hij moet niet saai zijn. En iedereen moet super gehyped zijn. Ja. Want anders is de meeting verkeerd. Het moet zo zijn dat jij... Moe naar je werk komt en gedemotiveerd bij wijze van spreken. Wat, wat nooit gebeurt. nee, grapje. <laughs> en, uh, en dat die meeting je weer energized. En dan ja. één keer de week komt iedereen samen. En dan heb je, dan heb je één keer per week. Een, 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 een in je organisatie. dat alles, net zoals je klok, je horloge de tijd weergeeft. dat alles 100% transparant is. Want je hoeft niet elke dag je financiën op orde te hebben. Je hoeft niet elke dag alles te hebben. En als je e-commerce doet en zo, tuurlijk, dan is dat heel makkelijk. Maar als je bijvoorbeeld een andere soort organisatie hebt. Dan is het wat moeilijker. Maar één keer in de week moeten alle data 100% accuraat zijn. En dat is de meeting waar de executives zitten. Dat is waar het hele bedrijf tegen de executives kunnen praten. Combineer je dat met goede kwartaalmeetings, gegarandeerd dat jij A, aan je bedrijf werkt en niet in je bedrijf. Dat iedereen in je bedrijf veel meer voor elkaar krijgt en meetbaar bijdraagt aan de strategie. En ook iedereen in je hele bedrijf bijdraagt en mee, uh, meewerkt aan degene die de, van de dingen die de meeste impact hebben op netto winst. Mm. Ja, ja, en dan. Uh, dan ontploft je organisatie. Dan gaat het gewoon, gewoon letterlijk to the roof. Ja. Ja. Het is wel mooi om dit te horen. Want wij passen nu bijvoorbeeld wel kwartaal, maand, week... en dan de stand-up noemen we dat... of dagelijkse meetings toe. Um, alleen nu bijvoorbeeld ook weer om door jouw verhaal aan te horen... denk ik alweer van... hé, hey, daar kunnen we nog weer scherper op worden. Weet je, en dat is wel het tof om zulke gesprekken te hebben. Want dan denk je van... oh, ik doe het al. En denk ik, mm, ik denk dat we over tijd daar toch wel een beetje weer... Uh, misschien onze scherpte in zijn verloren. Ja, ja en vooral de setup daarvan is, is nog niet optimaal. Het is niet optimaal. nee. Verder nee. van. Ja, en wat ik ook sowieso denk: dat merk ik namelijk nu ook. We hebben natuurlijk het hier vaker over gehad, eigenlijk ongeveer een jaar geleden. Je kunt deze podcast elk jaar een keer luisteren en precies een, letterlijk een andere fase oh. en andere inzichten eruit halen. Ja, ja en het leuke is, is, als je het goed doet, dan kom je ook in een half jaar, jaar fase in het volgende level. Juist. Totaal. Ja, 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 maar dat, ja, dat ja. is ook wat ik zeg. Als je kijkt naar hoeveel multimiljonairs er afgelopen half jaar al zijn gecreëerd door dit toe te passen, dat is absurd. Kijk ja. bijvoorbeeld naar Ole Menno van de, van de Boljonairs. Die hebben letterlijk, hè, toen we daarin zijn gekomen, het zijn allemaal hele jonge gasten die echt super succesvol gaan worden. Daar hebben we een helemaal zelfsturende organisatie voor gebouwd. Die verdienen tonnen per maand. En letterlijk, zij hebben, gewoon, zij hebben gewoon minder dan een uur werk per week aan hun hele bedrijfmanager. Ja. Dus waar zitten ze erbij? De General Assembly. Weet je, Naud man van Equal Energy. Daar hebben we een hele organisatiestructuur mee gebouwd. Die zitten nu in een ongelooflijke culturele omslag. Nou, en, en die executive, die is voor de eerste keer in jaren drie maanden op vakantie kunnen gaan. Hmm. Terwijl gewoon heel het bedrijf doorloopt. En iedereen meetbaar bijdraagt aan de strategie. Gestructureerd, elk team werkt. Hmm. Nou, dat zijn fantastische. Weet je, dat zijn echt ongelofelijke, ongelofelijke waanzinnige resultaten. Die, die op het moment als jij goed je processen uitwerkt, als jij goed je, goed je teams weer empowert. Luca en Robin, waar we het straks over hadden. Die enorm veel input kregen en de output verhogen van al hun team, teamleden. Om ervoor te zorgen dat gewoon een hele bedrijf ontploft uh, 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 is, letterlijk. En een paar keer over de kop is gegaan. En nu zijn ze keihard aan het internationaliseren. Nou ja, dat zijn de impactresultaten de die je kan hebben op het gebied van... Op het moment dat jij een scale-up hebt. Op het moment dat jij een organisatie hebt die al een beetje staat. Wat jou naar het volgende level kan brengen. Nou ja, dat is... Uh ja, dat is, dat is echt waanzinnig. Ja, we gaan binnenkort weer zitten. Ik heb er echt nu al zin in. <laughs> ja, ja, maar dat komt goed. ook gewoon omdat een hele hoop van de problemen... waar wij nu tegenaan lopen... of problemen, uitdagingen... <laughs> daarmee te maken hebben. Maar ook op problemen oh, zeggen. Ja. Liever, liever hardcore realiteit ja. dan allemaal... Ja. We uh, ja, ja, nou uh, kijk, het is niet echt een probleem... want het gaat niet per se fout op dat gebied. Yeah. Het is meer, je kunt op die manier door... maar het maakt het proces veel minder leuk... dan wanneer dingen soepel verlopen... Ja. vanuit kracht. Zowel vanuit ons als vanuit de mensen waar we mee werken... En waardoor je gewoon meer output kunt hebben. Dus je kunt die ideeën die nu blijven liggen, omdat je denkt dat zou vet zijn, maar we hebben geen tijd, kun je wel gaan doen. En dat maakt voor mij voor een heel groot deel: ondernemen en, en zaken doen ook leuk. Dat je nieuwe ideeën kunt gaan uitdenken, nieuwe ideeën kunt aanboren. En dat kan niet als je huidige ideeën nog niet genoeg zelfstandig kunt bestaan. Nee, nee, dat nee. Dat je klopt. die tijd hebt. Exact hè. Dat, dat is de fase waar jullie zitten, fase level 2. Is hè? jullie hebben een winstgevende start-up. En dan gaat het om: de volgende stap is om een schaalbare start-up te bouwen. En op het moment dat je daarna een, een, dan gaat het denk ik heel hard. Ja. Want op het moment dat je nu de juiste mensen op de juiste plekken gaat zetten. En het leuke is, weet je, uh, zeker voor jonge mensen, wat, wat, wat wij allemaal zijn. Um, tenminste, ik zie mezelf nog als jong, laten we het zo stellen. Is gewoon <laughs> <ja>. <laughs> 31 geworden, dan nou ben ik al getraumatiseerd. Ja. Ja, ja, ja. ja, uh, drie mensen hebben me boomer genoemd in, in een week. Ik denk dat ik nieuwe identiteit aan moet nemen. Nice. <laughs> ja, omdat ik nu begin met mijn eerste Insta-post te doen en zo. Dus, ja, je, je leert het wel. Ja, ja, ik leer het wel. Ik ben bezig. Want dan leren. krijg je bellen wat uh, hoe heet dit? Ook ja, ja. <laughs> <laughs> hoe maak ik een post op Insta? Iedereen zit een beetje, dank iets ze posten. Maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Ja, <laughs> ja, 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 ja. ja, maar ik heb gewoon altijd onder een steen geleefd. Ik ben een tech-ondernemer. Ik heb uiteindelijk uh, ja, producten uitgevonden die groot gemaakt. En als engineers waren we principieel... Uh, niet echt pro social media en dat soort dingen mm -hmm, en zo. Ja, ja, ja. En nu, nu speel ik een hele andere game. En gaat het erom hoe we zoveel mogelijk ondernemers zo, in zo kort mogelijke tijd kunnen helpen. Ja. En uh, ja, hoe, we, hoe we bedrijven schaalbaarder maken en ja. uh, multinationals kunnen herstructureren. Want ja. dat is ook echt een ongelooflijk cool verhaal hoor. Het, het verhaal van Violia. Uh, waar, waar we daarmee zijn begonnen. En we zijn begonnen met een Company Command Center toe te passen, die principes die ik net heb uitgelegd, De wereldwijd uh, bewezen tactiek en strategie hoe je gewoon je organisatie super goed organiseert en structureert nou, en wat we daar hebben gedaan we hebben daar het hele bedrijf betrokken bij het procesanalyse en iedereen betrokken ook met de doelen die we met z'n allen gaan maken nou dat was echt waanzinnig om dat mee te maken hoe effectief we dat zijn gaan doen en daar degene die, die de contractmanager die me daarbij heeft betrokken om dat, dat hele proces te starten nou dat is insane ze hebben letterlijk miljoenen aan extra omzet kunnen genereren hm. gewoon insane hè is gewoon gewoon true story is fucking sick <laughs> en um, nou ja, en ze hebben letterlijk het voor elkaar gekregen. Wat zij nu daar bij één vestiging hebben gedaan... zijn ze nu bij meerdere vestigingen aan het implementeren. En degene die dat leidt, die is gewoon letterlijk van werknemer... naar um, interim manager gegaan vanuit zijn eigen BV. Die verdient daar nu tienduizenden euro's mee. Ik zal niet het exacte bedrag zeggen, maar echt insane. Het is een life changer. En dat allemaal door gewoon je organisatie te benutten. He, want dat zie je heel veel op het moment als jij uh, vastgeroestere organisaties hebt. Op het moment als alles al, al heel lang zo loopt. Nou ja, dan, dan de Silicon Valley-strategieën en de strategieën die wij in onze jonge techbedrijven toepassen. om sneller en beter te groeien. Nou ja, die hebben natuurlijk exponentieel veel meer impact. Mm, en, en, ja. en het leuke is op het moment dat je dus naar grotere organisaties gaat. Hè, wat, we, wat we dan aanbieden is dat we echt interim managers hebben. die dus ook echt dat hele proces begeleiden. Op het moment dat jij honderden mensen hebt of duizenden mensen dan eigenlijk het spelletje begint overnieuw. Want wat we net vertelden voor level 3... Voor level eigenlijk krijg je dat op afdelingsniveau. En dan krijg je eigenlijk een veel duidelijkere scheiding... voor mensen die echt executive zijn en strategisch zijn. Die zijn dan ook echt alleen maar executive en strategisch. En die hebben meestal 1 drie, vier meerdere lagen aan structuur... zeg maar leiderschapsstructuren onder zich. En die organisatie is super interessant. En dan kan je het beste beginnen met een afdeling. Kijken ook weer naar die best bewezen groeistrategieën. Kijk hoe je die het beste kan toepassen. En het leuke is, is op het moment dat het allermoeilijkste is naar een, naar een scale-up te komen. En op een scale-up, hoe je dat eigenlijk moet zien, is dan ben jij Koning Arthur. En dan ga je de ridders van de ronde tafel creëren. Allemaal generaals die voor jou zitten, die eigenlijk met jou mee samen nadenken. hoe je dat bedrijf naar het volgende level kan doen. En op het moment dat jij genoeg geld hebt, kijk naar Young Capital, die zijn er supergoed in. Creëer één toko en ga dan doen waar jij goed in bent, wat je het leukst vindt. Als jij een ondernemer bent en je gaat de hele tijd nieuwe business creation doen, top, doe dat, maar zorg ervoor dat iemand anders een CEO is. Ja. Of fix een COO. Zorg ervoor dat iemand anders de toko leidt. Hou je van de toko leiden. Ben jij de COO? Doe dat vooral. Maar zorg ervoor dat je een of andere rare, visionaire, geniale, strategisch, hopeloos persoon erbij haalt. Want meestal zijn die super hopeloos. Kijk maar naar hele Musk en Steve Jobs en zo. En, en laat die lekker product innovation doen. En netwerken en al die dingen doen. Weet je? Dus het mooie is van ondernemen is dat dit letterlijk. Hè, wij als mensen zijn gaaf omdat we armen, benen en hersenen hebben. En ogen en oren en zo. De meeste van ons tenminste. En ja, de gelukkigen onder ons, hè, die gezegend zijn. En. en um, met een onderneming is dat ook. We hebben verschillende soorten mensen die verschillende soorten dingen leuk vinden. Nou ja, op een moment als je dan een soort zelfde modus operandi hebt, een soortzelfde werkethiek, werkkredo, dan kun je wonderen verrichten. Letterlijk, dan kunnen we piramides bouwen of de mensen naar macht sturen. Ja, en dat is gewoon echt, uh, ja, dat is gewoon echt waanzinnig in mijn ja. boekje dat we gewoon met meerdere mensen samen kunnen werken. Mm -hmm. en, en weet dat het ook echt leuk kan zijn het ondernemen. Ja. En het is ongelooflijk zwaar, dus laten we het maar op zoveel mogelijk manieren leuk maken. En ook wat ik zeg bij Business Intelligence, eigenlijk moet je afdeling, jouw, jouw bedrijf, moet een sport zijn. Het moet zo zijn dat je een duidelijke score hebt. Want als die score niet duidelijk is, hè, kijk naar voetbal, op het moment als niemand weet of er nu gescoord is of niet, dan kan ook niet het hele, hele stadion in juichen uitbarsten. En iedereen die tv kijkt. Maar het hele hm. spel kut. Ja, het is maar op... leuk meer om te spelen überhaupt. Ja. Ja, ja. Ja. Exact. En, en netto winst is in principe niks anders dan jouw score. Alleen met ondernemen win je altijd. En als jij goed onderneemt, dan wint iedereen. Weet je, want dan winnen je klanten, want die krijgen tien keer de waarde die ze hebben. Dan winnen je werknemers, want zij krijgen het beste leven ter wereld, het coolste leven ter wereld, het avontuur om een vet bedrijf te bouwen. En, en wij als executives en eigenaren, wij winnen misschien als laatste, maar misschien winnen we het meest. Want wij kunnen dan een bedrijf verkopen en onze aandelen verkopen en uh, uh, ja, uh, geld uh, verdienen die als je het een beetje goed speelt, je familie en over tien generaties nog steeds heeft. Mm -hmm. Weet je, ja, en dat is, gewoon, uh, dat is gewoon super cool. Ja, man. ja, dat is echt... Uh, Zo, wat is een informatie het... ook, man. Het is wel... Uh, uh, we, zijn, we hebben nu die vier fases gehad, hè? Ja, kijk, in principe wat je hebt, is dus je hebt de founder phase, je hebt de startup phase, dan is... heb je de scale-up phase, en dan heb je de MKB slash growth phase. En dat gaat vooral om, om echt het internationaliseren. Ja, dat is ja, het toepassen ja. van die de vijf best bewezen groeistrategieën, maar mm -hmm. dan heel erg gestructureerd. En, en wat je dan gaat doen, is dan ga je eigenlijk uh, het company command center level 3, wat we net hebben uitgelegd met die verschillende onderdelen, je strategie uh, je, uh, je, je, je bedrijfsbrede dashboards en je business intelligence, je, excellence, je operational excellence en je excellence in executie, dat ga je eigenlijk toepassen. Maar dan krijg je eigenlijk een schepen in een schip. Want wat je op een gegeven moment gaat krijgen is dat je dus... Misschien de afdeling. Ja, dat je het zichzelf, ja. dan krijg je eigenlijk ja, ja, ja. skipception als je het zo zou kunnen noemen. skipception Ja, skipception Want je krijgt gewoon... Dat, dat, dat je, je... Je krijgt teams in afdelingen en afdelingen, afdelingen en afdelingen. En kijk maar naar Google, kijk maar naar het best georganiseerde bedrijf ter wereld. Is... Um, kijk, waar je gewoon voor moet, voor moet zorgen is dat je gewoon van A tot Z 100% transparantie gaat creëren. En dat maakt het zo ongelooflijk leuk. Mm -hmm. en, en hoe groter je bent. Um, Kijk, je begint uiteindelijk toch altijd met een afdeling met een paar teams. Ja. Snap je? En dan daarmee ga je bewijzen dat het werk dat het impact heeft en dat het daadwerkelijk te bewijzen is op netto winst. Want al deze dingen die ik nu vertel, als je die goed doet, je kan het zien in een grafiek. He, want in Silicon Valley wat ze zeggen, je zoekt de break line. Je bent op zoek naar iets wat ervoor zorgt dat, als het, bijvoorbeeld, we bijvoorbeeld, we maken de grafiek de lijn van netto winst, dat die netto winst schuiner omhoog gaat. Want hè? ongeacht hoe we gaan met z'n allen brainstormen, hoe kunnen we de lijn schuiner omhoog gaan doen? Is dat een nieuw product? Is dat een nieuwe lancering? Is dat een nieuw businessmodel? Nog schuiner, nog schuiner, nog schuiner. En dat is uiteindelijk wat je aan het doen bent. En als je dat leuk krijgt, met mm -hmm. coole mensen samen kan werken. En ik vind het ongelooflijk leuk om, om geld te verdienen. Want dan kan je de beste mensen ter wereld, die tien keer slimmer zijn dan jou, en tien keer beter zijn in wat ze doen dan jij ooit zal zijn, mm -hmm. kan je aannemen en op de juiste plekken zetten. Ja, en dat is cool man, als je gewoon een goed verdienend bedrijf bouwt met een goede cashflow. En ik ben heel erg van de gezonde bedrijven bouwen. Hè. Wat ik altijd zeg is, build to scale, build to last en build to sell. Dat is ook een boek van Jim Collins. Ja, build to sell. Build to last. Oh, build to last, klopt. Je hebt gelijk. Ja. En, en, en waarom, wat bedoel ik daarmee? Als jij bedrijven bouwt om altijd op te schalen, dan focus jij van nature op de juiste dingen. Het bouwen van teams... Het schrijven van de volgende stap, want je werkt jezelf naar de volgende stap. Hè? Je moet al die stappen niet te snel zetten, mm -hmm. want dan krijg je weer zulke verhalen zoals zoals Move en allemaal van die andere bedrijven die heel hard omhoog gaan en daarna heel erg naar beneden. En ik help er een paar die in de energietrajecten zaten. Nou, met die oorlog in de Oekraïne, nou, die hebben miljoenen winst gedraaid in maanden, hè? maanden. En daarna, oef. en wat ga je dan doen? Ja. Right? Als je dan niet een goede systeem hebt en dergelijke, dat, nou, dan ben je letterlijk fucked. Ja. En, ja. en um, nou ja, en, en uh, build to sell is altijd je bedrijf zo bouwen dat je het aan het verkopen bent. Waarom? Zelfs al wil je het nooit voor leven verkopen. Dat is de beste manier om je bedrijf te verkopen. Maar ook bijvoorbeeld naar de beurs te brengen. Mm -hmm. Want er zijn bepaalde data die jij al op een bepaalde manier met een strategie erachter wil bij gaan houden. Om ervoor te zorgen. De beurs is gewoon perceptie hè. Perception is reality. Mm -hmm. Dus de beurswaarde is niks anders dan wat traders van jou denken. Dus het is gewoon eigenlijk focatie, het is een illusie. Het is de mening van de wereld en dan vooral een heel specifieke bubbel van de wereld over jouw bedrijf waar ze op inzetten of deinvesteren of short sell of whatever. En dat is heel interessant. Want als je dat goed doet, dan kan het je rokken. En ja, build to scale, build to sell, build to last, op het moment dat je die principes goed toepast, dan zal je er altijd voor zorgen dat het jou dat verplicht om jouw bedrijf op de beste manier te organiseren. Lotgenoten, to the beurs. Dat het zou wel het soort van hoogste punt zijn, man. Als Lotgenoten naar de beurs gaat. Want dan kunnen alle Lotgenoten daadwerkelijk voor een stukje eigenaar zijn van Lotgenoten. Ik ben in. Ja. <laughs> dat, ja, ja, dat zou dat wel ziek zijn dat we gewoon ja, daarvoor bouwen. Ja, dat we uiteindelijk naar de beurs kunnen. Zodat ja, we alle in. stukjes kunnen verkopen. Dat ja, iedereen ja. daadwerkelijk rijk kan worden van de podcast waar ze al zo lang naar kijken. Ja, ja joh. Ja. Maar ik ben in. Beter ja. ja. maken we er een media-magnaten media van. En, Juist. En, en jullie jullie hele media-empire gaan ja, ja, dat ja, uitbouwen. Want letterlijk, kijk. Ik geloof erin. En dat is denk ik waarom de meeste ondernemers ook zo tof zijn. En ook zeker... I, I, op jullie forum, als ik het zo even noem... al deze kennis delen en zo. Want uiteindelijk zijn we allemaal lotgenoten. Mm -hmm. ja. We hebben allemaal shit meegemaakt. Ik ken geen één ondernemer... die niet een hardcore motherfucker is geworden... omdat hij gewoon zo is geboren. Nee, we zijn allemaal... Door schade geboren, en schande. Door schade en schande rijk... en misschien wijs geworden. En in ieder geval wijzer, hopelijk... En, en ook, we hebben allemaal de klappen van de zweep gekregen. Ja. Wij krijgen meer klappen van de zweep. Ja, we gaan, we gaan actief we gaan we gaan op zoek naar klappen van de ja, zweep. Exact. Een soort van ja, een uh, seksueel ja. masochisme. Ja, kijk ja, ja, ja. Want dat, dat is ook nog een interessant onderdeel hè, van, van je eigen verhaal. Ja. Waar je mij wel eens over hebt verteld. Dat bij jou liep ook niet alles soepeltjes. Op een gegeven moment Ow. ging het wel richting, zeg maar, uh, de, de tonnen, misschien wel de miljoenen. Ja. Uh, maar er kwamen ook heel veel andere zaken bij kijken. die... Minder ja, vrolijk. Nou ja, ik heb alles meegemaakt. Ik heb, ik heb, ik heb rechtszaken meegemaakt. Ik heb, ik heb uh, zeg maar, ik ben aangeklaagd. Ik heb uh, mensen gesuut. Ik heb zoveel ongelooflijk zware dingen meegemaakt. Dat was echt net, daar zou je echt een film van van kunnen maken in principe. En uh, kijk, in het begin, je moet gewoon dingen echt heel goed leren regelen. Hè. Je wordt letterlijk door schade en schande wordt men wijs. Ik heb wel volgens de titel voor je film, stilte ja. komt voor de stormzon. Stilte komt voor de stormson. <laughs> <laughs> ja. Dat de Dare titel. to be great. Stilte komt voor de stilte. Die is wel heel leuk. Oké, okay, die ga ik onthouden. Wel... <laughs> Kijk, het uh, uh, is waar. Wat <laughs> <laughs> nou, je weet niet, maar. De, de, de Kijk, er komt in ieder geval geen stilte na daar. Dat uh, hebben we al gezien de afgelopen twee uur. Nee, dat zou je zo weten. Stilte en komt nog voor, meer Ja, voor de die is, die is dubbel leuk. Oh ja. Die, oh, je, die ga ik wel gebruiken. Die is echt super cool. Uh, als ik een visitekaartje had, zou ik dat erop zetten. Juist. En, uh, <laughs> en um, kijk, kijk, een van de meest fantastische dingen aan het ondernemen. is dat ongeacht wie je bent, ongeacht of je extrovert bent of introvert. het leven leert jou om precies. Te overwinnen en precies te ontwikkelen wat jij niet kan of slecht in bent. Ben jij een zacht gebakken, laf ge, zeg maar zachtgebakken, gebakken snowflake. eitje? Ben jij een special snowflake? Dan gaat het leven jou een paar flying kicks op je neus geven. Godverdomme. He? En dat is een beetje wat, uh, wat die guy ook al zei, uh, die, die, die topboxer. Ja, yeah. dus, Michael Tyson. Hev everybody everybody got got a gets a plan. Plan. Get in the face. Ja, yeah, pint in the teeth. <laughs> <laughs> en, en letterlijk, wat, dat, dat is waar. En je, je, moet, je wordt echt zo hard gebodieslamd door het leven dat het lucht uit je longen verdwijnt. En het leuke is en het interessante is: die trauma's die je daarin overhoudt, op het moment dat je die overmeestert en daar weer een grotere persoon van wordt, da, da, daarom ondernemen we allemaal. Tuurlijk ja. ja. het geld. Het grappige daarvan is wel dat sommige mensen gaan ondernemen. En die krijg je dan als kleine ondernemers zijn, als founder zijn, dan krijg je een paar van zulke klappen. Zo. En dan denken ze van oh oh, ja dit vind ik niet leuk. Laat ik maar rustig aan gaan, gaan doen. Of misschien is ondernemen dan niks voor mij. Ja, dat kan nee, het goed. hoort gewoon bij de identiteit van ja, dan het dan ondernemer. Moet je moet gewoon die pokoe opzetten van Jay-Z. It's a hard knock life. Ja, maar dit oh, is true. Het is een hard moet knock gewoon life. Elke dag onderweg ja. naar werk moet maar, je die heel hard ja. luisteren ja, en beseffen dat dat that's that's life. Zijn ja. En lachen. Ja, ja. ja, jongen, wat, wat ik altijd zeg is, als je kan lachen in de hel, dan woon je in de hemel. En het ja. leuke is, maar ook het leuke is, ik weet niet of je echt wel eens die bitter, die bitter, tragische momenten hebt gehad, dat je met je companen zit, dat het regent in en buiten, weet je wel, en binnen. En dat je er altijd zit en dat maak je altijd zo' kutgrapje en dan moet je er toch nog om lachen zo mm -hmm. en dan verandert die hele scene Half waardoor je eigenlijk markt. een kut leven had net vijf minuten geleden maar dan toch moet lachen Fantastisch. En, en ook dit is één tough motherfucking game. He, ik ben niet, helemaal niet van de shortcuts of allerlei dat soort dingen. Ik ben echt van: jongen, maak je bos maar nat. Welcome to the real world, bitches. Ja, de uitleg in duurt al 2,5 uur. Dus de shortcuts gaan ja. we vandaag niet aan doen. En 2,5 en uur is, en nog en dit kort. is de overview. Ja, precies, nog <laughs> ja jongen, ik zou het Maar weet je, kijk, dit is echt een motherfucking harde game. Dus omring je met goede mensen. Omring je met mensen waar je letterlijk naar de hel mee kan gaan en terug kan komen. En wat ik altijd zeg, de mensen waar ik me altijd mee op omringd heb ik altijd diep respect voor gehad en sommige van de, de mensen in mijn eerste serieuze succesvolle bedrijf werk ik nog steeds dagelijks mm -hmm. mee samen en dat is echt een eer en wij hebben letterlijk met gebroken met gebroken roeispanen en een en een lekkende houten kano van de zevende hel teruggezwommen weer, weer naar de naar en weer de, op de bestaande aarde gekomen en de dingen die wij allemaal mee hebben gemaakt en ik zou het graag met, met, met geuren en kleuren vertellen. Yo, dat zegt allemaal insane van, van uh, uit bedrijven gewerkt worden en, en zulke gekopieerd worden. Alle dingen die je in, in, in de Silicon valley films ziet. En, en op het moment dat je dat allemaal meemaakt, het is letterlijk een rollercoaster. Maar ik, ik, één ding wat ik me altijd, of ik vertel het mezelf aan, maar één ding waar ik altijd in probeer te geloven, is zeg maar, echt mijn diepste trauma's en degene waar ik de meeste wrok aan over gehad en de langste helingsprocessen voor nodig gehad. Dat, waren, dat zijn wel mijn allergrootste uh, lessen geweest. Net zoals de hele company command center, die heb ik letterlijk ontwikkeld. Omdat ik in eerste instantie zelf ongelooflijk veel damage mee had gemaakt. Dat je hoe zwaar het is om deze kennis te veroveren. Ik heb, ik heb echt medelijden met mijn werknemers. Hè, want die hebben echt tientallen uh, uh, management frameworks moeten toepassen. ...tientallen CRM's en al die dingen... ...om ja. allemaal te ontdekken wat werkt en niet werkt. Scaling up, scrum, ik heb al die certificaten gehaald. Ik heb honderden workshops gedaan en zo. Business mastery van, van Tony Robbins. Weet je, echt, echt workshops die, die... ...tienduizenden euro's kosten om te leren... ...hoe doe je dit nou? Beste bedrijven bestudeerd En dan kom je erachter dat het uiteindelijk... ...allemaal niet zo moeilijk is. Maar het is zo ongelooflijk moeilijk... ...omdat het, je hebt een soort motor. En als jij pas alle onderdelen hebt... ...en alle onderdelen werken samen... ...dan werkt de machine pas... En wat het probleem is als jij, als jij een scale-up hebt, is, is je je één ding aan het proberen en daar ben je heel goed in: strategie. Oh, je was dat strategie. Maar je executie is kut. Ben je nog steeds af? Voelt super kut, super frustratie, maanden gaat er overheen. Je strategie heb je uit het raam geflikkerd. Oh, je bent met excellentie in executie bezig. Oh ja, dat werkt, maar je hebt geen strategie. Dus excellentie in executie is kut. Snap je? Dus alle dingen zijn super naar. En dan probeer je alles apart. En dan niks lukt. En dan probeer je het allemaal een keer samen. En dat kost je echt een paar jaar. Of een paar dagen. Als ik, als ik je kan helpen met, met workshops en dergelijke. En, en dan kom je er gewoon uit. En op, maar op het moment dat je die allemaal samenbrengt. Dan heb je ineens een zelfsturende organisatie. En dan verandert letterlijk je leven. Belangrijk Want, uh, onderdeel. <laughs> ja. We hebben het nu een paar keer gehad ook, over dat je twintig mensen ging je helpen. Met of in ieder geval een kleine analyse van hun bedrijf. Van uh, hier loopt, alleen ja. we hebben helemaal daarna volgens mij niet benoemd waar die mensen dat kunnen vinden, dus ja. er is nu al iemand anderhalf uur uh, aan het zoeken. Van ja, ik ben overtuigd, maar waar moet ik dan heen? Ja, dat uh, <laughs> hebben we niet gezegd gezegd. Wat we gewoon sowieso op ja op YouTube op Spotify is vervelend, inderdaad. Ja, ik hoop dat mensen een beetje gewend zijn van ons. Inderdaad, als er iets ergens staat, dan is het in de beschrijving op YouTube. Ja, ja. ook in bij Spotify, ook gewoon op Spotify, bij Spotify, ook ja, Maar Spotify ook bij ook YouTube, gewoon. wat ja. we ook kunnen doen is gewoon even gewoon op het scherm zelf, ja, ook nou, een, een paar je kan ook dingen, de linkjes plaatsen. Ja, dus dat kunnen we ook gewoon doen. Yes, super cool. Nou, kijk, kijk in de linkjes op, de, op maar, dit scherm sorry. en kijk in de linkjes op de beschrijving voor drie dingen. Als eerste voor de eerste 20 mensen een gratis call met mij, waar we je bedrijf analyseren. Uh, tweede is, dan krijg je ook 20% korting in die call. En dan gaan we meteen kijken naar jouw grootste opportunities en je grootste problemen. Gaan we meteen een plan schrijven om dat te doen. Uh -huh. En als derde, check ook mijn Insta uit. Uh, want ik ben helemaal nieuw op Insta, maar ik ga daar gewoon proberen om zoveel mogelijk waardevolle content te leveren. Zodat jij gewoon ja, met minder stress en meer vrijheid je droombedrijf kan bouwen. Uh -huh. uh, ben je nog niet overtuigd, check de reviews. Ja. Want alle dingen die ik zeg, die zijn gewoon gebacked door mensen die je gewoon kan bellen. Um, en die gewoon waanzinnig zijn. En de resultaten die we hebben geboekt, of die andere mensen hebben geboekt door dit toe te passen, is echt insane. En voor, ja, en en voor die korting, even handig. Wat we uh, altijd doen, ja. is gewoon eventjes van. Zetten we ook in de beschrijving neer, maar ja. gewoon lotgenoten 20. Lotgenoten 20. Daardoor weten mensen ook, weet jij ook, is op zich ook wel fijn. Als je zegt, yeah. ja, ik wil 20% korting. Ja hebben. Tuurlijk, waarom? tuurlijk. Dat is echt speciaal voor maar alle is, mensen die hier uh, aan het luisteren zijn. En ook alleen voor de mensen die hier aan het luisteren zijn. Dus dan. Dan geef je kortingscode dan dan. lotgenoten 20. En dan, uh, uh, ja, dan krijg je gewoon 20% korting. Oeh. Wat we doen is, ik, ik, we helpen bedrijven op verschillende manieren. In eerste instantie groepsworkshops, waar we van s ochtends tot s avonds jouw bedrijf uitwerken. Dus het is niet alleen theorie, het is echt keihard implementeren. Het is van s ochtends tot s avonds. het is keihard. En je, je, je mag met je hele executive team komen. Dus Zal je wij betaalt binnenkort op het ook doen. Ja, precies. En dan, uh, you're in. Dus, uh, nou, dan gaan we sowieso kijken. naar en de proof in. is in de pudding. Ik bedoel, deze podcast staat voor altijd online. Als jij dit 12 maanden na dato dat hij uitgekomen is, kijkt. Als het goed is, hebben Koen en ik dan een Lamborghini en zijn we op vakantie nu. En dan gaan we nog een podcast opnemen? <laughs> gaan we kijken, gaan we checken? <laughs> ja, die ja, 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 dat ja, is wel awesome. Dan gaan we over een jaar gaan we kijken wat de, wat de, de resultaten. Ja, zijn. Ja, elke kwartaalmeeting hebben we een podcast opnemen. Okay, maar laten we het al zo stellen dat je een Lamborghini kan kopen. Maar ik ja. wil niet per se zeggen dat je hem nee, gekocht ik hoef ook hebt. echt geen Lamborghini <laughs> kan kopen. Nee, kan kopen. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja want want zeg maar, in deze fase zou ik natuurlijk meer investeren in. Ja. Uh, ja, of je moet hem leasen, dan is geen probleem. Maar ik zou sowieso investeren dan in meer groei en meer mensen. Ik doe het lekker in mijn vrijheid. Ja, precies. En privé chef. Dat is geen Wat we sowieso Sowieso 100% deal is dat jij binnen een jaar maar binnen een week, whatever, veel korter, veel sneller, niet meer in je eigen bedrijf hoeft te werken. behalve als jij dat wil. Mm -hmm. Want ik heb ook niet super meer. Belangrijk. Uh, een jaar Alleen een jaar, over, man. Sorry. Ja. Ja. <laughs> ik ben die hopeloze gast. Jij ja, ja. ja, 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 nee, wordt nee, alles nee, afgewenteld. Nee, 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 dat is eigenlijk nee, nee, nee. de conclusie <laughs> van het verhaal. Get yourself a Koen. Ja, get yourself a Koen. Zeg eerlijk. De, uh, ja. En wentel af. Ja, maar wel altijd iemand die, die wat ik altijd heel fijn vind, is ook echt een COO of een PA en dat soort mensen aannemen. Uh, die ook in je agenda kunnen die dingen voor je regelen. Joost. Dat echt een, ja, dat is echt een game changer. Dat is onze Joost. Joost. Ah, ja, Joost dat is echt perfect. <laughs> en, ook, en ook echt uh, uh, mensen die de hele toko leiden. Ik vind dat bijvoorbeeld heel erg fijn. Uh, hey, CEO's, CEO's. Uh, mensen die gewoon 100% bezig zijn met het schip. Want dan ja. kan ik blijven innoveren. En nieuwe dingen blijven leren. En nieuwe dingen bouwen. En dat is maar ook het leukste aan ondernemen, in ieder geval, naar mijn mening. Nou ja, dat jij het doe waar jij goed in bent. En het leuke als mensen zijn we dus allemaal complementair in een organisatie. Maar jij kan doen waar jij goed in bent en ik kan doen waar ik goed in ben en jij kan doen waar jij goed in bent. En het leuke is op het moment als we dat met z'n allen doen en je hebt de juiste mensen op de juiste plek zitten, dan, en jij bent de business innovator of de visionair of hoe je het ook noemt, dan kan je die rol ook ownen en goed doen. Mm -hmm. ja. En een COO zit gewoon anders in elkaar dan een visionair, De, ja. de strategie, die zijn gewoon altijd wat lijper, dat zijn altijd typische mensen, weet je, zijn altijd karikaturen. En chief operational officers, die zijn gewoon wat meer management en protocol gedreven. En die vinden het gewoon heel fijn als de dingen goed gebeuren. En zo heb je ook de administrators, bijvoorbeeld daar hou ik altijd van. Dat zijn de, de engineersachtige mensen die, die doen gewoon altijd heel systematisch wat er moet gebeuren. Om gewoon de toko draaiende te houden. Mm. Nou, al die rollen en zo kan ik er nog tien op tafel gooien, die zijn essentieel om ervoor te zorgen dat jouw hele organisatie blijft draaien. Ja. ja. En jij gaat hier dus een groep mensen mee helpen, want daar was ja. je net naartoe. Hoeveel mensen, wanneer dat soort dingen? Ja, dat nou, dat is, uh, wij geven nu, en dat is super interessant, wij geven nu, komende twee maanden, um, geven we voor 50 mensen van level 2, geven wij de workshop om in twee dagen jouw company command center uit de grond te bouwen van A tot Z. En, um, en da, wat we daarmee gaan kijken is, we willen gewoon 50 uh, uh, ja, start-ups in één zaal hebben. Om ervoor te zorgen dat wij ze naar het volgende niveau brengen. Uh, en dan na twee maanden weten we niet of we dit nog gaan geven. Want ik richt me eigenlijk op wat grotere ondernemers. Die wat verder zijn in het proces. Mm -hmm. um, dus ben er snel bij. Schrijf je daarvoor in. En ook doe dat hem met de kortingscode lotgenoten20. Want dan krijg je mm -hmm. gewoon 20% korting. Uh, mm. En dat wordt gewoon echt de bom. En dan ontmoet je ja. ook superveel mensen van hetzelfde level. Ja. En dan klappen Wat we weer. Wat ook echt fijn uit. is. En dan ja. kom je ook mensen tegen die ook al dit hele proces door hebben gelopen van jouw proces. En die hoor je ook, daar kan je ook tegen mee praten en zo. Die, die al de resultaten hebben behaald die jij ook wel ja. hebben En de eerste 20 is. mensen hier nu kunnen dus ook. Want ik kan me voorstellen dat er die mensen zijn die denken: Ja, ik werk met vier man in mijn bedrijf en we zitten een beetje zo. Die kunnen dus, als ze snel zijn, want we gaan het voor 20 mensen doen. Ja. Kunnen ze even met jou callen om te ja. kijken: van Oké. Okay, ja. Heb je inderdaad al genoeg staan? Want dat ja. is ook zonde als je ja. daar gaat zitten en eigenlijk daarachter komt dat je nog net niet op het niveau bent ja, je om... hebt bepaalde ja. eisen. Daaraan. Ja, ja, ja. Zeg maar kijk, dat kijk, is wel zo. Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, zeg maar waar ik me voornamelijk op richt op het moment als jij een bedrijf hebt van 15, 25 man, dan, dan moet je gewoon altijd in contact met mij komen en dan ga ik je meteen helpen en dan ga ik je analyseren. Kijk, ik heb een aantal hele goede business coaches en consultants uh, die echt echt al van ongelooflijk goede bedrijven komen en die, die, die of zelfondernemers zijn of heel veel ervaring hebben en super goed zijn in wat ze doen. En uh, die kunnen ook heel veel mensen helpen. Maar voor de eerste twintig mensen, die wil ik gewoon sowieso persoonlijk uh, uh, helpen en spreken. Gewoon omdat ik dat super vet vind. Ja. En, uh, en daarnaast, kijk, wat gewoon echt belangrijk is, is dat je je bedrijf zo snel mogelijk analyseert. En dan kijkt wat de, de grootste kansen, de grootste problemen zijn. En daarop acteert. Ja. He, maar dat is wat ik zeg. Kijk of je nou mij of een business coach aan de lijn krijgt. En uh, ervoor zorgt. Kijk, die analyse die doen we sowieso. En dan weet je in ieder geval waar je staat, waar je aan toe bent. Wat de volgende stappen zou zijn. En dan is het aan jou om te beslissen of je die met ons wil zetten of niet. Ja. En wat ons credo is, is er gewoon voor zorgen dat jij zo snel mogelijk. Tien keer terugverdient. Veel ja, dat is niet letterlijk. Er zijn drie dingen. In eerste instantie dat je gewoon zo snel mogelijk impact krijgt. in zo'n kort mogelijke tijd. Hè? Daarom hebben we het ook over dagen. in mm -hmm. plaats van weken of maanden. Andere uh, frameworks en dergelijke. zoals scaling up en dat soort dingen. kosten kwartalen en jaren. Maar dit is gewoon. you're in, you're out. En daarna kan je het gewoon helemaal na die workshop, kan je het 100% zelf. Daarnaast bied ik ook wel gewoon coaching aan, personal coaching en company coaching. En da daarmee help ik ook deals met M&A en zo. Dus met, met het kopen en verkopen van bedrijven. Maar het is gewoon super belangrijk dat jij gewoon jouw guidebook krijgt. En precies weet waar jij staat. En precies weet welke stappen jij nu moet zetten en hoe. Mm -hmm. Want dat zorgt er gewoon voor dat je die razendsnel kan zetten. Mm -hmm. Met of zonder ons. Want dat is dus ook wat je zegt, net 10 tot 15 mensen. Maar wij zijn nu met z'n drieën. Yeah. En dan Koen en ik. Dus vijf. Yeah. Ik hoor nu al dat het voor ons ook super relevant gaat. Zijn. Ja, maar dan gaan we, dat ga ik hier nou sowieso oppakken. We gaan jullie ook ja. super hard klappen. Dat ja. lijkt me helemaal de bom. Daar heb ik klappen. super veel zin in. ja, ja klappen ook. Nee. Nee, maar wow. die, maar dat, dat sowieso. Kijk, want het gaat erom: je hebt gewoon, je hebt de start-up fase en daar is het allemaal heel snel. En je, op het moment als je naar de scale-up fase gaat, daar heb je gewoon wat meer te bouwen. Ja. Dus je hebt gewoon meer mensen, meer systemen, meer ja. infrastructuur. Daar kost het allemaal zo. Daar kost het allemaal gewoon iets langer. Dan hebben we het nog steeds over dagen, maar dan hebben we het over een paar dagen, vier of ja. vijf. En over. Um, bij een start-up is het gewoon één of twee. Want ja. je hebt één team. Jullie hebben één team. Mm -hmm. Dus dan krijgen we Company Command Center level 2. Dat is één team. Simpele modellen, simpele processen, het is allemaal nog niet zo moeilijk, rammen we dat er meteen uit. Dan heb je een ongelofelijke voorsprong om naar het volgende level uh, te groeien. Daar gaan we sowieso mee aan de slag. Let's fucking go. Oké, okay. laatste en uh, mogen je nu echt het de laatste. houden. Waar gaat dit allemaal heen? Waar gaat het naartoe? Want jij bent hier nu mee bezig. Ja. We hebben elkaar vorig jaar ook gesproken. Ja. Uh, in de tussentijd ben je dus ook gegroeid in dit proces. Heb je dus je eigen team verder uitgebouwd. Ja. Fucking vet. Ook allemaal alle verhalen die ik heb gehoord over ja. de mensen die je hebt geholpen. Ja. Waar gaat dit naartoe voor jou persoonlijk? Nou, ik denk echt letterlijk, hè. Wat ik altijd zeg, is, uh, wat ik vorige keer zei, is, uh, ik hoop dat mijn volgende bedrijf een miljardenbedrijf wordt. Ik denk dat het dit bedrijf zou kunnen worden. En wat bedoel ik daarmee? Is, dit was eigenlijk een uit de hand gelopen hobby, omdat ik gewoon steeds meer mensen ben gaan helpen. En dat mond-op-mond -mond reclame eigenlijk naast mijn bedrijven, dat balletje is letterlijk begonnen met hier en daar een keer een vriend waar ik in heb geïnvesteerd. En die heb ik toen geholpen. En... Die investeerder die erachter zat, die heeft me toen aangeraden meerdere start-ups waar hij in investeerde. En toen het bedrijf van zijn vrouw gedaan en zo en zo en zo en zo. En uh, dit is de meest dankbare uh, baan die ik ooit heb gehad. Dit vind ik de leukste job ever. Mensen, bedrijven om um, sneller op te schalen. En waar ik in geloof, wat ik nu aan het bouwen ben, is een systeem waarin jij een stukje analyse en advies hebt. Waarin jij 100% erachter kan komen waar jij staat binnen no time. En dan binnen één klik. Razendsnel, precies de juiste kennis tot jezelf kan nemen. Digitaal, online, fysiek. De juiste coaching, consultancy. Dat je gewoon op het moment dat je de kennis hebt, het ook kan toepassen. Want je kan zoveel leren over autorijden als je wil. Maar als je niet in de auto stapt en gaat oefenen, zul je nooit leren autorijden. Met fitness hetzelfde. Met ondernemers hetzelfde. Je moet het doen. Het is een kwestie van doen en bouwen. In plaats van alleen maar leren en bestuderen. Daarom zijn de workshops ook high-intensity implementatie workshops. En uh, daarnaast wil ik gewoon dat bij de, de, de partijen die we nu aan het bouwen zijn en waar we samenwerkingen mee aan het bouwen zijn, dat jij alles en iedereen die jij, in één, die jij nodig hebt, bijvoorbeeld recruitment, business intelligence, automatisation, gewoon in één klik hebt. En dat zijn dan tried and tested mensen met een track record. En ik geloof erin dat dat gewoon letterlijk de core zou kunnen zijn. Ik wil het systeem gaan bouwen waar gewoon de hele wereld sneller en beter mee opschaalt. En het zo gemakkelijk en zo geautomatiseerd mogelijk geïmplementeerd wordt. Dat je gewoon letterlijk in een klik een afdeling kan hebben. Zo. Ja. Ja, dit wordt daar ding. Het wordt waarschijnlijk een soort van KPMG-achtige organisatie, maar dan niet stoffig. Nou, dus dat je op die manier een soort van consultancy doet. Het zal je verbazen, maar een aantal hele, hele interessante, inspirerende mensen achter Deloitte. Ja. Uh, 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 die, die, die zitten ook in de raad van advies. Omdat zij heel erg geïnteresseerd zijn in de resultaten die we nu hebben behaald. Bij jullie zitten ze inderdaad. Ja, bij jou, ja. Oké, nice. Maar echt serieuze bedrijven, mensen uit echt heel hoog in de boom, maar nou ja, het hoogste was het maar kan, uh, van die Lloyd en een aantal andere, uh, de, ja, de grootste consultancy, de Big Four, de grootste consultiebedrijf ter wereld. Omdat wat wij aan het doen zijn, wat wij aan het bouwen zijn, is wij disrupten eigenlijk de consultancymarkt op een fase waar je, kijk, ik doe zaken met die Lloyd, met bedrijfsovername en dergelijke. Maar daar zit ook een prijskaartje aan vast. Mm. En dan weet je dat het goed gebeurt, met alle kosten van dien. Maar start-ups, scale-ups en zelfs grote organisaties... die hebben echt niet altijd het geld, de tonnen die het kost... om dat soort moves te doen. En als je kijkt naar hoe snel wij impact kunnen hebben in een organisatie... Nou ja, ik heb met die mensen samengezeten. Nou ja, die, uh, ik spreek nu bijna wekelijks met ze. Omdat hmm. zij dit zo boeiend vinden... Uh, ja, die zijn zeker geïnteresseerd. En ik ga hen ook zeker hierbij betrekken. Dan uh, de allerlaatste vraag. Daarna moeten we hem ook echt eindigen... want de volgende gast staat voor de deur. Je kunt inmiddels uh, lean startup, uh, kun je een soort van specialist in zijn. Je hebt scrum masters, yep. je hebt mensen die agile masters zijn. Ja. Hoe heet dit volledige systeem en wat voor masters zien wij dan geheid binnen nu en tien jaar uit de grond komen? Uh, nou ja, sowieso 100% company command center. Uh, dat ja. is, zeg maar kijk, het leuke is wat je nu allemaal zegt, dat ben ik allemaal. Ik ben Scrum master, mm -hmm. ik heb al die certificaten, ik heb scaling up gedaan, Six Sigma, Lean en tientallen anderen. En overal heb, heb ik de certificaten gehaald en al die dingen gedaan, alle testjes gedaan, om te ontdekken om een betere organisatiebouwer te. Te zijn. Hoe ik mezelf zie, is de nummer één organisatiecoach van Nederland, omdat ik echt richt op organisatie. Hè, als je op vakantie gaat met vijf man, dan is het soms al moeilijk om te plannen en te organiseren. Laat staan als je er een business mee wil runnen. En um, daar help ik je gewoon mee. Dus ja. op het moment dat jij met mensen werkt, zorg ik ervoor dat die op de meest effectieve manier georganiseerd worden en dat jij die zo hard mogelijk kan, uh, kan laten opschalen. En ik geloof erin dat op het moment als jij businesscoach wil worden. Stuur me een berichtje. Ja. Dus ik ben echt op zoek naar vette mensen. die andere business coach. ben jij consultant of wil je business coach worden? Iets in die richting. een van die twee business consultant, business coach. Let me know. Want ik ben echt op zoek naar mensen. die harde ja. werkers zijn. die het gewoon vet vinden. om mee te bouwen aan hun eigen bedrijf. En die heb ik echt nodig. Want ja, de vraag is zo ongelooflijk enorm. Ja. Um, dat ik sowieso handen tekort kom. en dan word je sowieso Company Command Center specialist. en nog veel, veel, veel meer. Voor die mensen. Daar is wat. Uh... Wat de UFC en MMA was voor de vechtsportwereld. De vraag was: is kickbox het best? Is jiu-jitsu het best? Is sambo het best? Uiteindelijk blijkt: het is een combinatie van alles die iedereen de moer klapt. Ja, MMA en Kraft maga. Ja. Het is echt twee. Uh, Kraft dat maga zijn... zit niet. Uh, Kraft maga mag alleen niet in een kooi man, als nee, st steek ik. iemands ogen ja, uit. Klopt, klopt. Maar echt, als je kijkt naar de meeste, hè, je had vroeger hè, judo, aikido allemaal verdedigingssporten. En toen kwam MMA en Krav Maga. Dat zijn geen verdedigingspartners meer. Dat zijn aanvalsporten. Ja. En persoonlijk, uh, dat vind ik heel boeiend. Dat vind ik ja. heel leuk om te doen. En het is echt indrukwekkend. Mm -hmm. Want dan krijg je gewoon een... een, een uh, ik ik uh, sport dan bij een mixed club met mannen en vrouwen. En dan krijg je zo'n oude, kleinschattige vrouw... die je echt helemaal de, met de grond gelijk maakt. Helemaal. En dat zou je echt niet verwachten. Als je die op straat zou zien, dan denk je... Wauw, wat een schattige meisje of vrouw. En dan, ga je, dan kom je erin met Krav Maga of MMA... Uh, hal, nou, <laughs> wat had het mis? Wow. Indrukwekkend, <laughs> ja, ja, heel indrukwekkend. gaaf. Hey, ja. maar voor de mensen die dus geïnteresseerd zijn, ze denken van hey, uh, business coaching vind ik fucking vet. Ik heb al veel ervaring erin en ik vind daar interessant om mogelijk mee samen te werken. Stuur dan een DM via de link in de beschrijving naar jouw Instagram toe, ja, naar mijn Instagram of check op mijn website. Plan een afspraak website, in, He, stuur een e-mail, connect op een manier. Ja. Hè, alles kan, maar zorg ervoor dat we gewoon zo snel mogelijk op gesprek komen te gaan. Want dan uh, gaan we jou naar het next level brengen. Precies. En wat het allerbelangrijkste is, is gewoon hard werken en willen. Waarom willen wil is, is een weg. En met nou, ondernemers is dat ook zo. Ook slim werken. Want je kan heel erg hard werken, ja. maar dan kan je altijd een zzp'er blijven. Oké, okay, dan zou ik zeggen heel erg hard werken tot level 2, stap 1. En daarna moet je het schaalbaar maken. Dan moet je slim gaan werken. Yes. 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 Oké, okay. <laughs> dat is goed. Daar bedankt. Hartstikke man. bedankt. Hé, hey, graag gedaan, heren. Dankjewel bij, aan jullie. Eén voor de boeken. Thanks. Yes. Ciao. Ciao.